XNO's, the NBA podcast from Friends of Sports. En toen waren ze nog met vier. Vier ploegen die kans maken op de NBA-titel. Denver en de LA Lakers in de Western Conference. En Miami en Boston in het Oosten. Eén van die vier gaat het halen. En die zijn volop bezig nu aan de conference finals. Het staat 1-0 in, in beide series op uh, dit moment. Um, als we dit opnemen dus. Dat betekent ook dat het seizoen van Philadelphia erop zit. Van Phoenix, van New York en van Golden State. En daar hebben we het hier nog niet over kunnen hebben. Maar er is nog veel meer gebeurd. Want de draft lottery is geweest. We weten eindelijk welke ploeg Victor Wembayama gaat krijgen. En Jamorant heeft weer met iets gezwaaid. Um, het is het perfecte moment dus voor iets lekkers. En daarom tegenover mij, Andries Bekkers. Ja, ik, ik moest ooit mijn innerlijke Sam de Jonge naar boven halen. Welk beter moment dan nu. Echt. Dag Andries. Dag Dennis. Welkom terug. Blij dat ik hier zit. Ik ben ook blij dat je hier zit. Um, het zijn al interessante play-offs geweest. Dat is het minste dat ik kan zeggen, denk ik. Um, absoluut, maar... Het is hier al vaak gesteld, maar ik ga het toch nog eens een keer zeggen. Het wordt wel erger en erger, denk ik. Het reguliere seizoen versus playoff time. Het het, het begint echt pas nu. Hè? Het, is, maar het is inderdaad erger, maar vooral problematischer aan het worden, denk ik. Als je kijkt dat de Lakers hun seizoen. In maart hebben omgegooid en net de play-in en dan de playoffs gehaald hebben. Miami net de play-in overleefd en die staan daar in de conference finals. Golden State heeft een kakseizoen eigenlijk gehad en die hebben de Lakers tot zes matchen kunnen, kunnen krijgen. Ik, ik vind vraag het, me echt af hoe ze dat gaan oplossen, want ik vind het wel ergens stiekem erg voor, voor, voor ploegen die dan uh, tweede seeds zijn of zo. Hey, ik bedoel Memphis, bedoel dat wordt een seizoen dat compleet vergeten gaat worden. Hey, toch sportief terwijl eigenlijk in het seizoen. Fantastische wedstrijden gespeeld. Het voelt wel alsof. Ja, wat ze in de voetbal ook een beetje hebben. Het, wat maakt het eigenlijk nog uit? Of dat je eerst eens. Tweede, derde, vierde, vijfde, zesde. Het thuisvoordeel is voor veel ploegen vaak belangrijk. Maar we zien, voor Denver gaat het belangrijk blijven. Dat denk ik dat dat heel duidelijk ja, is. Voor de hoogte dan. Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, en die het ook gewoon, vaak gewoon goed doen in eigen veld, los van de hoogte. Um, Boston daarentegen heeft het daar veel moeilijker mee. Want die een thuisvoordeel is al elke keer bijna verdwenen. Maar ik vraag me wel af of ze daar nog iets meer aan moeten doen. Want het reguliere seizoen. Als je daar effectief goed speelt, dan mag of moet dat wel beloond worden. Harder beloond Ja, hoor. daarom, heel veel mensen, heel veel journalisten, die zeggen nu dat de number one pick zijn tegenstander zou moeten kunnen kiezen. In de eerste ronde. In de eerste ronde, hè. En dat dus de nummers 1, 2 en 3 zouden moeten kunnen kiezen tegen wie ze spelen. Eerst de number one seed, dan mag de number two seed kiezen uit de andere zes ploegen die overschieten, waar ze tegen willen spelen, en dan nog de nummer 3. Dus er zit wel iets voor te zeggen, want wat je nu bijvoorbeeld wel gemerkt hebt, dat bijvoorbeeld... Uh uh, ja, de Lakers of zo, of, of, of Golden State, die hadden wel makkelijkere uh, wegen er naartoe. Ik bedoel, als je zegt, uh, er, zijn, er zijn vorige rondes geweest waar eigenlijk al finales bijna gespeeld zijn geweest. Dus dat vind ik ook wel zeker. Sacramento bijvoorbeeld, vind ik ook zo'n ploeg van dat gezicht. Eigenlijk een heel schoon seizoen gespeeld. Maar gaan we daar iets van herinneren? De, ik denk het wel, omdat het zo lang geleden was. Daarom. Het ja, okay. was geleden van 2006 dat is dan ook... en ik denk daarom dat het waarde heeft. En... Maar zitten jij er nu nog mee bezig? Ze hebben Golden steeds wel tot uh, zeven matchen gedwongen en Stephen Curry heeft een van de beste matchen uit zijn leven moeten spelen om van de Kings af te geraken. Hè? Ja, maar gaan we dat herinneren op de Wikipedia? Maar, maar, eerste, maar eerste ronde matchups vergeet je vaak sneller. Zoveel jaar geleden, in 2015, uh, waren de Spurs titelverdediger en die verliezen het jaar daarna in de eerste ronde van uh, de Clippers. In zeven matchen. Chris Paul speelt daar de Game 7 van zijn leven met een geblesseerde hamstring. Het was eigenlijk de Chris Paul-serie maar in de ronde daarna liggen de clippers eruit. Dus dan wordt die eerste rondeserie ook gewoon wat meer, wat meer vergeten. Je hebt absoluut gelijk, maar het was meer in het kader van moeten we poegen moeten we die goed spelen in het reguliere seizoen iets meer belonen. Sacramento Kings, dat is geruisloos eruit, mm. terwijl dat ik wel dat heel graag gezien heb in het reguliere seizoen. Een ander ding dat ik al gehoord heb, is geef de highest seats in de eerste ronde vijf thuismatchen. Ja, dat is wel een goeie. Maar dat is dan ook weer veel, hè? Ja, maar, twee, maar dan word je effectief wel beloond, of net niet beloond als je het reguliere seizoen het laat hangen. En pas op het einde denkt: oké, okay, nu gaan we even spieken. Ja, jammer. Je gaat op verplaatsing moeten, moeten afdwingen. Ja, ja ze we gewoon wel iets moeten vinden, want ik, ik voel het elk jaar wel. De, dat, ik voel dat ook hier als Schillen bezig zijn. Dat, dat seizoen. Ja, dat natuurlijk. wordt op de duur babbelen om te babbelen en hopen dat er nog iemand iets anders doet, waardoor dat je geen onderwerp hebt. Ja, gelukkig ja. is het individuele, individuele talent zo indrukwekkend, en zie je mooie dingen, want anders is het inderdaad: je hebt dog days. Um, en dan gaat het in-season tournament er ook nog bij komen. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat bijdragen, of mensen zich daarvoor gaan kunnen opladen. En ik heb het niet alleen voor de spelers, hè. ik heb het ook voor NBA fans. Ja. Gaan we ons allemaal kunnen opladen om naar dat toernooi in het midden van het seizoen te kijken? Gaat dat interessant genoeg zijn? Denk ik niet. Ik weet het niet. Achterafklap is, uh, zal alles oplossen. Maar ik had het zelfs al mee. Uh, All-Star Weekend is ook ja. al zo. Ja, All-Star Weekend is, dat is echt uh, zwaar overroepen geworden. En vroeger ja. was dat zo fantastisch. Ik vind dat spijtig. Ja, ik heb het best... altijd voor All-Star Weekend gehad. Maar ligt dat, ligt, dat dan, ligt dat dan de veranderende tijden? Ik heb er geen idee van. Die mannen doen gewoon hun best niet meer, hè. Ja. Die, die Skills challenge dit jaar, dat was de grootste lachertje ooit. De dunk contest, we moeten een G-Leaguer dankbaar zijn voor het dunk contest. Three-point contest is top. Altijd. Dat is altijd leuk. Maar Ik vind dat gewoon jammer dat, dat, soms, uh, dat je daar soms star power mist. En dat is leuk als dat dan een onbekende is die je er dan zichzelf overstijgt. Maar pff, zoals het vroeger wel was. Want nu in het three-point-contest zie je dat wel. Ja. Daar doen de sterren mee. Maar vroeger, Dunk-contest: Dominique Wilkins, Dr. J., Michael Jordan, Sean Kemp. Um Vince Carter, oké, okay, maar één jaar. Maar Kobe Bryant, oké, okay, was ja. rookie Kobe. Maar die mannen hebben wel allemaal meegedaan aan Dunk Contest. En dan nu LeBron. Hij gaat het nu niet meer doen. Logisch, maar waarom heeft hij mensen nooit aan meegedaan? Dat is zo'n gemis. Ik had die daar zo graag aan willen zien meedoen. No, dat is een, een, een stiekem keigoeie maar, fantastische luxe. Maar daarom... zijn op zijn 38, soms doet hij nog iets dat je denkt, oké. Okay. Hey, zet die daarin. In wat, 2009, 2010, in zijn laatste jaren van zijn eerste periode bij Cleveland. <laughs> Blake Griffin is dan over die, uh, die motorkap ja. van die auto gesprongen. Dat was niet over een auto dunken. LeBron die springt over een dubbeldekker, bij wijze van spreken. Ja. Ja, het is waar. Het is absoluut waar. Maar, maar los daarvan, het is playoff tijd. Het is fantastisch. Hoe is, is het met uw slapen? Meest niet altijd in orde. Meest ook niet altijd in ik, orde. Ik word wakker rond twee uur. <laughs> en ik zit dan ook op mijn GSM te zien, wat nog erger is in mijn ogen. Dat is heel erg. Dat is verschrikkelijk. Ja, het probleem is, als ik in de zetel blijf zitten, dan gaat dat. Want dan, ik weet niet waarom. Dan, dan blijf ik wakker genoeg. Maar na een tijd denk ik: kom, ik, ga, ik neem de laptop mee, ik kan in bed liggen en ik ga daar het vervolg zien. Ah, dat is altijd gevaarlijk. Ja. Want je denkt tijdens zo'n time-out. Drie minuutjes even je ogen dicht doen. Ja, dat is. Ja, is Slechtste plannen. The game has ended. Ja, dat is echt waar. Zo vaak je Ah, oh, crap. Maar het is ook een klote uur, hè? Half drie. Dat ik zo denk. Oh. Maar nu voor van vannacht. Voor mij ging het niet bij ander werk ook. Dus ik heb game one van Boston en Miami nog niet kunnen zien. Ik weet wat er gebeurd is. Dus ik ga het straks opnieuw bekijken. Wat altijd kut is eigenlijk. Je mag je terug bekijken als ja. je de uitslag al weet. Ah, kut. Relatief natuurlijk het zijn ja. veel ergere dingen dan, dan dat. Maar. Ja, dat is, ik vind het altijd heel aan ik, ik heb nog geen tijd gehad, ik heb het niet kunnen zien, ik heb live niet kunnen kijken, overdag ook nog niet. En zo tussendoor er pakken, je wilt u een tijd daarvoor pakken. In de deftig bekijken, dingen kunnen terugspoelen. Allee, ik heb dat toch. Ja. Als een match bekijken, dat, dat duurt bij mij wel een uur of drie. <laughs> ik denk veel terugspoel. Ja, ik durf al wel eens zo. Ik geef wel toe dat ik, zo zeker, dat ik sommige matchen wel, zo wel eens van Zo begin second quarter zo nog een drie durf. Ja? Dat durf ik wel. Okay, ik, ben, ik ben een, een vrijworp doorspoel mens. Ah, ja? Vrijworpen. Plus 10 seconden, plus 10 seconden, dan, dan skip je altijd een halve minuut. Ja. Dat is niet veel, maar alle kleine beetjes. Die helpen. Als ik niet live kijk, hè? Ja. Ik vind, vrijwel, was ik onlangs ook weer... Toen viel me toch weer op dat er af en toe toch stiekem wat gemist wordt of zo. Er zijn er sommigen die... Uh... Echt slecht bezig zijn. Zo nul op twee. Dat ik denk, oh. Aaron Gordon in, uh, in ja. Game 1 tegen de Lakers. Dat was, uh, er zat ook geen boog in die shot. Dat was een rechte lijn dat past naar de ring. En het is af ook niet dat ze achter vanachter zijn, uh, in zijn gezichtsveld zot toen waren. In ofzo? eigen huis gaat dat heel goed meevallen. Ja. Uh, wat vind je eigenlijk de grootste verrassing? Tot nu toe. Uh, want we hebben er al een paar gehad, hè? Miami schakelt uh, Milwaukee uit. De Lakers schakelen de Grizzlies uit. Golden State wint van Sacramento, is er een verrassing? Ja, 6 tegen 3, zo kan je het bekijken. Miami schakelt New York uit en de Warriors verliezen van de Lakers. Um, Ook al is die laatste misschien geen echt grote stunt, want zeker als je kijkt naar de laatste twee maanden, heel hard aan elkaar gewacht. Ja, ik vond Bucks heat vond ik wel zottekes. Maar daar is, is ik nu niet zot mee, dat iedereen nee. wel, uh, wel gedacht of zo. Vooral ook omdat, je voelt wel duidelijk, zo bijvoorbeeld Grizzlies, ook de Kings en zo, kun je altijd zeggen, dat zijn jonge teams, ja. die hebben eigenlijk niet... Die zijn heel goed, maar ze hebben alle twee nog niet echt... Eh, Morant of Darren Fox, ze weten nog niet echt wat het is om een kampioen te zijn. Maar Bucks hadden dat wel. Natuurlijk ja, hadden ze dat. Die hadden Jannis. Oké, okay, Jannis heeft wel maar 2,5 match gespeeld. Of een tweematje en een kwart. Belangrijke nuance. Ja, wel waar. Dat is wel waar. Maar toch... Maar toch, inderdaad. Het is toch. toch Voor de rest, ja. Uh, ja het is nou niet omdat ik hier. Uiteraard een beetje als de vertegenwoordiger ja. van. Uh, de, de hele lekers. De woordvoerder van de lekers. Ja, dat, dat is ook typisch. Dat is de tweede keer dit jaar dat ik deze trui aan heb. En de, de eerste keer was. Wanneer, Dennis? Wanneer was die vorige aflevering? Ergens in maart. Ergens in maart. Uh, lekers natuurlijk toch ook wel. Maar dat is een verrassing, vind ik, die al een tijdje bezig is. Uh, dus ik vond het. Uh, ja. Zeker, ik, ik vond het bij de Warriors geen verrassing meer, bij de Grizzlies wel. Oké, okay. uh, de Lakers, we gaan er meteen over beginnen. Want uh, onze weddenschap van een paar maanden geleden, we hadden hem misschien toch iets duidelijker voor onszelf moeten maken, ook, denk ik. We hebben, we, we hebben iets afgesproken en het was duidelijk, maar het was ook niet goed genoeg, denk ik. Dus we gaan even de termen verduidelijken hoe we het nu gaan doen. Nou, ik denk het reden, en dat moeten we ook wel koesteren, is dat het een heel spontaan moment was. Dus dat vind ik ook wel tof. Draaien. Ik sta nog altijd volledig achter mijn oorspronkelijke maar idee. Maar wacht, we gaan even terugkomen voor de mensen die ja. het de vorige keer niet gezien hebben. Het was iets naar de trade. Een belangrijk stukje informatie. Maar, ik moet ook zeggen, ik heb het toen ook wel een beetje als een bold statement, omdat ik vind dat dat wat mijn rol is. <laughs> dat iedereen zijn rol is dat je in deze stoel zit. <laughs> ik bedoel, je moet wat tegen de kennismuur Sayed gooien om af en toe... Uh, u proberen het uit uw lood te krijgen. En ik heb toen gezegd, de Lakers gaan dat hier nog winnen. Ja, en ik zei, ik geloof nooit, het belangrijkste argument, dat Anthony Davis of LeBron dat die zo lang fit gaan kunnen blijven in de playoffs Belangrijk argument. Belangrijk argument is dat je me ook het liggen uitlachen. Tuurlijk. Dat is ook een beetje bij... mijn rol hier. Hè? Ja, ja, dat weet <laughs> ik. <laughs> je, hebt, je hebt letterlijk gelachen en je hebt, gezegd, je hebt toen gezegd, van, als ze heel dat spel winnen, dan betaal ik u een etentje in de J. En ik sta daar nog altijd maar, voor de volle 100%. Maar je hebt dat op een manier gezegd. Je gaat even goed kunnen gezegd hebben. Dan koop ik u een Ferrari. Want <laughs> je voelde nu heel zeker. En eerlijk is eerlijk, ik geef dat ook toe en ik ga ik alles op tafel gooien. Dat was een beetje een bold statement. Ik had het ook niet gedacht. Het enige wat we toen hadden, was dat een trade gebeurd was. En ik denk dat ze toen één match redelijk goed gespeeld hadden. Ik denk dat Russell, die Angelo Russell, toen niet hopeloos en was. En dus... die leek toen heel fit, ja, heel fit te zijn. Ja. En ik weet wel, de dag nadien was hem terug geblesseerd. Ja, ja dat is juist. <laughs> dus ik dacht, dit gaat geld kosten. En gelukkig heeft dat niet lang geduurd. Maar wat ik toen wel gedaan heb, gewoon omdat ik, dat ik eigenlijk ook wel... Ik weet niet wat het was, omdat ik het zo grappig vond dat je dat zei van de Jane, dat ik, heb ik toen zoiets gezegd van ja, maar wacht, dus we zullen het anders doen. Per ronde... Dat ze doorgaan. Ja. En dat was toen nog plain. Ja, toen was het mogelijk dat er twee plain rondes gingen ja. zijn voor de Lekkers. Ja. Het is er maar eentje gebleken. Plain, uh, dan en per ronde van de ja. playoffs betaalde jij een deel van de rekening. Ik dacht ja, dan is het ook wel wat eerlijker, dan is het ook wel wat grappiger en wat spannender. Maar wat we niet hebben afgesproken. Hoe precies de ja. verdeling zat. Ja. Dus we hebben eigenlijk een soort gerechtsdeurwaarder nodig van Backley of zo, die even gaat zeggen wat het moet zijn. Ja, inderdaad. Maar uh, ik moet wel zeggen. Ik had nooit gezegd, dan koop je een Ferrari, omdat ik wel realistisch genoeg ben om te denken, LeBron en AD, als die fit zijn, dan kan er van alles gebeuren. Dus Ferrari had ik je nooit gegeven. Een het in de Jane, dat is nog iets anders. Ja. Ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben stom, ik kan heel loemp zijn, maar zo loemp ben ik nu ook niet. Maar, ik, ja, maar geef toe, het was toch wel... Ik, ik moet eerlijk zeggen, want ik heb dat toen echt als een soort statement gesmeten. Geef uh -huh. nou eerlijk toe. Ik had het nooit zien aankomen. Ik, ik, ik zijn de las. Ik, er zijn dingen waar ik redelijk straf en ik zou zelfs in de verte geniaal kunnen noemen, maar dit voorspellen, dat had ik echt wel. heb ik ook wel wat gedaan voor de fun. Natuurlijk. En ik begin, ineens begin ik dat seizoen te zien en denk je, God damn. En ik moet zeggen, Dennis, dat kun je wel raaien. Ik heb heel veel reacties ondertussen gekregen. En terecht. <laughs> Zo van. Ik moet ook zeggen, in die serie tegen de Grizzlies, ik heb voor de Lakers gesupporterd, hè? Ja, ik wilde, ik wilde betalen, want het was van... ik nee, no way dat Dylan Brooks en die mannen dat die door mogen naar de volgende ronde. Dat moet de Lakers wel over. Pak, die ja, ja, pak, pak die maar ja, pak die maar. Ik wou niet dat de, dat de Grizzlies doorgingen. Ik wilde dat de Lakers doorgingen. Maar is het dan toch Want ik weet dat ik het wel ik, op een of andere manier, het is dat gezond ding. Het is, het is, alles moet wel wat kloppen, of zo. Maar ja, dat ze zo... Want ze hebben qua... Uh, ook hun statistieken eigenlijk, wat de tweede helft van het seizoen betreft, zijn ze denk ik tweede in de, in, de, in de West, denk ik. Beste verdediging van de Ja, ja als... maar ook in, in, in alles, denk ik. Ze hebben echt tweede of derde qua record. Ze hebben zich fantastisch herpakt. Ja. Echt. Uh, Dwarvenham heeft daar trouwens ook dingen gedaan die ik niet had verwacht. En die ploeg speelt ook voor Dwarvenham. Heel mooi om te zien. Ik denk dat daar een bepaalde vertrouwensband is, of een bepaalde connectie is tussen de spelers en de Coachingstaf, die mooi geëvolueerd is doorheen de jaren. Het vertrek van Russell Westbrook gaat dan ook geen, uh, geen kwaad gedaan hebben. tegendeel zelfs. Ik denk dat dat ook wel voor wat frictie heeft gezorgd in de kleedkamer. Tegenovergesteld van wat Westbrook bij de Clippers gedaan heeft. Want daar klikte het duidelijk wel met Tyron Lou en iedereen daar. Bij de Lakers ging dat niet. Wat vreemd is, hè? want we hebben het er net voor de opnames even over snel doorgegaan. Uh... Eigenlijk al hun trades, wat eigenlijk de belangrijkste zijn, uh, D'Angelo Russell, Vanderbilt en Malik Beasley, en ja. Rui Hachimura, ja. maar die was er iets ervoor, maar dat telt nog. Hey, dus die zelt, hoort er zeker bij. Hoort er zeker bij. Is eigenlijk nu... Rui, misschien wel de meest constante. Rui is in mijn ogen van alle, van alle mannen die zijn binnengehaald in de, bij de trade-deadline, is dat de enige die echt een constante impact heeft in deze ja. playoffs. offs de Angelo Russell heeft van die matchen gehad dat die er 30 binnengooit. En dat je weet, geeft hij een, geen een centimeter, want hij heeft daar die floater en ook daar vanaf die achter de drie lijn, dat heel ja. high arch in shot. Dat als het begint binnen te vallen, weet je ook, moet het erbij zijn. Want nu kan Russell er 30 scoren. Maar we weten ook, zoals in Game 1 tegen Denver, dat hij de match aan een stinker kan hebben. En niks doet en zijn ploeg meer kwaad dan goed doet. Ja. Dan hebben we Thomas Bryant. Van, nee, die is naar Denver gegaan. De, 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 van, nu, Bryant, was Bryant is allemaal voor, bro. Ja. Uh, bol Bol. Nee, maar uh, Mobamba hebben ze Mo binnen Is geblesseerd. Bol Bol is geblesseerd, maar ook sowieso geen rol van betekenis gespeeld. Malik Beasley komt gewoon niet meer van de bank. Nee, de laatste vijf minuten als er twintig fouten ja, Inderdaad. Um, en dan wie vergeet ik? Uh, Jared Vanderbilt. Vanderbilt. Ook een beetje verdedigend. Een beetje waar Russell is in momenten. dat hij wel echt elk rebound heeft. maar die is nog niet constant genoeg. En ook het einde van de serie tegen de Warriors. Was ook die? uit de rotatie ja. verdwenen. Hè? Ja. Ja. Dat was in het begin heel belangrijk op Curry. En dan is Schroeder overgenomen op Stephen Curry. Wat hij trouwens fantastisch heeft gedaan. En dan Vanderbilt, zijn rol is minder en minder belangrijk geworden. Ik ben heel benieuwd, want ik denk dat hij tegen Denver wel belangrijker gaat zijn. Ja, omdat hij fysiek is, omdat hij een veel grotere ploeg dat is. Dat ze natuurlijk. meer nodig hebben daar. Maar het is wel zot eigenlijk. Dat als je, is, iedereen spreekt over de trades van <laughs> de Lakers. Maar eigenlijk moet het toch nog iets anders geweest ja, zijn. AD is gezond gebleven. Dat is al nummer één. AD is gezond gebleven. Austin Reeves heeft, een, heeft zijn rol meer en meer gevonden. En heeft hij nu in de playoffs duidelijk een paar mindere matchen tegen Golden State. Maar het is wel duidelijk wat de rol van Austin Reeves is. Creator voor zichzelf. En heb, voor ik zijn ook mega, heb ik ook eerlijk, moet ik ook toegeven, heb ik ook onnozel over gedaan, Austin Reeves. Maar dat is wel. Is dat? De, is denk jij, um, is Austin Reeves een blijver of weet hij gewoon het seizoen van zijn leven? Dat is moeilijk om te voorspellen. Moeilijk om te zeggen. maar... Want er ik, wordt ik zie... al, er altijd van hem gezegd: hè? hij was heel Billy Kobe. Dat kreeg ook niet zomer. Dat is een grappige. Maar je voelde wel: uh, mensen die hem kennen zeggen van dat was wel een onwaarschijnlijk goede basketter vroeger. Maar op een of andere manier, zoals hem zelf ook zegt. Ja, blijkbaar niet goed genoeg voor getrouwd te zijn en weet ik, ja, ik veel wat. Er, dus maar dus wat wel, is dat dan? Maar er zit, wel iets, er zit echt iets in. Want ja. heel veel mensen vergelijken die met Alex Caruso. Niks Niks witte maal. Totaal niet. Niks. Maar compleet letterlijk. Anders. Het is gewoon dat ze alle twee witte huidskleuren. En voor de Leker spelen. Dat is de ja. enige vergelijking en de, die en, kan de, maken. en dat ze dat ze er uitzien fysiek alsof dat ze ook met ons zouden kunnen hangen. <laughs> dat is alles. Ja. Caruso is toch wel iets atletischer, denk ik, gebouwd. Ik wil zeggen, ja. als je die ziet... Ik weet maar waar het inderdaad... maar... Ja, ja, maar je hebt groot gelijk. Stiekem, also, ja. het, het lijkt er een van ons te zijn. Ja. Maar. De beste vergelijking voor Alston Reeves is, um, ik denk ik, Ryan Russell en Bill Simmons die een paar keer gemaakt hebben. Gordon Hayward bij Utah. Dat zie ik inderdaad ook nog. Gordon Hayward is wel een beer, Maar in het begin ook niet, hè? is een beer geworden. Een Gordon Hayward ook niet groter dan... 6'9", 6'8", denk ik? Ja, Reed is ook niet zo klein, hè? 6'5", dat is een stiekem, hè? Dat is een stiekem klokje kijken hoe groot hij eigenlijk is. 6'5", denk ik. Zoiets. Officieel staat hij op 6'5", ja? Dus 1'96", zoals mij. Ja. Ik denk dat hij wel iets... Meestal zijn die iets groter dan ze eigenlijk daarin ja. staan. Maar Swat, die heeft zijn rol goed gevonden. hij Braille... is vooral ook een fantastisch technisch ook? Hij lijkt hij, niet zoveel, zoveel stijl, het was een balhandeling. Mm. Het is wel echt. Uh... En goede vista, creëert voor zichzelf en voor de anderen, en vooral slimme speler. Die ja. gast is clever. En dat is iets wat dat de laatste maanden, sinds februari, denk ik, meer en meer nog ontwikkeld is. Dat hij doordat hij zijn rol heeft gevonden in die ploeg, of is beginnen te vinden in die ploeg, ja dan. Kan zijn echt basketigu ook meer en meer naar boven komen? En nu zie je dan meer en meer van. Oké, okay, hij ziet dat gat, hij ziet daar die opening, hij weet daar waar hij voor zijn eigen shot moet gaan. Hij kiest de juiste momenten meer en meer uit. Dat is niet in elke zo. Maar ik vind wel dat je daar progressie in gezien hebt. En meer wel. Mm -hmm. Maar ik denk dat slotsom, allee, kortom, als je, gaat, als je gaat over de roleplayers van de Lakers hebt, wat ze wel hebben, laten we dan zeggen dat ze er vijf, zes hebben, ze hebben allemaal af en toe een off-day, maar er zijn er altijd drie die het wel goed doen. Er is er altijd minstens ene die boven zichzelf uitstijgt. En dan toch? twee die constant ja, zijn, waardoor dat ze eigenlijk vijf man hebben. Ze hebben eigenlijk een ploeg die niet faalt. Hm. En, en, even bij nog, hij heeft het soms moeilijk met zijn voet, maar ze hebben nog altijd LeBron fucking James. Hè? Die da, de, de Warriors van. in game 6, in het derde kwart... Uit verband heeft gedacht, bij wijze van spreken. Want op zich heeft hij. Het is niet dat hij 55 punten heeft gescoord en hij zo gedomineerd heeft. Nee, op de juiste momenten weten. Nu pak ik die insight. Nu weet ik dat we daar naartoe moeten gaan. Die play switchen we nu. Zo intelligent gespeeld tegen Golden State zonder LeBron was het nooit mogelijk geweest. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze in game 6 doorgeduwd hebben. Want anders ja, in derde kwart de stonden tegen achter, de Warriors. En voilà, daarom. Ik, vind, ik ben. Dat, match, dat is voorlopig de Lakers-game van, van de playoffs. Ja, maar ik ben ja. gewoon onder de indruk van dingen die LeBron al gedaan heeft. Want je ziet fysiek ook dat hij last heeft van zijn voet met momenten. Ja. Dat is toch altijd indrukwekkend, hè? En, je ziet... en dat hem ook. Want hey, was, uh, uh, na de match van, van uh, gisterenavond tegen Denver, mm -hmm. eh, dat ze verloren hebben, uh, hadden ze een interview met KCP. Ik kende even Caldwell Pope. Die zei van: Ja, uh, het is nu wel heel vriendelijk is erover, want je voelt dat ze ook nog allemaal wel bevriend zijn met elkaar. Ja. zegt wel, ja, de Bubble Lakers van 2020, wij waren wel beter. En toen had ik wel zoiets, dat weet ik niet. Ik, ik snap dat jij dat zegt, want jij was toen een van de roleplayers, maar ik vind niet dat Karl Kuzma, KCP, uh, Caruso, dat die zoveel beter zijn dan degene die het nu erom doen zijn. Maar wat ik wel vind... LeBron James was in 2020 wel beter dan... Ja, ik denk, maar dat is een belangrijk argument. Dan. Ja, ja maar, dat is, maar dat is niet wat KCP nee. wilde zeggen. Ik weet, ook niet, ik weet wel niet... Als ik die twee ploegen tegen elkaar zou zetten, weet ik niet wie ik zou moeten kiezen. Het zal geen gigantisch sociaal zijn. Ik, hè? Denk, ik denk eigenlijk dat die ploeg wel... Ha, moeilijk. Dwight Howard was er ook nog bij. Zich. Nee, niet Dwight ja, Howard. Dwight, dingen. Jawel, wel. dingen, ja. dingen. Allee, ook. De Spanjaard, alleen de broer van de Paul. Nee, was het jaar daarna, Margazol? Was het jaar na de titel? Is Gasol erbij gekomen? Hij ah, had je niet meegedaan? Ik denk, het, ik denk ja. niet dat hij erbij was. Ik ga dat dubbel checken, maar volgens mij was Margazol. En er dingen, niet... Rondo. Rondo was daarbij, inderdaad. Rondo en in playoff Rondo is een goede. En ja, Russo als roleplayer ook nog. ik denk dat ik de ploeg van, van de bubbel intrinsiek op dat moment. Wel beter vond dan deze. Maar uh, geen gigantisch verschil toch niet? Nee, is er, uh, Gasol is erbij gekomen het jaar na de titel. Daar gaan we het niet over hebben, we hebben nu geen tijd voor. Nee. Maar dat blijft nog altijd wel een stiekem goede ploeg. Die hebben pech toen gehad met die uh, blessure van Davis in Game 3 tegen de Suns. Maar goed, dat is, uh, ja, dat is gedaan. Dus. Dat is duidelijk. In, in, uh, dus de, voor, waar we over begonnen waren. De, de, de voorwaarden voor de weddenschap. Nu we hebben het het daarnet nog eens duidelijk met twee besproken voor de opname. Zodat we zullen het duidelijk weten. Um, wie betaalt waar, wanneer Wie... ja, voilà. Nog altijd, dat is de, de, de baseline, blijf ik bij. Dus mijn, het oorspronkelijke idee: lekerskampioen, ik betaal alles. En ik kan me niet schelen wat jij zegt, dan, 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 dan ja, ja. kan ik wel achter uw rug betalen, maar dat is de afspraak. Oké. Okay. Goed. Uh. Ik moet een beetje fair blijven. Dat was mijn eigen idee. Ik, dat wel echt uh, ik, vind ook ik vind ook wel dat ik ook wel een beetje al een morele winnaar ben. Maar uh, By far. Uh, mag ik dat zeggen? Maar dat zeker dan. Uh, ik vind, alles tot aan de conference final, daar hebben we overeengekomen, ja. is een derde van de rekening. Ja, is goed. Dus nu zit ik aan een derde. derde hè? Ja. Dan kunnen, we, zeggen, dan kunnen we, dan zullen we misschien mensen zeggen, oh, maar ja, dat is toch al veel dat ze moeten doen. Maar eerlijk, het, moet ook, het klopt toch niet anders helemaal. <laughs> als ze de nuggets pakken, wat echt zot is. Ik denk wel, als ze de nuggets pakken, dan... Komt dan, er een derde bij. Dan, dan komt er een derde bij. Dan gaan we naar twee derde. Want de nuggets nu pakken is evenveel waard dan al de rest, ja. vind ik. Akkoord. En als uh, uh, Miami... Nee, het zal niet ja, Miami... We zullen zien wie dat wordt. De finale doen, dan is het volledig. Mm. Maar het is ook niet... Ja, helemaal mee eens. Voilà. Dus de voorwaarden zijn duidelijk. Dus um, je hebt nu eigenlijk al een derde... Ja, ja. terecht. Ik, ik zou het niet anders willen. Ik zou het echt niet anders willen. Um, en een aperitief en zo hoort daar ook bij. Hè? De ja, ja, plus je, nee. plus ja. alles daarvoor. Ja. Hè? Voilà, okay. duidelijk. Uh, want... Er wordt vaak mee gelachen van, we niet zien aankomen. Hè? Nee, inderdaad, maar jullie allemaal ook niet. Niemand, zelfs de grootste Lakers-fans, die gaan dat gehoopt hebben. En gedachten hebben, want LeBron en AD. Maar zelfs de grootste Lakers-fans durfden niet vertrouwen in de fitheid van Anthony Davis. En ook niet van LeBron. Want als we teruggaan doorheen de laatste jaren, is er elk jaar wel een freak-injury gekomen. En ook wat we dan gezien hebben, sinds wij hebben opgenomen, ook sinds maart, en sinds die ploeg, want het was niet vanaf dag één, hè, maar de evolutie die hij doorgemaakt heeft, ja, enkel... Idioten stellen hun mening nooit bij als er dingen duidelijk veranderen. Hè? Ja, er, is, er zijn dingen geëvolueerd, die een spel is... is indrukwekkender geworden. Niet altijd. Want ik denk nog altijd dat er heel wat punten zijn waar ze beter in kunnen zijn. Maar als Anthony Davis speelt zoals hij moet spelen. Game one tegen Denver. Ze staan er 21 punten achter. En ze komen terug en ze maken er. Want ik heb nooit het gevoel gehad dat de Lakers daar. Uitgespeeld waren. Nou, ik heb altijd gedacht: er, er hangt iets in de lucht waardoor de lekers gaan kunnen, blijven aanklampen. Maar ze hadden wel, dat hebben ze op voorhand gezegd, zowel Davis als LeBron, als we niet direct goed beginnen, dan hebben we twintig aan ons pan en ze zijn wel veel te traag begonnen. Ja, maar Geen niet tegen Denver dan nee, nog goed. Krijgen. Maar wat, wat is de reden dat ze dan nog ergens zijn blijven aanklampen? Zelfs als er twintig achter stonden, wisten ze: oké, okay, Anthony Davis gaat vandaag alles binnengooien. Dat Slaar. helpt. En dan kan je verder evolueren in die match met de rest van de ploeg. Want je hebt er ene die het probeert tenminste om er te blijven staan. Maar ik denk gewoon, en dan het wetenschapgedeelte. Je moet dat ook een beetje zo zien, Dennis. Ga ze een van de meest geliefde mensen op aarde. Pas op. Ja, maar ik heb het over in de media. Ik heb het niet over dat persoonlijk leven. Ik bedoel, ga ze een, 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 een encyclopedie van een basketbal. Everybody loves you. Maar af en toe is dat ook gewoon eens leuk dat de grote Dennis Sayed iets zegt dat, dat niet helemaal waar is. En ik vind dat echt ergens erg, dat uitgerekend ik degene ben die dat, dat een beetje moet, moet stoken. Maar dat moet je een beetje aankunnen. Maar vooral... Mensen... Soms jij... Wacht, maar... Gaan oh, oh. ja. ze een hoge boom, een, een hoge kennisboom... Ja, en je krijgt nu even... ga ze human, ga ze menselijk. Meer dan, maar vooral tegen ergonis... die... Ik, wil dat, ik vind dat zelf ook tof, hè. Dat ja, maar dat moet zin. je nou niet zeggen. Ja, je, wel, moet, ja, je, moet, dan. je moet nou even meespelen. Okay, ja, je wordt fout. <laughs> oh, maar dat is absoluut... Dennis, is volledig ik zeg, het, maar ik zeg het nou gewoon één keer. Ik, ik was ik, volledig fout. Ik had het niet zien aankomen. Ik ben een sukkel. Ik weet van geen kloten er is nu een foto getrokken van het moment dat jij het toegegeven hebt. Het is belangrijk dat je die foto, dat je die een JPEG-nummer opschrijft. Want dat is de foto waarop dat inderdaad het toegeeft de fout. Was. Maar ja, ik heb dat nooit ontkend, maar is wat goed. Hoe oh, komt dat jij dat nou niet wist? Ja, kijk, ik, ben, ik weet van niks. Ik ga, ik ga, voor, ik ga een de sport beginnen volgen. Het is tijd voor badminton. Korf, korfbal dan toch? Ik heb het over sport, hè. <laughs> uh, los daarvan... Wat was het probleem eigenlijk van Brooks? Dat, vind ik, dat wil ik nou eens weten. Van dus Dylan Brooks? Dylan Brooks ja. tegen de, de mensen die gevolgd hebben bij Memphis Grizzlies. Ja. Eigenlijk een hele een toffe serie. Eigenlijk, hè? Op zich eigenlijk, niks over te zeggen. Toffe basket, alles was leuk. Brooks, dat ik eigenlijk wel leuk vind, dat hij dat, die, dat, die dat doet. Hè? Een beetje stoken. Ze wil toch een beetje de pistons van in de, hè? Zo wat mm -hmm. de, de klootzakken zijn. Dat lukt compleet niet. Die wordt, want je wordt eigenlijk toch een beetje opgeofferd om LeBron... Hij offert zichzelf op, hè. Ja, maar nu, nu dat allemaal fout gelopen is... Hey, hij is serieus hij is afgegaan. Hey, ik bedoel, hij, is, hij komt er als de loser uit. Zijn contract wordt zelfs niet meer verlengd ja. Ik vind dat wel echt mega ondankbaar. Want stel dat dat wel had gelukt geweest, dan had hij de grote ja, held maar, geweest. Maar ja, als, als maar als mijn tante wiel was een camion. Dat dat heeft, dat heeft nee, maar het heeft geen nut, omdat je het niet... Heb eigenlijk... hebben ze die gevraagd om aan betaald te doen, of ja, niet? Zeker weten. Anders zouden ze... Anders zouden ze en bijgehouden hebben. Als het effectief een instructie was van de club uit, of van de coachingstaf, of overlegd met de spelersgroep, no way dat ze hem dan zo zouden laten vallen. Dan zouden, denk ik, de rest van de ploeg ook wel zich hebben laten horen en hem zijn beginnen steunen. Al is op social media, niemand heeft iets gezegd van die ploeg, hè, over Dylan Brooks. En het is een ploeg die graag op social media zit. Maar dat is een carrière-eindiger, Ik denk wel dat er nog een ploeg is dat hij gaat kunnen gebruiken, en gaat willen gebruiken. Want hoe is hij nou eigenlijk, Dylan Brooks? Goed, dat is een degelijke roleplayer. Maar het probleem is, hij denkt dat hij beter is dan hij zelf is. Hij denkt zelf dat hij beter is dan effectief de realiteit is. En dat is een probleem. En je moet ook weten wie je kan poken, hè. Je moet ook weten tegen wie je kan beginnen praten. En wie het is... Draymond Green bijvoorbeeld, die had in mijn ogen meer moeten praten tegen Edi en LeBron. Maar dat zijn BFF's, dus heeft dat niet meer gedaan. Want dat kan ergens nog, kan ergens nog werken, want Draymond Green, ook al zijn die cijfers indrukwekkend, die top. laat het wel zien op het veld. Is een impact, hè? Impactvol. Ja, Dylan Brooks heeft niks laten zien op het veld. Er heeft ook nog, niks, heeft nog geen track record van de afgelopen jaren. Dat heeft kunnen zeggen, zoals Green. Uh, ik heb mijn ploeg mee aan vier titels geholpen. Ik ben voormalig Defensive Player of the Year. Ja, Dylan Brooks die heeft eigenlijk dit seizoen en vooral in de playoffs. Was hij. Niks waar. Maar is hij dan ook niet een beetje symbool voor heel de Grizzlies, heel hun beef dat ze hebben hebben proberen tegen Golden State? Ja, dat was ook letterlijk wat Draymond Green altijd, ook altijd zei: van ja, wij hebben geen beef. Mm. Gellen maakt dat ervan, gellen ze gewoon aan betaald, gellen ze vervelend, maar wij hebben niks om in elkaar te vergelijken. Er zijn geen bragging rights, want gellen het niks. De, de Grizzlies zijn zo die mug die daar s'nachts zo te veel blijft rondzoomen, maar dat je dan een tijd bent dat je die eindelijk hebt. Hem. En dat waren de Grizzlies dit jaar. Ik vond het gewoon jammer, want ik vond de Grizzlies vooral ook gewoon een leuke ploeg om te spelen. En wat ik ook echt, nou ga ik iets zeggen dat waarschijnlijk op niks slaagt, maar ik mis daar volgens mij ook Steven Adams. Dat op... Volgens mij, Steven, nee, niet alleen als feit dat dat een waanzinnig goede center is, maar gewoon Steven Adams ziet er nooit volse shit doen. Ja. Dat, dat, dat lijkt me nou echt een maar, aangename man. Ik zou niet weten waarom dat, dat op niks zou slaan. Ik vind dat je daar 100% gelijk in hebt. Ja, ook als persoon. Maar, hè? Net dat, ik denk, ik, ik denk ook niet dat Dylan Brooks zich zoveel als. Kunnen permitteren is misschien veel gezegd. Dat durven permitteren als, de, als Steven Adams aanweziger was kunnen zijn. Denk ik, hè? Maar ik, denk, ik ben het daar helemaal mee eens. Op het veld, maar ook ernaast. En het is nog altijd anders. In, in straatkleren, op de bank zitten. Er is nog altijd een andere impact. Ja, ja. Effectief mee in die spelersgroep zitten en ook mee op het veld staan. Zeker als je al maanden geblesseerd bent. Ik heb dus het, dat het, sowieso. En ik had dat sportief ook graag gezien. Ja. Steven, en Steven Adams vind ik wel ook geen onbelangrijke factor. Dat is een heel belangrijke factor zelfs. Ja. Dat is echt uh, helemaal, helemaal mee eens. Uh, maar ja, de Grizzlies, ja, kijk, het is... Uh... Het is, ik heb geen medelijden met Dylan Brooks, terwijl ik dat eigenlijk wel een beetje zou moeten hebben. Maar ik heb daar echt geen medelijden mee. Ik Waarom het, dan? Is het omdat het LeBron... Hij heeft het over was? zichzelf... Heeft, nee, hij heeft gewoon even. Want stel, stel dat hem... Wat, alles, alles is hetzelfde, mm -hmm. maar hij slaagt in zijn opzet en LeBron maakt 14 punten of krijgt een vijfde fout of weet ik veel wat. En... Ja, maar natuurlijk ja, verandert hij alles, hè. Tuurlijk verandert dat alles, dat is ook logisch. Hè? Maar vind je dat, dat een tactiek van... Want dat is eigenlijk zijn stoorzender, dat is een, me een, een mentale warfare dat hem doet. Is dat, iets, is dat anno 2023, nog iets dat jij wilt zien? Ja, ik wil dat zeker zien. Maar wat ik dan ook wil zien, is dat je niet een pussy bent en na een verloren match direct naar huis gaat en niet met de pers praat. Als je ervoor een groot bakkes kunt hebben, moet je achteraf ook een groot bakkes hebben. Own it. Je moet niet, uh, niet zo'n niet zo votje zijn dat dan... Gewoon wegglipt en niks durft zeggen. en je, Tuurlijk mag je trash talken en je mag, je mag de, de eikel proberen uithangen. Draymond Green doet al jaren niet anders. Doet al jaren niet anders. Maar hij owns it. En hij geeft ook toe als hij faalt. Hij geeft toe als hij mislukt is. Op zijn eigen manier. Maar hij komt er wel, hij komt er wel vooruit. Zijn de Grizzlies gewoon, zijn dat gewoon niet zo'n slimme mensen? Dat kan ik niet over Ja, John Morant... Ik... Er is toch iets met die ploeg waarvan je zegt... Damon Green, Curry, uh, mm -hmm. Thompson... Uh, ja, Steve Kerr, ook allemaal. Je het wel, er zit wel een zeker... Inter, ik, ik begon gewoon niet over intelligentie over... Nee, nee. Kunnen we kunnen ermee iets aanvangen in de slimste mensen toestanden mee doen. Maar je voelt, daar zit wel een soort cerebraal ding zijn. Terwijl bij die grizzlies, het jam around, waarvan je wel voelt dat de levenskeuzes wel naar de verkeerde kant... Ja, dat is, daar zit wel zo een soort... Ik denk dat het heel belangrijk is... Om te weten wat het effect op je ploeg is en op de, op de dingen die je, die je probeert te bereiken. En Draymond Green gaat er soms ook over. Is er al vaak over gegaan. Denk aan de playoffs, 2016, dat hij in de klote shot van Steven Adams. En we hebben genoeg voorbeelden van Draymond Green die erover er is gegaan. Maar meestal heeft het wel een positief effect gehad op zijn ploeg. Meestal was er iets dat zijn team nodig had. Om wakker geschud te worden of om die focus in de volgende match te hebben. Er is bijna geen enkel moment geweest. Kijk, vorig jaar. Draymond Green hangt daar de eikel uit tegen Boston in. Game 2, 3, ik, ik weet echt niet meer in welke match precies dat het is. maar game 4 was een Stephen Curry game. Ik ja. denk je, in match 2, is Draymond Green is er compleet overgegaan daar, dat iedereen daar zot van werd. <coughs> um, um, Jalen Brown aan zijn shortstrekken, um, constant tegen iedereen, tegen iedereen praten en, en, en iedereen proberen uit te dat had wel een effect. De ploeg heeft daar goed op gereageerd. Tegen Sacramento, hij stampt op uh, Sabonis, wat ja. degoutant is. Hij gaat er ver over tegen het publiek. Maar zijn ploeg reageert daarna wel goed op, bepaalde, op een bepaalde manier. triggert dat zijn team en ze hebben nu ook die ervaring, denk ik, dat track record door in de jaren dat ze weten hoe zij erop reageren. De Memphis Grizzlies hebben niet goed gereageerd op wat Brooks gedaan heeft. Nee, absoluut niet. Nu moet ik wel één ding zeggen, want daar las ik dan toch weer bij Steve Kurt ook, eh, omdat ze dan het eh, gevoel dat de uitschakeling door de Lakers wel eh, einde van een dynastie. Clay Thompson was ook heeft Heel ook slecht. laten afweten. Waar ook jammer is voor. Die is een persoonlijke legacy, uh, ongetwijfeld. Maar hij zegt ook van ja, uh, het Green Pool gegeven, heeft ons toch gekost. En zo kun je geen kampioen worden. Dat is wat Steve Curse. Dat vind ik nog iets anders dan wil we het zo meteen nog even over hebben. Ik gaan het over de Warriors hebben. Maar ik vind wat, uh, wat daar gebeurd is, staat los van. Wat Dylan Brooks heeft proberen te doen en wat Green op die andere momenten doet. Want dat is effectief tegen een ander team. En zo proberen een ander ik, team ik vind, te manipuleren. Ik vind dat straf op het niveau van NBA, waar dat toch alles geregeld is. En ik geloof u, hè. Maar ik, 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 ik had toch het gevoel. Ik vind dat vreemd dat je dan dat eigenlijk op eigen houtje doet. Want de gevolgen zijn gigantisch. En laten we heel eerlijk zijn, het is LeBron James. En als je iets tegen LeBron James doet, is dat niet het nieuws van die wedstrijd, dan is dat het nieuws van de wereld. Ja. He, want dat is... Dat, dat is, is LeBron, LeBron James is niet zomaar iemand, dat is een crossover figuur. Ja, tuurlijk dat. Doe Dylan Brooks is er wel wereldberoemd door geworden. Ja, hij pookte de beer. Maar de, de beer vond dat heel tof om gepookt te worden, duidelijk. Heb je ja, he, dat stukje gezien, dat, dat, zo, dat courtside uh, conversatieke? Ja, cool. dan zegt hem niet veel. Maar ja, wat moeten je dan doen? Je kunt niks zeggen. Ik wou nog even wel de loftrompet bovenhalen voor de Lakers, wat die dit jaar hebben laten zien. sinds de trade deadline, maar ik vind eigenlijk vooral sinds de play. Ja, je moet je eigen fouten inzien. Kunnen we hier een beetje onderzetten? Gewoon zo... Ik vind, je eigen fouten inzien, op zich is dat niet moeilijk, hè? Je moet gewoon Hoe komt dat die niet geblesseerd geraken? Zijn die dan altijd fake geblesseerd? Maar dat wou ik aan u vragen, dat is waar ik naartoe ging gaan. Dus Anthony Davis heeft een paar mindere matchen gehad. was het de even matchen zeker in de serie ja. tegen, tegen Golden State. Behalve Game 6 was die, was die eigenlijk nergens. Maar Anthony Davis, we zien meer en meer de Anthony Davis waarvan we allemaal fan zijn geworden, denk ik, destijds bij Kentucky. Een top 5 ja. speler. Hè? Absoluut. Die zien we meer en meer. We zien het er vaker en vaker uitkomen. Als jij er naar kijkt, en ik denk nu zeker door onze weddenschap dat je toch wel wat meer voor de Lakers supportert. Maakt dat tof. Heb je dan. Schrik om die geblesseerd te zien uitvallen of heb je daar vertrouwen in dat dat niet gaat gebeuren? De vraag stel is te beantwoorden. Je zit daar ook niet meer mee bezig. Je gaat er nu vanuit dat die niet meer geblesseerd mm. raakt. Ik, ik ben Jawel. daar niet meer mee bezig. Ik, Min, ik, ik, minder. Minder. Ja. Ik weet het niet, ja. Je voelt, er is een, er is een soort focus-playoff momentum. Dat er zal wel een freak accident kunnen gebeuren, nee, ik denk het niet. Wat ik denk dat hij sowieso met pan speelt, denk ik altijd. Ik denk dat ze allemaal op dit moment. Iedereen. Ja. Uh, ik vind ook dat Butler al serieus nu in het rood aan het gaan is, weet je nog, toen in een bubbel. Ja, met zijn enkel. Met zijn enkel. Ik bedoel, je weet, je gaat. Hé, hey, die is nu al kapot. Ja, ik ben er wel niet meer mee bezig. Maar okay. ik moet wel zeggen. Um, ja, niet tegen Denver, hè. dat is onmogelijk. Om, dan moeten ze echt op hun volledige kracht zijn. Maar ik weet wel, er is een wedstrijd geweest in het seizoen, dat AD er nog even niet bij was. Die roleplayers of zo, die zijn wel niet te onderschatten. Daarom dat ik vind dat die... Die gaan niet van Denver kunnen winnen, maar je voelt wel dat er toch... Zonder AD hadden ze ook niet gewonnen van Golden State. No way. Zonder, nee. En ook niet van Memphis, met alle respect. Dat is ook logisch, hè? Maar, dat, is, maar, en dat is ook de, de normaalste zaak van de wereld. Maar ze hebben ook geen vervanger meer voor hem. Okay, maar Anthony Davis, het is, je, je Maar, ze hebben, er... geen, maar ze, hebben, ze hebben ook niemand niet meer. Ze hebben ook geen deftige. Oké, okay, Davis, want Davis, wat is dat? Is dat een vijf? Is dat, een cent, dat is toch een center? Of nee, is dan een vijf, ja. Maar, maar dat, hebben, dat, ze, hebben ze, hebben ze, een, ze hebben geen deftige backup-vijf, toch niet? Wie hebben ze daar nog? Pff, niemand die ze kunnen gebruiken, die ze willen gebruiken. Wie kunnen ze... Damien nee Damien Jones is niet terug wie is, er, wie, nee, wie is dat? Natuurlijk? Jared Vanderbilt kan je daar zetten. Maar dat is toch in het center. Obama, hè? Ja, maar die is er niet. <laughs> ja, nee, maar die hebben Wordt, ze dat, wordt dat de Kendrick Nun van uh, dit seizoen? <laughs> Pff, nee, nee, want Kendrick, ik weet niet wat Mobamba Mo, Mo, eigenlijk is. Ah, uh, Tristan Thompson hebben ze natuurlijk. Ah ja, maar ja, is dat wie niet? Is een noemt hem? Allee, die andere. To, is dat niet de locker room? Uh... Het is, de locker room ba back-up dus. five is Rui Hachimura. Dat is een backup up vijf. Als ze smallball spelen, LeBron op de vier. Dat kunnen ze met tegen, Den Want nog tegen iets, Denver kunnen ze geen smallball spelen. Hmm, pas op. Well, so. Rui heeft het goed gedaan hey, uh, op het einde ja, van game 1, In combinatie met AD. Hey. AD ja. die meer begon te romen in defense. Hachimura op Jokic. Jokic heeft niet gescoord tegen, tegen Hachimura. Nu, de aanpassingen gaan wel komen. Komen erachter in game 2, Maar ik denk dat het heel slim is om dan smallball te gaan. En Hachimura is ook groter dan je denkt. Ja, ja, dat is een valse kleine. Dat is, dat is een, een... beest. Wat is dat? 2,6 of zo? groter, ik denk 6 voor 10 dat hij in is ja. met schoenen aan. Ik vind, wel, ik vind dat wel een mooi verhaal, Rui. Dus gewoon, ja. allez, ik vind dat ook een, een, precies een aangename gast. Mooi, een Basket er ook. Ja, ja, schoon. Ja. Ja. Wie, wie had er ook gedacht toen hij bij de Wizards zat dat hij dit nog ging laten zien? Ja, ja, want bij de Wizards was hij ook niet de grote man. Hè? Totaal niet, totaal niet. Uh, nee, uh, maar over big men gesproken, ja. Jokic, hè. Het is wel, ik, ik, wel, ik kan wel moeilijk tegen Jokic supporten. Dat snap ik. Maar ik denk wel, Anthony Davis gaat Jokic serieus doen werken. En dat vond ik het straffen aan Game 1. Dus AD heeft die stats, op een gegeven moment was het ja, 31 punten. En dan zo. Maar dat waren de stilste 31 punten ooit, gewoon omdat Jokic die je zo aan het overklassen was. Nikola Jokic in de drie, eerste drie kwarters van Game 1 was op aanvallend vlak pure perfectie. Dat was de perfecte match dat die hij aan het spelen was. 20-point triple-double, die was zo ongelooflijk goed. En het maakte niet uit wat je daartegen deed. Het maakte niet uit wat je daar... Want... Maar het maakt al 14 wedstrijden niet uit wat je deed. Het maakt eigenlijk al 2,5 jaar niet uit. maar ik u in, in de perfecte... Uh, uh, hoe zeg je dat? Perfecte hate-and-beat-rant-rollercoaster zetten? Dat... Gaan we daar al naartoe? Kom ja, dan als, als je Jokic zegt, Jokic is toch de MVP? Ja, ik wil nog twee dingen snel zeggen over de Lakers. Want we gaan de Lakers afronden. Ja. Dus ik wil nog twee dingen over de Lakers. Eén. Um, ik heb de, graag witte wijn. <laughs> ik, ging voor, ik ging voor de aangepaste wijn. Oké, okay. okay, ja? aangepaste wijn. Uh, Negroniken op voorhand? Ik, ik mag graag een Negroniken. Um, LeBron. Ik, ik, ik ga sowieso ook bellen op Jane in deze af... We doen de reservatie sowieso op het einde. Hè. Dat is um, sowieso. LeBron, ik zei het net, hij wist perfect op welk moment en hoe hij de Warriors moest doodknijpen. Dat hebben we gezien in, uh, in ja. Game 6. Um, hij bepaalt zoveel op het veld. En ik heb het gevoel dat zijn basket iq nu nog meer tot uiting komt. Wat we al jaren zeggen, al, jaar, al tien jaar zeggen, een van de slimste basketters aller tijden. Misschien wel de slimste ooit. Um, wat ik zo cool vind is dat die mens zichzelf op het veld zet. Dus die gaan naar de moeten... Let daar eens op. De de op. Het, is, het is niet Darwin Ham die zegt, Lebron. Nee, Lebron die gaat zelf, die kiest zelf wanneer hij op het veld komt en eraf gaat. Dat is fantastisch. Dat is heel goed om te zien. En ook gewoon de cijfers, 12 de conference finals. Die is tien en één. En de enige die hij verloren heeft was in 2009 tegen, tegen Orlando. En toen was het gewoon omdat niemand van zijn ploeg is komen opdagen. Lebron in die conference finals was hij onwaarschijnlijk goed omdat ze met die game winner in game 2 uh, in Cleveland. En dan verliezen ze in 6 van, uh, van Orlando. Maar dat is, die cijfers vind ik, vind ik Mikey, Michael, onwaarschijnlijk. Mike, Michael, nog even, even gewoon voor alle duidelijkheid: voelen dat we hier toch met een echte Dennis Sayed <laughs> bezig zijn. Uh, je bent op, op zo'n lyrische manier aan het vertellen. dat ik me nou gevoel krijg dat hem um, in het goat-debat met Jordan. Oh nee, dat zat er. Da, da, maar daar gaan we. Dat is, één, dat is, ook, dat is, ook, dat is ook een terug. We hebben hem terug. Kom, daar staat toch los. Af wint daar gaan we het pas over hebben als het zo zou zijn. Ik ga, ja, ik ga niet voor, nu, er zijn te veel leukere dingen om te bespreken nu. Want er zijn, dat, dat is ook een genuance. Is hem eigen om te amuseren, LeBron? Dat... Is, is een seizoen, nog iets. Is het seizoen van de Lakers gelukt? Al gelukt? Ik vind... Ja, ja absoluut. Eigenlijk wel. Moreel. Ik vind van wel. Ja. Zeker als je, begin, ze die groep, als je in... begint met twee overwinningen uit de twa eerste twaalf matchen en je komt in de conference-finals. Dan kan je niet anders zeggen dat het nu seizoen geslaagd is. Maar ze gaan, gaan ze deze groep kunnen nauwen? Dat is het probleem, dat is de vraag. Want uh, Reeves, als Reeves, Reeves is een probleem, hè? Reeves, ze kunnen hem uh, 50. amper 50 miljoen voor vier jaar aanbieden. Vind je dat voor hem nu te weinig? Ja. Hoe dat het, de contracten nu geëvolueerd zijn in de NBA. Ik baseer me daarop, hè? Wat is die gast nu waard? Zeker 20 per jaar. Ja. Hij was wel heel duidelijk, want dat vond ik ook wel. Is de... die meer waard dan Jordan Poole? Ja, nu wel. Ah, okay, en, George, yeah, okay, well. en Poel is 128, hè? Maar ik vond Reeves wel, uh, met hem een tijdje geleden, denk je, dat interview, was wel, vond ik wel cool. Want dat is eigenlijk wel een, 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 een fijne sportgast of zo. Mm -hmm. Hij zei van ja, heb je dat gelezen dat interview, dat hij zei van ja. Ik heb, hij zegt van: ik, mensen die beweren dat wij hier niet voor het geld zitten liegen. Ja, ja. En hij zegt: Ik heb nooit het geluk gehad. Hij zegt: Ik was gewoon niet getalenteerd genoeg om via de grote poort binnen te komen. Dus. Ja, als ik het nu niet doe, heb ik geen geld. Hij heeft groot gelijk. Ik hou van de Lakers, alles wat je wilt, maar ik moet om mijn eigen denken. En ik vond, ja, maar ik hou van dat soort verfrissend ja. gegeven. Gewoon eerlijk altijd. zijn. Absoluut, ik ben het er helemaal mee eens. Kevin Hurter had dat ook, Kevin Herter, zo van die gasten die gewoon ja. zeggen, gewoon even zeggen, hey mannen, dat is waanzin hè, dat geld. Ja. En Jordan Poole had vorig jaar het tegenovergesteld doordat ze de titel wonnen. We're gonna get paid, we're gonna get the back. Maar objectief gezien ook... Elke ploeg, als je moet kiezen, Golden State of Lakers, wie willen jullie liever in de, je team? Jordan Poole of um, Austin Reeves? Iedereen zegt Austin Reeves. En dat heeft hij zelf... Voor, hele, als u is de gast, die American dream, hè, ja. het helemaal zelf afdwingen, die gast heeft dan nu eens helemaal zelf afgedwongen. Zijn gunfactor is in ieder geval niet klein. En terecht. En, en terecht. En hij, ook, en hij doet het ook. Want hè? hij speelt zelf goed, maar hij doet ook alles wat zijn ploeg nodig heeft. Ja. Hij past zich perfect aan. Dat vind ik heel indrukwekkend. Um, nog één ding over het hele LeBron of Goat-dingen gegeven. Nee, maar ik vind dat wel... Dat nee, nee, ik vind dat gewoon heel belangrijk. Het is toch niet omdat ik vind dat Jordan de beste is, dat ik niet van Magic kan houden of van LeBron kan houden. Ik vind dat zo... Ik wou gewoon af en toe even voelen. Ja, ik, dat maar, ik, maar, ik, gewoon, ik vond dat je soft onthouden wordt. Dus maar, ik, maar, so, ik vind dat gewoon heel jammer dat dat blijkbaar... Omdat je van de ene dat je vindt van ja, dat vind ik de beste ooit... Hè. Dat kunnen kun we niet van de anderen houden. Er zijn, zijn 5000 NBA-spelers aller tijden geweest. Er zijn er wel meerdere. Ik ik, Rashid Wallace is een van mijn lievelingsspelers aller tijden. Staat hij met een top 100? Man, nee, nee. Maar stel dat hij nu uh, Golden State gewonnen had. Ja, van de Lakers. Ja. Wat geen verschil gemaakt. Nog was LeBron. Nee, nee, altijd. nee maar en Steph, Curry, Steph Curry vind ik wel een, een, een kerel die nou ja. soms wat vergeten wordt in dat debat. Maar voor mij, een, want wie zijn het? Um, Stephen A. Smith had dan gezegd van ja, dan, uh, dan kan die wel eens over LeBron springen. Nee. Dat... Ja, Stephen A. Smith. Ja, maar ik, er zijn mensen die dat effectief in meegaan. Nee, als, als de Lakers hadden verloren van de Warriors in de vorige serie, was Stephen Curry niet beter geweest aller tijden dan LeBron. En de... ik, I love Stephen Curry. Dat heeft er niks mee te maken. Over commentators gesproken, hè, wat toch ook een beetje mm -hmm. dichtbij komt. Dus zo. Stephen A. Smith, ik heb het gehad. J.J. Reddick... <laughs> da dat vond ik de revelatie dit jaar. Ah, wel, ik wil ze het... JJ Reddick, Stephen A. Smith, Kendrick Perkins. Dan zie je gewoon echt een gast die na echt gewoon met de vingers in de neus door rust gewoon alles oont. Ze zijn naar, naar huis praat, zonder dat hem leem moet doen, zonder dat hem moet roepen, zonder dat beetje. Maar die, die ook wel doen. kan zeven. Dat vind ik tof. Die kan beranden. Je podcast is tof. Je ja. podcast is altijd leuk. De old man en de en de three beste naam. Ja, vooral ook die en andere is zalig. Ah, wat is uh, Tommy? Ja, Tommy. Maar, wat is die in de achtergrond eigenlijk? Dat is okay. een maat. Denk het wel, ja. Maar die kan ook kijken hoe. Dus e eigenlijk is JJ Reddick, een Alex en de ander is een Andries. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, een beetje wel, ja. Ja, dat is goed, hè. De bekendste naam? Ja, daar, 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 ja die gast is ook keihard leuk. Dat is een goede vibe. Uh -huh. um, Laatste had ik over de lekers heb opgeschreven, waren nee, twee dingen. Eén, een ploeg van LeBron heeft nooit gefloppt, volgens hemzelf. Yeah, right. Uh, maar twee, iedereen die. Maar het dit was gewoon vol, zat op dat ja, moment. Dat is te los om te zeggen. Vooral Curry moet daar niet Zo... als, als als zingen. Alsof de Warriors nooit floppen. Ah, hallo. Hallo, Draymond Green zit daar. Ja. En Jordan Poole. En Curry. Uh, Curry is savannig. Wow, ja, maar dat ook. Curry echt savannig. Jordan. Jordan Poole, dat is een flopper. Swat, um, iedereen die dit seizoen um, op het roster van de Lakers heeft gestaan, krijgt sowieso een ring als ze de titel pakken. Dus ook Patrick Beverley en Russell Westbrook. Vind je dat terecht of niet? Ja. Dus spelers die hun ploeg mee de dieperik in hebben gereden, ja, moeten dan ja. beloond worden. Maar moet dan, moet dan uh, Pippen Jr. moet die niet krijgen? Maar die zit er, ja, die zit daar tenminste nog ja, altijd. Wat doet die daar? Misschien dat hij heel goed water kan gaan halen. Thomas Bryant moet toch zeker in krijgen. Thomas Bryant, was wel degene die naar tien leven heeft gehouden. Die heeft schoon wedstrijden gespeeld. Mm. Sorry, Thomas. En eerlijk, dat is nu echt totaal niet meer nodig. Maar ik vond altijd dat Westbrook alle zonden van Israël over zijn kop heeft gekregen. Het was niet alleen Westbrook. Het was niet alleen Westbrook, maar hij was wel een van de grote redenen op het veld. Ook dat zien we nu. Ik vind dat belachelijk. Sorry, als je, zeker als je al zo lang weg bent. Als je gekut bent in april, of de ploeg heeft u op het einde gezegd we hebben u toch niet meer nodig, dat zou iets anders dan getrained worden. En vooral als je dan bent weggetrained en toen is de ploeg beter beginnen spelen. Ik zou niet weten waarom dat die dan een ring moeten krijgen. Ik vind dat ja, een ozel. Gewoon omdat je toch die van, je zit toch voor altijd een leker. Niet meer, ja maar, maar nee, je zit toch voor altijd een leker. Kom, vind, ik vind dat een ozel. Je, hebt het seizoen niet, uh, je, je bent naar een andere ploeg gegaan in het midden van het seizoen. Ja, maar daar hebben die mannen toch niks om te zeggen? Maar, je, je hebt de play-offs niet meegemaakt bij je ploeg. Je hebt die titels... Dus, ja, maar dan, nu zeg je letterlijk dat hij het reguliere seizoen ook geen zin dan. Jawel, maar die, hebben, letterlijk, die zijn letterlijk weggegaan in het midden van het reguliere seizoen. En, Kunnen en ga het, naar we weer dan weer naar gaan naar wie dat Thomas Bryant geen, ring, geen recht heeft op die een ring? Ja, absoluut. Die heeft kijk, dat was een van de weinige hoogtepunten. Was, was als, als, als de Lakers niet ge, ge, geworden zijn, wat ja. ze nu zijn in dat tweede gedeelte, dat een van de Cinderella-stories geweest van, van dat seizoen. Hij is weggegaan omdat hij vond dat hij te weinig speelde. Dat hij te weinig impact had. vond hij, vond hij zelf. Hè? Ja, maar die is niet... Die, die, die na... En nu speelt hij nog minder. <laughs> ja, oké. <okay>, maar heb <laughs> je echt zelf gezegd dat hij weg ging? Ja. Ja, die wel. Is hij niet getradet? Die is getradet, maar hij wou getradet worden. Hij heeft een trade gevraagd omdat hij te weinig speelde. Heeft hij meer geld gekregen? Nee, natuurlijk niet. Hetzelfde contact gaat gewoon mee. Maar nu speelt hij nog minder. Want hij zit achter Nikola Jokic. Maar los daarvan, ik vind dat ergens onnozel. Ik vind dat echt onnozel dat je daar een ring voor krijgt. Er zijn gasten die... nee, Ik vind dat onnozel. kijk. Jij mag dat tof vinden? Dat mag van mij. Maar ik vind dat nutteloos dat is ook niet... zou wel anders zijn, als je dan heel hele tijd... Als je, als stel dat je in, stel dat je in, in de stad zou tegenkomen, hè, ja. uh, Thomas Bryant, en je zit ermee mee onthangen, die en ziet heel de hele Dennis, look at my ring, look at my ring, Dennis. Ah, de Marcus Cousins heeft ook net een ring van toen in het uh, ja, in, uh, in bubbelseizoen. seizoen moet de een tijd daarmee liggen pronken enzo, maar... Ik, ik zou die ring ook niet willen hebben. Oh, Dennis, nee, dat geloof ik, hoe principeel kunnen ze zijn? Als ik in het midden van het seizoen <laughs> word weggetradet... En die ploeg speelt zonder bij kampioen. En ik mis heel die een title run. Ik speel de play-offs bij een andere ploeg. Ik speel bij een andere ploeg de play-offs, hè. Dan wil ik niet die ring hebben, nee. Ik wil die ring mee verdienen op het veld. Of tenminste, in de kern zitten. Als die ring... Zoals Scotty Pippen Jr. Inderdaad, speelt geen rol van betekenis op het veld. Maar die zit wel in de kern tijdens heel die play-off Oh, boehoe. Die moet van privéjet naar privéjet gaan. <laughs> met met een van de Louis Vuitton-chacos. We gaan altijd van afvragen wat er altijd in zit. Of een van de waterding. Allee, en die is altijd aan. Ja, moeten we nou medelijden daar? Ik heb toch helemaal geen medelijden. Thomas Bryant heeft meer richting die heb... ring dan Scottie Pippen. Maar... Waarom dat er mee... zou jij niet mee willen met de leek? Wanneer Zodat heb je, je het woord medelijden gezegd? Dat heb ik niet gezegd? Ik heb het woord medelijden. Dat zijn NBA-spelers. ga één... die ring niet aanpakken. Nee, ik zou die niet willen hebben. Dat meen ik wel echt. Dat meen ik echt. My. Als ik niet wel, als, ik, als ik meespeel in die, als ik of gewoon bij die ploeg hoor tot en met het einde, dan wel, hè? Als, ook al speel ik geen seconde. Als ik bij wijze van spreken de Didier Benga ben van, uh, van een ploeg die de titel pakt, ja, dan zou ik het wel willen hebben. Dat is een mascotte-achtig ding. Ja, je, je hoort daar tenminste bij ook. En je kan een bijdrage leveren aan die ploeg. Al is het gewoon door spelers te steunen. Ik weet niet op welke... Er zijn genoeg manieren dat je naast het veld ook een impact kan hebben. Maar als je effectief al... Dus de titel wordt verdeeld eind, half juni, eind juni, en dat je weg bent van ergens in februari of begin maart, dat je drieënhalve maand al bij een andere ploeg bent of weg ervan bent, dan, voor mij, zou die waarde volledig weg zijn. Maar dat is persoonlijk, misschien dat andere mensen het anders denk zien. Denk je dat Westbroek hem aanpakt? Ik denk het wel, ja. Be Beverly pakt hem aan. Ah, Pat Bev heeft dat gezegd. Hij en Westbroek maar elkaar tegengekomen. Of die hadden afgesproken. En die hebben allebei gezegd moet dat ze hem aan aanneemden. Het moet een goede sprek geweest zijn. En Dat zijn maten geworden, hè? Zalig. Dat is toch waanzin? Kijk, daarom... Baske, haat op het veld is vaak iets helemaal anders dan dat je elkaar echt leert kennen. Mag ik nog eentje ertussen gooien? Maar je hem ook te veel ertussen ik gooien een tag, Ik heb liggen googlen, maar ik vond niet direct een antwoord. Maar jij moet dat weten, want het gaat sowieso bronnen. Wat, is de, wat, wat doet de Carmelo Anthony eigenlijk op een godsgansend dag tegenwoordig? Ik denk trainen met zijn zoon vaak. Wijnzuipen? Wijnzuipen. Ja, die, heeft hij geen wijnzaak geopend ook? Ja, Je weet ik wel niet. Hè? Maar wat er... met uw zoon trainen... Die zag genoeg om uh, NBA is... ready te zijn? Oh nee, oh nee, maar die gaat toch niet meer in de NBA spelen? Hè? Ja, maar wat gaat die doen? Stoppen? <laughs> van die carrière? Vind je, vind je dat niet een beetje een geruisloze exit? Absoluut, maar dat is bij veel van die mannen wel zo spijtig genoeg. Een beetje jammer. Maar ja. dat is jammer. Maar veel van, als je kijkt back in the day, Olajuwon, die eindigt bij, die stopt bij Toronto. Patrick Ewing die gaat nog naar Orlando en naar Seattle. Je hebt veel van die mannen die zo een geruisloze exit hebben gehad. Kevin Garnett zijn pensioen was bij Minnesota, maar dat was eigenlijk ook geruisloos. Hè? Dat was niet... Kobe Bryant, je kunt niet luider zijn dan Kobe Bryant zijn afscheid. Dat is het luidste afscheid aller tijden, bij wijze van spreken. Wat een goeie afscheid. Ja. Fantastisch afscheid. hij dat het gewoon geen playoff match was kunnen zijn voor hem, want dat veel meer betekent voor Kobe zelf. Maar dat was een fantastische... Dat was echt... Ik ga weg. Bang. Hier is mijn afscheid. Maar hoeveel van die toppers zijn wel niet zo heel stil aan uitgedoofd en ineens gestopt? Ja, ik vind dat gewoon jammer. Want dat is ook jammer. Ja. Want Want ik, ik, heb... vraag mij af, ik vraag mij dan nou gewoon af. Hey, toen had je zo'n vorig seizoen, zo'n seizoen bij de Lakers of zo? Ja, dat was geen, maar af en toe kwam die wel wat binnen. En dan schoot je vier, drie punters binnen op een goede dag en dan was hij weer weg. Dat is toch niet dat dat hopeloos is. Je kan toch. Nee, maar niet, niet, die heeft niet de impact die je, die je nodig hebt van een speler. Die je... Maar Waarom moet de Scottie Pippen op een roster hebben? Dat die veel minder, veel minder kost ook. En dat je denkt: van daar kunnen we misschien nog iets uitkrijgen. Die kunnen we nog uh, ontwikkelen. En die kan ook two-way player worden. Die kan ook bij de G League gaan spelen. Ja. Ja, Carmelo Anthony, je weet wat Carmelo Anthony nu is. Op het einde van zijn carrière, wat de speler die hij nu is. Ja, je gaat die, die gaat niet meer veranderen. Hè? Wat ook heel logisch is. Die mensen mens is 39 jaar, of wordt 39 nou, jaar. Goed, ik kan dat er gewoon mee koud, gewoon ja, even weten. Maar goeie, dus, goeie vraag. Ik bedoel, die gaat niet. Voor alle duidelijkheid, het komt goed. Dus Misschien moet, dus moet je mee naar Taiwan gaan, met Dwight Howard. En Dylan Brooks. En Dylan Brooks, allemaal naar Taiwan. Maar dat moet ik wel zeggen. Dat is echt kei met die China-memes dan. Dat is wel, dat hang ik er wel aan. Dat is goed hè? Dat is echt goed. Maar vooral als het dan al zo komt na nou, zo'n één slechte player-serie <laughs> voor een gast. Zo duidelijk. Lane Thompson. Die, die, die is zo goed genoeg, maar toch, we maken hem direct even kapot. Gaan we de Warriors terug in dezelfde constellatie zien in, uh, in uh, augustus, september, zo, oktober? Wat zou jij doen als jij, als jij de general manager van de Warriors bent? Want dat is een probleem hè. Uh, Bob Myers' zijn contract, gaat blijkbaar, ook weg, hè? Gaat blijkbaar niet verlengd worden. Dus dat is. De gigant, die eigenaars van de Warriors, hè? ze zijn Light Years. Het volgens zichzelf vooral al ongelooflijk arrogant was om te zeggen: als ze Bob Myers laten gaan, dan is dat een gigantische brain fart. Dan ik, is dat echt gatachterlijk. Ik, ik, ik Op mij voelt het, want ik hou van de Warriors, maar ik, vond die, ik vind dat een unieke ploeg, de Golden State Warriors. Ook hoe dat die spelen, en zo klein, alleen zo. Er is iets uniek aan. Alsof, ze get er geen, niet zo vijf, maar het voelde een beetje. Het was niet zo slecht tegen de Lakers. Het was keihard goed. Het had even goed anders kunnen geweest zijn. Maar het voelt alsof dat tijd is aan. Steph, Stephen Curry was goed. Maar hoe weinig hulp heeft hij gekregen tegen de Lakers? Ja. ja, Paul is een grote. Die Looney is ook af en toe wel af en toe. Maar Looney is ziek geweest in de ja. serie. Ja, er hoort erbij zoiets. Hè? Maar ik vond Looney tegen, tegen Sacramento wel waanzinnig. En voor. ook Looney, dat is een roleplayer. Die kan je niet. Dat is geen. Top 3 speler van uw team. Die is gewoon super nuttig. Maar Wiggins ook te weinig. Wiggins, maar die heeft een, ook twee maanden volledig gemist. En in de Weet playoffs het? teruggekomen. Het zijn allemaal excuses, maar die waren inderdaad te weinig. Maar Jordan Poel zijn cijfers. In de playoffs dit jaar. 10 punten per match. 2 en 3,5 erbij. En dan shooting percentages. 34% field goal. 25% van achter de driepuntlijn. En die heeft nu. Een contract dat volgend seizoen begint, 4 jaar 128 miljoen. En als je dan kijkt, die contracten, want ik denk dat dat iets heel belangrijks is, dat de Warriors daar rekening mee gaan moeten beginnen houden, of mee gaan houden. Uh, want Draymond Green heeft een speleroptie. Gaat hij die pakken of niet? Gaat hij die lichten of niet? Dat is een, een heel grote vraag. Um, en dan, hoeveel gingen ze moeten betalen? Um, Green is ook duur, ze. Volgend jaar hun tax alleen omdat ze 50 miljoen boven de, de capste. Cap 250 miljoen luxtax, 250 miljoen, omdat ze, het zoveelste jaar is dat ze dat eigenlijk doen. denk nu tweede of derde jaar in deze konst. Kunnen die dat betalen? Die eigenaars, ja, dat is de eigenaars moeten dat beslissen. Hè. Dat is hoe diep zijn die hun zakken. Is, ja. dat, is, dat, is puur, dat is puur uit de zakken van de eigenaars. Hè. Die moeten beslissen, doen we dat of niet. Alleen beslissen. Ze hebben geen keuze. Ze moeten dat doen. Dit is wel een argument om. Iemand als Pool te traden, wat ga je doen met die jonge gasten? Cominga was niet content met de weinige speeltijd die hij gekregen heeft. Blijkbaar heeft dat voor heel veel frictie in de ploeg gezorgd. Um, Moses Moody, ik vond die best oké okay invallen met momenten, maar ook weinig gespeeld. Ga je die jonge gasten houden? Ga je die mannen samen met Jordan Poel proberen te traden voor iets anders om nog, nog eens een run te kunnen doen met deze ploeg? Ik ben daar heel benieuwd naar. Clay Thompson? Als Klay Thompson niet scoort... Dan is ze niet veel aan. Wat heb je aan, daar he? nog aan? Niks. Een rare, een rare loop. Nou, vroeger, had je dat, vroeger was hij een van ja. de beste verdedigers ook in de NBA. Ja. Wat heb je daar nu nog aan? Ja, ik denk, ik denk echt dat ze bij de Warriors... Uh, ik denk dat het goed is geweest of zo. Wat zou jij dan doen? Ja, ik denk dat... Ik, ik zou eerst en vooral goed met Curry babbelen. Want uiteindelijk is het dat toch. Hey, er wordt altijd wel... Green is altijd de meest vocale. ze is geen overal zijn mening in, Maar je voelt toch dat de generaal is er toch nog altijd Curry is alles, alles draait om Curry. Wat wilt Curry doen? Ik, wil wel, ik heb wel het gevoel dat Curry. dat je niet graag weghoudt bij Golden State. Dat je dat eigenlijk wilt, wilt eindigen. als dat is wat hij gedaan heeft. Ja, daar ben, ben ik het helemaal mee eens. ben ik vrij zeker van. Maar als je kijkt de contracten. Heeft dus... je nog zin. maar op die leeftijd. wat heeft je gast nog zin? Maar, maar die. Ik heb wel het gevoel dat, zeker als je als je, je lichaam goed genoeg verzorgt in de hedendaagse de de topsport. Zeker in, in, in basketbal daar. Dat je wel, je kan lang genoeg mee. Oké, okay, maar, is, maar, maar hij, dit is, is op leeftijd maar, maar ook nog niet. Maar de dynastie, het mentale van de dynastie en de splash en bla bla bla, dat is toch even voorbij. Je neemt toch een nieuw project nodig? Je gaat het toch, dat denk ik niet eigenlijk. Je gaat, je, geld boeit je niet, er heet hem genoeg ja. en dat contract stopt. Maar die, je gaat, je denkt, ik, ik vraag me af dat hij gemotiveerd is als je dan weer staat met Green en Thompson. Ik denk net dat dat hem meer, meer gaat motiveren, omdat dat zijn vrienden zijn. Ja, omdat dat ook zo een en is, die van, van, dat is van 2012 dat die samen zijn, hè? Die drieën. Toen is de Draymond Green gedraft. Dus, uh, dan hebben ze net elf seizoenen met die De Rand terug? terug. Dat is, dat de rant gaat, dat, zou, dat gaat hij nooit. Hey, even zingen, want we zijn hier echt lang over de, zoals ik zeg het lang. Maar de Suns, jong. Suns <laughs> en Philly kunnen we daar in één. Kunnen we daar inwisselbaar over babbelen? Nee, kunnen we niet doen. Hierna over Phoenix hebben. Want wat ik heb een paar dingen over de Warriors nog opgeschreven. Um, over is het gedaan? Um, het probleem is dit jaar, deze groep, als ze die terugbrengen, is de title window close. Want dit waren, waren verschillende groepen in één ploeg. En dan mogen ze Draymond Green, daarnet even gezegd wat hij doet, ze kan zijn ploeg motiveren. Maar Poel heeft hem ook. Voilà, dat ja. is weer het negatief. Je moet dat niet in je eigen ploeg doen en je moet zeker niet proberen om iemand gewoon zijn oogkast te breken. Dat is misschien niet zo slim, want de uitspraken van Jordan Poel na de serie waren ook wel duidelijk. Ja. Um, Ware collega's, ware ploegmaats. Het was basketbal, niet meer dan dat. Ik denk dat het de Draymond Green zijn gezag in die ploeg serieus ondermijnd heeft. Wat hij daar gedaan heeft. En dat, zijn rol, dat hij zijn rol heel lang niet heeft kunnen, kunnen spelen, de rol die nodig was. Ze gaan daar sowieso iets moeten doen, maar dus Stephen Curry ligt onder contract tot 2026. Dat is geld, hè? Dat is heel veel geld. Maar, dat, maar dat is ook, die verdient er ook. Ja, maar dat is wel... Dat is al de helft van een cap. Weet je ja, okay, okay. je ziet plus 50. Maar, ja, maar uw Supermax-speler heeft dat altijd. Elke ploeg heeft, heeft een supermax ja, ja, maar Green is er ook. Uh... Maar Green, dat is, het, dat is waar ik naartoe wil gaan. Dus je hebt uh, Clay Thompson, die zijn contract verloopt na volgend seizoen. Dat is nog één jaar 43 miljoen. Die gaat zoveel geld nooit meer krijgen. Dan heb je Andrew Wiggins, die ligt onder contract tot 2027, laatste jaar speleroptie. Uh, Draymond Green. Die mag nu dus kiezen wat hij doet. Speleroptie. Gaat hij weg of niet? Um, of wil hij die opnemen? Als hij die opneemt... Waar het... zou hij naartoe gaan? Wie wil? Wie wil Draymond Green? Wie kan die ook betalen? Hij heeft ja. altijd gezegd dat hij ooit naar Detroit wou. Hij komt van Michigan. Hè? Hij komt van... Uh... Ja, dat, de Detroit. Die weer pigen met een draft. Ja. Detroit, daar gaan we het ook nooit ja. niet goed. Hè? Uh, maar een contract houd ik nog niet... Het Jordan Poole contract, waar staat dat hier? Dus die mens, 128. 28 miljoen, 31, 33, 35, tot 2027. Oh. Dat is heel pijnlijk. Ik ben, ik, deze ploeg, deze samenstelling, ik denk niet dat het een goed idee is om die te behouden, omdat ik denk dat er te veel gebeurd is dit jaar achter de schermen. En het heeft uh, ook niet gewerkt. Het heeft ook niet gewerkt. Nee, het heeft zeker niet gewerkt. Dus, uh, maar Stephen Curry... Ik we moet wel ja. even duidelijk maken. Um, mensen die als argument nog altijd gebruiken, want ze zijn altijd haters van Stephen Curry, ook vooral, in, vooral in de States zie je dat heel vaak. Uh, die zeggen van, ja, zie, um, vervolg van de Lakers. Nog eens bewijzen dat hij geen all-time top-15-speler is. Man, die heeft alles alleen moeten doen in die serie. Hij heeft geen hulp gehad. En wie heeft er ooit een titel alleen gewonnen? Niemand. Letterlijk... Hij had, wel, hij had wel... Uh, was het niet dat zijn laatste statistieken dat hem wel echt niet zo hoog niet meer was? Zijn shootingpercentage percentage laatste dus Dat is laatste lage, het was heel laag. Zijn shooting percentage zeker in matchje 4 en 5, denk ik? Dat was weinig. Of zeg. in 3 en 4. Het was, uh, shooting was inderdaad minder geworden. Ja. Maar, hey, en hij uh, schiet vooral heel veel. Hè. Dat begint voor hem, bij hem... Als zijn shootingpercentage laag is, zijn dat ook veel turnovers. Ja. Want hij schiet echt belachelijk veel. Hè? Ja, zeker. Maar omdat wij het ook moesten doen. Uh, maar, ja. Terecht verloren in die serie tegen de Warriors. Uh, de, tegen de Lakers, beter gezegd. De Phoenix Suns, ja, die een track record de laatste jaren. Dus in 2020 hebben we de bubble. Ja. Undefeated. En dat was zo de, het begin, het startschot voor die run. Het jaar daarna verrassen ze iedereen, halen ze de NBA Finals, komen ze 2-0 voor in de Finals en dan verliezen ze 4 op een rij, gaan ze onderuit tegen Janis en de Bucks. Vorig jaar. Beste record in de regular season, 64 overwinningen, meeste ooit in de clubgeschiedenis. Verliezen ze game 7 tegen Luca en de Mavericks met 50 punten. Blijkbaar corona in de ploeg. Chris Paul had daar blijkbaar heel veel last van. Los daarvan, verliezen met 50 punten in game 7. Mag niet, mag niet. Voilà. En dan nu, game 6, bepalende match, seizoen aan de lijn. Staan ze er 30 achter aan de rust. 30. En dan is het ook voorbij. Oké, okay, Chris Paul, opnieuw geblesseerd. Aiden, niet meegedaan in game 6. Maar dan nog 30 punten achteraan de rust, nog eens? Mag niet eigenlijk. Ja, en waar ligt dat? Hebben ze te veel opgegeven om Kevin Durant binnen te halen? Is daar te, te weinig nagedacht over het evenwicht in de ploeg? Want met Ishbia, de eigenaar die heeft een week nadat hij eigenaar is geworden, heeft hij meteen willen doorduwen en gezegd, oké, okay, ja, uh, jullie willen Michael Bridges niet opgeven? Tuurlijk geven we die wel op. Michael Bridges, Cam Johnson... Een, een, een zak vol met draft picks. We gaan Kevin Durant ja, handen, te begrijpen. Die maar, draft picks, daar hebben ze nu nog geen last van. Nog niet. Nee, maar als je goedkope spelers wilt halen die een kleine impact kunnen hebben. Ik snap niet hebben, hoe, Als je ziet Harden, Durant, dat soort spelers. Ik zeg, ik, ik vergelijk ze niet, maar je weet wel, ex, allez, hall of famers die. Ja, die richting einde van hun carrière beginnen te gaan, dat voelde dat, toch, dat, 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 dat is toch geen goed idee niet meer. Moeten we het begin hebben over de carrière van Kevin Durant? Voor mij wel, met ja. Haar, met daar. Ja, nee, die is, die is set in stone, hè? die zit goed. Maar wat, wat, is, wat is set in stone voor jou? Hoe, ja. hoe, 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 hoe kijk jij terug op de carrière van Kevin Durant tot nu toe? Ja, ik vind gewoon dat je. Uh, de nets en dan dit, dat is twee keer achter elkaar. Is dat Frank? Is dat en als je, als je niet. Als je Frank, succes, Frank, succes dan, dan vergeten we dat sneller. Maar twee keer Frank, Harden heeft hetzelfde probleem. Hij nee, heeft nu hetzelfde. Het is zo. Er is geen momentum bij hem. Hij, hij, is, hij voelt niet meer als. als, als ja, een, 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 een onbetwistbare a-speler in je ploeg. En dat is heel raar als je hem ziet spelen. Harden heeft natuurlijk al wel. Um, de rand heeft natuurlijk al wel dingen titels, bewezen in de en, titels, ja, en ook gewoon goede series ja. gespeeld, Harden. Vergelijk was ze niet, maar je weet wat ik wil zeggen. Ja, het gaat over de superspelers. Bedoel. Daarom dat ik dat ook gisteren stuurde, is het zo aan voorbij. De, weet je nog, we hebben, we hebben dat ook mee, 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 in de voetbal is het ook even geweest. Dat, zo, dat je zo allemaal uh, uh, ex-grote spelers gaat laten komen die ooit goed waren geweest, die veel geld geven, maar als het puntje bij paaltje komt, missen die toch een soort frisheid. Dat heb ik hier wat mee. Ik vind, dat, ik vind eigenlijk Durant niet het probleem in de Suns. Wat is het probleem met Boeker? Wat vind jij het probleem met Boeker? Ja, dat, dat het op papier allemaal goed is, maar dat hij hier toch weer zit. Ja, maar ik denk nu, als er nu ene mens is waar je het, die het niet kan verwijten in mijn ogen, dan is dat Devin Boeker. Ja. Ik vond die, die fenomenaal in deze play ja, maar het zijn toch wel wat onnim of zo. Ik weet het niet. Ik, als ik, ik vind Kevin Durant... Het ligt ook moet hij anders. weg, moet Booker dan nee, weg het niet. Je moet, Als er nu twee mensen zijn die je moet houden, zijn het Boeker en Durant. Dat is uw basis nu. Is dan Paul heel dat te oud is? Maar Chris Paul heeft de laatste match niet meer gespeeld. Ze zeggen dat ze sneller spelen nu. Ja, maar, ja, sneller maar, ze, spelen. maar ze liggen er toch ze uit. Ze spelen sneller, maar ze hebben Cameron Payne als point guard. Ja. Dan zou ik liever ja. trager spelen, maar niet met Cameron Payne. Hè? Ja. Kevin Durant, ook eerlijk zijn, Kevin Durant was slecht in de laatste matchen. Hè? Ik heb die nog nooit zo één zo, zoveel zien missen. En ook de manier waarop, heel on Kevin Durant. En Booker, ja, die gooide nog altijd die bal in de zee. Hoe dat, dat, dat die tot scoren kan komen, alle mogelijke manieren. Kevin Durant hij is niet Kevin Durant geweest in de laatste matchen. Maar wat, wat is dat dan dat dat toch on een franchise hangt? Ik verschiet er toch weer niet van. Terwijl ze zo in het seizoen zo goed waren. Er is Natuurlijk. altijd iets met de Suns. Utah kon dat ook een tijd. Weet je nog, zo twee seizoenen geleden. Is het, is het eerlijk dat we ja. daar nu zo over oordelen? Te bedenken dat Kevin Durant wel nog geen teammatch heeft gespeeld in het reguliere seizoen met die ploeg. Is het eerlijk om daar al zo nu een oordeel over te vellen? Als, als, als Durant er in het begin van het seizoen was geweest, was het gemakkelijker geweest om daar zo definitief over te zeggen. Maar hij is geblesseerd. Hij, hij begint geblesseerd te geraken. Dat is toch niet... Is toch niet een... een, een hij is dus minder betrouwbaar. Hij is he? minder betrouwbaar gewoon. Op dat vlakje, dat is waar. En, en dat soort, ik vind dat altijd dat dat harder opvalt met Anthony Davis heeft dat ook, hè. Anthony Davies, als Alpha en Navis, dan is hij veel erger dan die ene of andere roleplayer. Natuurlijk, want... Kevin Durant vorig jaar in de playoffs. Brooklyn was niet goed genoeg. Meer dankzij Kyrie ook. Maar Durant is wel, ja, maar... fit, Durant is wel fit gebleven. Ik wil zeggen, toen heeft hij ja. de playoffs gespeeld, het jaar daarvoor. Die voet op de lijn. Had die een teen op de lijn. De, wat was dat weer een teen? De... Tegen Milwaukee? Hè? Ah, ja, 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 game 7, reguliere ja, ja. ja, ja, speeltijd. Ja. Die spin-move en hij shot in drie ja. punten binnen, dacht iedereen. Dan gaan zij door naar de conference finals. Ja, Steen op de lijn, ja. overtime en Milwaukee wint nog. Ja. En zo is het gedaan omdat Kevin Durant gewoon oppas was. Ja, en dat, dat had hij, spe, hij speelde zonder Kyrie en met een halve James Harden in die serie. Ja. Um, ik weet niet wat het probleem is met dit Phoenix, behalve de kern is niet breed genoeg. Dat is één. Mm. Of de roleplayers er rond zijn niet de juiste. En die zijn niet goed genoeg. Quentin Ross, dat is het inderdaad niet. Die Wainwright, dat is het ook niet. Um, campaign is het ook niet. Ze hebben daar iemand anders nodig. Het probleem is, wie ga je halen? Ze ja. hebben amper assets, ze hebben financieel niet veel opties. Ze hebben het contract gegeven aan DeAndre Aeton. die weer een no-show was. Ja. Ze hebben Chris Paul, die nu echt gewoon te oud is geworden, ja. die opnieuw geblesseerd is, uitgevallen. En je zag daar ook dit seizoen van. Oké, okay, de Chris Paul die we ineens zagen in de laatste vier van de, van de, of laatste drie matchen van de Conference Finals, van de Conference Semifinals tegen Dallas vorig jaar, dat is blijkbaar de Chris Paul die we nu altijd krijgen. Hij is, ja. nooit, hij is nooit, meer de de Chris Paul geweest van in het reguliere seizoen vorig jaar. Nee. Maar wie gaat die overnemen? Ik hoorde wel, maar ik, ik, dat is al wel voor te lachen geweest. Maar ik was zo aan het scrollen. Is dat een mock trade dat dat de, de eigenaar van de Suns weer naar Harden ontkijken was? Dat is toch voor te lachen? Dat kan ik, toch niet. Ik, ik heb dat ook gelezen. Maar was dat een mock trade? Nee. Dat was echt, hè? Ja, dat was echt. Maar dat is toch het slechtste plan ooit? Oh, zou... Dan moet Paul toch weg, of niet? Dan moet, dan moet Kevin Durant toch zeggen, nee, die gaan we niet nog eens binnenhalen. Als jij Kevin Durant bent, en je hebt meegemaakt met Harden wat hij in Brooklyn heeft meegemaakt... Ja, dan is dat echt goede maten, dat weet ik niet. Ja, maar... ja dat doet er niet, hè. Is Harden voorbij? Goede maten. Is... Het eraf welke Harden. Twee dingen is ik zelf de Suns. Um... Ik, ben, ik heb die contracten hier even bijgehaald. Um, Kevin Durant ligt onder contract tot 2026. Mm -hmm. dat um, blijk, Devin Booker wel. tot 2027, denk ik. Ja, tot 2027. En terecht, ik vind dat de basis ook. Ik vind dat je die echt moet houden. Maar dan die Andre Ayton tot 2026. En dat is elke keer 30, 32, 34, 35 miljoen. Chris Paul... Oh, Chris Paul ligt nog onder contract tot 2025. Dat is twee keer 31 miljoen. Poh. Dat je die nog moet geven. Dat zijn die, die bedragen zijn zo absurd. Maar dat zijn toch de enige twee, enige twee mannen die je kan traden. Dat zijn toch de enige opties. Maar dan is Eten en Paul. Maar wie, wie gaat die willen? Voor dat geld. Welke niet. ploeg? Voor dat geld niet. Maar welke ploeg? los daar. Ja, inderdaad. Vooral voor dat geld. niet. niet die André Eten. Waarom zou je die binnenhalen? Wat heeft hij nu laten zien dat het rechtvaardigt om die de komende drie jaar 100 miljoen dollar te geven? Niks. Zouden de Luca kunnen ja is wat los ervan dat is een nummer one pick boven Luca Doncic geweest. Hè? Ja, die Ayton. Maar los daarvan... Maar die Ayton, dat is ook achteraf klap. Ik, ik ben er wel ooit door gecharmeerd. Ik dus. ook. Hij deed daar een paar... <laughs> maar nu, de play-offs vorig jaar, nee, nee, en dan nee, wat we dit jaar nee, in nee, gezien zin hebben... Als je twee jaar één, laat afweten, weten. Dat is het een probleem. Dus ik, ben, ik weet niet wat ze gaan kunnen doen. Het, het, uh, wat daar ook wel de zaken zijn. ze hebben dan met Ishbia, die nieuwe eigenaar. Die heeft zelf um, is benchwarmer geweest bij Michigan State in college. en Dus die kent al wel wat basket. Maar blijkbaar moeit hij zich ook heel graag met de basketbalzaken. Nieuwe eigenaar die dat zo begint te doen. Dat is altijd dat is altijd. Het Jokic-moment, toen dacht ik wel zo... Het opstootje. Ja, ik had wel zoiets. waarom gaan we niet doen, hè. Wat vond jij daarvan? vond dat je dat niet moest doen. Jij vond ook de fout van de eigenaar. 100 procent, denk ik. Ja, ik ook. Dat gaan we het toch niet over... Het is niet hetzelfde als met die ring, hè. Daar geef ik je geen gelijk in, maar dat wel. Ik vond vooral... Jokic krijgt daar een boete van 25.000 euro. Ja, dat was helemaal belachelijk. Waarom? Dat was heel belachelijk. Ja, ik vond er vooral zoiets bij. Ik heb dat al niet graag... Uh, ik, 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 ik ben zo schoenmakers schoenmaker, ik bedoel, mm -hmm. ik, je, je, je hebt daar, daar niets te zoeken. Je zult wel eigenaar zijn, maar je, nee, als dat een coach is, dat nog iets anders. Maar daar ik ik vond Jokic terecht dat hij zei, I, I couldn't care less. Voor hem was dat een vent hè. Maar dag erna, wel mooi. Ja. Of, of twee dagen daarna dat Jokic er naartoe gaat hem die een bal gaat geven. Ja, en dan nee, even dat knuffeltje: dat zegt ook alles over, over Jokic. Maar Jokic is een baas We hadden hem ook weer over Davis bezig was en zo. Dat is echt. Uh... Er is veel respect. tussen uh, Iedereen respecteert Jokic ook. Ja, maar... niemand, niemand kan maar, iets slechts zeggen over die mensen. We hebben eigenlijk weinig over Jokic. gehad, maar. Ook dat shot had hem dan weer binnen. Want die heeft ook een op, raar shot. Op het einde van game 3. Dat was kwart. derde kwart. Dat je ook weer denkt. In de die ja. directie van LeBron gezien. Maar, maar Anthony Davis, die lacht daar. Ah zo. ja, Anthony Davis. Ja. Ja. Nee, LeBron was nog Jamal Murray. Ja. Jamal Murray deed ook een, een heel zot shot en dan zo. Dat duimpje. Dat, dat was echt een poging Bij Murray, dat vond ik echt vreselijk. Ik dacht: van, wat doet hij nu? Hij moet het weggooien, want de shotklok klopt een einde. Maar dat was een lucky shot bij Jokic. Was voor mij geen lucky shot. Bij, bij Murray was pure chance. Ja, maar die neemt gewoon niet zo'n heel. Dat als je dat vanuit een bepaalde hoek. Nu zijn er veel meer lelijke shot. <laughs> hè? LeBron's een shot is ook een heel raar shot. Maar uh, uh, bij dat van joh. Als je dat op een bepaalde hoeken ziet, is dat wel zo. Wat zeg je eigenlijk? Wat, ja. wat dacht jij, maar Daarom, toen hij dat shot pakte, in mijn was van oh, uit de buzzer. Maar ik had nooit gedacht, slecht shot. Bij Murray dacht ik, oh, jij moet wel, want de shot klopt op een einde. Maar wat een vreselijk shot. De Nuggets waren wel echt alles binnengooien ja. op een bepaald moment. Laatste over de Suns. Dan je even Denver. Um, ja, want we, nee, Philadelphia moeten we nog doen. Ook nog. Veel te veel. De adviseur van Matt Ishbia is Isaiah Thomas. Ai, ai, die van ai. Detroit. Mensen die niet weten waarom dat slecht is, zoek op wat Isaiah Thomas gedaan heeft na zijn spelerscarrière. Slecht idee. Slecht idee. Uh, wat de Suns ook gedaan hebben, en Matt Ishbia ook meteen gedaan heeft, 24 uur nadat ze uitgeschakeld waren. Monty Williams ontslagen. Wat is dat toch, mee? Wat is dat dan toch altijd met die, met die trainers uh, onder de bus smijten? Ik snap dat je geen spelers uh, volledig ter verantwoording... Dat zullen de fans wel doen, maar dan wordt hier wel wat af. Als, het is duidelijk, dat je een favoriet bent en je hebt het niet gehaald, dan ligt je buiten. Ja, Doc nie. Rivers ligt buiten. En, uh, van okay. de, en van de Bucks, de Bucks vond ik... ik maar we, gaan het, we gaan het even overlopen. De coaches die ontslagen zijn, terecht of niet? Bucks. Uh, we beginnen we... met Phoenix, Monty Williams, terecht of niet? Ja, ik, ik weet er denk ik ook niet genoeg van. Ik kon zeggen nee. Enige reden dat ik het ergens begrijp, er was bepaalde frictie tussen hem en eten die heel aanwezig was. Als je, als je wil verder gaan met eten, je hebt je nog altijd ja. onder contract, number one pick, dan moet je misschien een andere kant op kijken. Okay. Daar kan ik ergens in komen. Okay. Dus zo die redenering begrijp ik dan. Sportief, ja, ze hebben opnieuw gefaald. Ja, ja. Ergens is de verantwoordelijkheid dan vaak voor de coach. Een speler kan je niet op straat zetten, dan, ze, dan, dan is alles terecht. Nee, niet per se. Want het hangt vanaf welke aanpassingen je ook doet, natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld, wie is er nog buiten gegooid? Uh, Mike Boerenholzer bij Milwaukee. Ja, ik, heb dat, ik vond dat toen nee, maar ik heb daar toen een heel analyse over gelezen. En dat was zo iemand dat echt alles wist. En dacht ik, oh, ja, als je het dan zo ziet, uh, dan klopt het. Daarom dat ik zeg, je kunt dat wel een verantwoording vinden. Meteen maar... op de lijn van Durant, als hier niet was gebeurd, was hij toen al ontslagen ja. geweest. Nee, nou, het was niet hè. Nee. Maar ja. nu de laatste twee jaar, heeft hij fouten gemaakt als coach? Absoluut. Net zoals Joe Mazzulla afgelopen nacht ja. ook een gigantische fout heeft gemaakt. Uh, Wie begint dan? Met dat niet te wisselen. Die ja. heeft het de hele derde kwart geen time-out gepakt. En ja, kijkt, 46 ja. punten tegen. Ja. Misschien even een time-out. Ja. Even stoppen. Al is het maar om even pro. <laughs> ja, even gewoon dat momentum te breken. <laughs> en dan Doc Rivers, on, terecht of niet? Ja, Doc Rivers is, vind ik minder, maar dat ja, is een beetje de story of his life ontworpen. Mm -hmm. Doc Rivers. Ja. Ik kunt eigenlijk zeggen, zot dat hij nog altijd ergens terecht komt. Die zijn cijfers. Dus, ja, de, dat is voor Philadelphia. Ik heb Doc Rivers en cijfers hier, maar als je die coaches bekijkt, dus de enige coaches die um, sinds 2018, 19 nog bij hun ploeg zitten, van toen, Kerr, Kerr. Spoelstra, Popovich en Michael Malone. Dat is het. Maar Popovich telt niet. Maar dat, maar dat is het. Dat is het. Vier. Spoelstra is wel altijd... Ja, een... Spoelstra is een nieuwe Popovich aan het worden qua longevity. Ja, maar ik mij die wel. Ik, mij die ook, ik wel. ook. En ben eerlijk, hey, dit seizoen gaan we hem ook niet buiten smijten. Ah, die die gaat die sowieso niet buiten Wie was een andere? Ja, Popovich, Kirby was die vierde. Michael Malone van Denver. Ah ja, Denver. Die zat er ook al. Ook. Ja, terecht, ja. Ja, ja. Maar dat zijn... De, het, het is ja. meer het aantal dat mij verbaasde. Het zijn er maar vier. Sinds... 18-19, hè? Dat is toch onwaarschijnlijk? dat is ja. uh, Zes van de acht coaches die de laatste vijf finals hebben gehaald, zijn nu ontslagen. Want Nurse gemak... ligt ook buiten bij, bij ja, Toronto. Het is geen gemakkelijke job, hè? Het is geen gemakkelijke job. En dan, ja, bij de Sixers. Maar Kerr bijvoorbeeld, Steve Kerr. Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik vind dat ook een fantastische vent, Steve Kerr. Ay, dat, dat, maar ik zou het ook kunnen zeggen. Ja. Waarom hey, er zijn een, Waarom die niet buiten? Omdat die bepaalde dingen uit zijn ploeg haalt die er misschien niet uitgehaald mogen worden, omdat hij zijn ploeg wel goed doet spelen. Omdat hij wel de juiste beslissingen neemt. Omdat hij de, de juiste people manager is. Had hij Jonathan Kaminga wat meer moeten gebruiken? Absoluut. Uh, het, is, het is niet people alleen... People manager. Uh, Pool heeft wel uh, klop gehad van ja, uh, Green. Ik denk, denk, denk niet dat, dat Steve Kerr daar iets aan kon doen. Nee, maar ik, ik, ben niet, ik hou van Steve Kerr, maar als je advocaat van een duivel, het blijft nog altijd wel een, een beetje de buik gevoel, een beetje pech hebben. Tuurlijk, maar ik denk dat je... Dat is één ding. Het verliezen is één zaak, maar je moet ook kijken naar hoe je verliest. En de impact die de coach ja. daarin heeft gehad, de invloed die daarin is geweest. Je dus dat dat... zeggen dat Steve Kerr op zich weinig te verwijten valt. Exact. Zeggen. En ook oh, vorig okay. jaar natuurlijk de titel nog gewonnen. Dat helpt ook. Dat helpt dat, dat ik, ik altijd <laughs> soms vergeet. Het gaat rappen. Ik vergeet soms dat de Golden State Warriors, dat dat de titelverdedigers zijn. Dat is raar, hè? Die hebben eigenlijk een raar seizoen gehad. Die hebben een super raar seizoen gehad. Ja, um, ja de Sixers. We zullen beginnen met Doc, uh, Doc Rivers. Ik heb veel over Philadelphia. Ja, oh, maar eh, rant gewoon en ik zal hem Doc Rivers, gewoon zijn cijfers. Eerst, hè, opnieuw faalt hij. Hij heeft al 16 game sevens gecoacht. 16. meeste ooit, geen enkele coach heeft er meer, heeft er daar al 10 van verloren. wow dat is geen een leuke statistiek. Dan vooral, als zijn ploegen drie overwinningen hebben in een 7-game series, dus het kunnen afmaken, heeft zijn ploeg 16 keer verloren. 16 keer gewonnen en maar 33 keer verloren. Ik heb nog niet zeggen, wat het is. Ja, heel het lang. Dus als een ploeg van Doc Rivers drie keer gewonnen heeft in een Game 7-series. en die serie kan afmaken. en door kan gaan naar de volgende ronde. heeft zijn ploeg 16 keer gewonnen en 33 keer verloren. Dus dat wilde ik zeggen. dubbel zoveel keer. Dat is het uit handen geven. Dubbel zoveel keer een Elimination Game of nee. Zelfs geen Elimination, een, een match waar ze zich door ja. kunnen kwalificeren. Dus eigenlijk wil het zeggen. Als je het, ja, ja, dat is niet goed, dat is verschrikkelijk. Hij geeft het altijd het handen. Als het erop aankomt, komt... op de momenten dat hij er moet staan, of dat zijn ploeg er moet staan, dan valt ja. zijn ploeg altijd. En is het dan altijd de schuld van de coach? Nee. Maar aan een tijd zie je wel een patroon. Ja, en het is... Is... Zie jij dat vanuit de Winchesterfield, waarom dat geen goede coach is? <laughs> Ik heb niet gezegd dat dat geen goede... <laughs> nee, waarom dat hij tussen de grootste, de beste coaches op de planeet net niet dat heeft... Zijn trackracker zegt alles. Hij heeft die titel gewonnen in 2008. En daar heeft hij lang op kunnen teren. Maar hij zat natuurlijk ook in een ploeg met Kevin Garnett, daar ja. heb je al een volledige coach mee op het veld. Paul Pierce. Ja. Uh, ook al ben ik geen fan. Van ja, een... Paul Pierce en ja. Ray Allen, waren drie ervaren mannen ook Ja, al, en Dat zijn ook drie legends. Ja. En Rondo heeft hij veel conflicten mee gehad. Oké, okay, maar Rondo was toen ook nou, wel een gast. En ook een halve coach, Exact. Ah, nee. Toen nog niet helemaal, maar. Is, is dat zeker geworden. IQ-gewijs. Uh... Exact. En waarom het dan niet werkt? Wel, ik heb er geen idee van. Zijn ploeg wordt wat te, te stereotyp, te voorspelbaar, te, past zich te weinig aan. Kan hij die, dat killer-instinct daar niet in krijgen als het niet lukt? Want het is niet alleen nu bij Philly. Hè? Het is een paar jaar bij Philly dat het gebeurt. Daarvoor was het bij de Clippers. Denk aan 2015. Ze komen 3-1 voor tegen de Houston Rockets. Ze verliezen daar in eigen huis. Van Houston met James Harden op de bank verliezen ze van Corey Brewer en Josh Smith. Daar verliezen ze van, hè? Dat is niet goed. De Prime ploeg met um, Chris Paul, met, al was hij half geblesseerd, maar oké, okay, Chris Paul, met Blake Griffin, met Deandre Jordan, met JJ Redick, met Jamal Crawford. Dat was een goede ploeg toen. Die hadden net de titel San Antonio uitgeschakeld. Um, we gaan terug daarvoor, met Boston, 2012, 3-2 voor tegen Miami. Oké, okay, het was het Miami van Prime LeBron, maar je staat wel opnieuw 3-2 voor. Je hebt, die, je hebt genoeg kansen gehad en dan is het heel vreemd dat het elke keer niet lukt en aan tijd is er wel een patroon. Lijkt mij wel duidelijk. Ja, en ook gewoon, je kunt ook niet. Een trainer is ook gewoon makkelijker te vervangen dan een speler. Je hebt, he. Exact. Je kunt niet Joel Beat iets gaan lappen. Je hebt je asset nodig. He. Ja, en dat komt, die is iets waard. Eigenlijk is dat een aandeel van je. Dus... Een coach kan je apart uitbetalen, dus ah. los van de salary cap. He. Dat is veel gemakkelijker om te vervangen. En inderdaad, topspelers die kunnen blijven doorgaan. Maar is er een slechte coach? Nee, totaal niet. Zou ik die willen voor mijn ploeg? Ook totaal niet. Hij kan iets neerzetten. Maar, zeg, zeggen ze niet altijd dat hem goed is. Zo de eerste, als, als, als er een nieuwe start moet zijn, ja. dat eigenlijk de eerste twee seizoenen of eerste anderhalf seizoen dat dat eigenlijk een topgast is en dan begint het. Ah, wel, dat is exact mijn gedachte. Ja. Die kan je ploeg ergens leiden, maar als ze erop aankomt, net niet ver genoeg. Ja, maar wel. Nogthans, slimme gast. Een Mabel vent. Ja. Vind. Vind ja dat is geen argument. Maar, Frank Vogel was ook een Mabel ja. vent. Maar tak, ja. tactisch is zijn ploeg ja. vaak gewoon niet flexibel genoeg. Maar als we nu kijken naar deze serie... Naar dit wat er nu met Philadelphia nu gebeurd is. Je kan Doc Rivers inderdaad iets verwijten. Maar ligt het alleen aan Doc Rivers? Nou, maar je, nog geen honderdduizend jaar, hè? Ja. Raar, hè? Vreemd, hè? Vind uh, je, ja? Ik vind dat nee, niet Nee, nee, nee. Ik, 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 ik was al mee in Beat in mijn kop. Ah, ik ben, Ja, ik heb eerst nog een andere mens. Wie? Wie Ar denk je? Harden? Playoff Harden. Ja. Welkom terug van nooit choke, weg geweest. Choker's gonna choke. Ja, welkom van nooit weg geweest. Wat is dat? Speelt, speelt twee van de beste playoff matchen in zijn carrière. Game 1 en Game 4 ja. tegen Boston. Game 1, die 45 punten, was indrukwekkend. Ja, ja. Game 4, 41 punten, opnieuw indrukwekkend. Game 5 was hij ook goed. En dan Game 6 en Game 7. Ik heb de vergelijking gemaakt met. Uh, even opgezocht met Ben Simmons. Dat is niet goed als je daarmee in dezelfde vergelijking zit. Conference Finals 2023 tegen die van 2021 tegen Atlanta. De laatste match ooit van Simmons bij Philly. En misschien wel zijn laatste relevante match ooit. In het vierde kwart van Game 5 dit jaar, James Harden 0 punten. In het vierde kwart van Game 5 2021, Ben Simmons 2 punten. Vierde kwart Game 6 dit jaar, Harden 0 punten. Simmons, twee jaar geleden, 2 punten. Het vierde kwart van Game 7 dit jaar. Geert, game 7, twee jaar geleden. Ben Simmons, 1 punt. James Harden dit jaar, 0: no. no. Dat zijn drie vierde kwarters van do-or-die games voor de René ploeg... Een match waarin ze kunnen doorstoten naar de conference finals. Eindelijk. en drie keer nul punten. Hij moet er geen twintig scoren dan. Hij moet niet Houston James Harden proberen zijn. Maar dit is veel te weinig. Uh, maar hadden ze, niet, hadden ze samen 24 punten in de laatste match? Tegen, um, um, <laughs> ja, 11 en, tegen Boston. 15 ja, en 9. 15 dat. en 9 was het. Ja, want en 9. ik weet dat ze, had Tyrese Maxi niet meer of zoiets. of evenveel of zoiets was zoiets. Ik, de exacte cijfers die, die ik heb ik niet meer Nu, dat interview. En je hebt dat interview gehoord. waar hij eigenlijk zegt. We can't win. me and James. We can't win ja, alone. Ja. Nu, dat interview is wel een klein beetje. Ge, ge, geframed. 아니, niet geframed, maar. De, wat je ziet online. wat eigenlijk alle hout opgekomen is. is wel erger. Het is minder erg, hè, wat ze in het echt zeggen. Ja, dat is inderdaad minder erg. Hij heeft het... Want hij is eigenlijk niet. Hij, is, hij zegt niks. Hij heeft het veel genuanceerder gezegd. dan het daarin, daarin komt. Maar. het is ook wel niet slim om dat te zeggen. Als je zo match gespeeld hebt met Wainet. Nee, zwaar. Maar ja, goed, hij had daar nooit gezeten, moest hem niet gewoon goed gespeeld hebben. Dus de, even kijken, Maxi had 17 punten. En Beat had er 15, en Harden 9. Dus samen hadden ze er 24. Er is veel reactie op gekomen. Dat ze, dat ze eigenlijk zeiden, we can't win alone, en eigenlijk de helft van hun roleplayers had, had meer. Ofzo. Interact, maar ik vond, je zag het vooral, en dat was het probleem. Seconde 1. Seconde 1 zag je: oh nee, wat oh, is deze James Harden? open layups opgeven. Naar de ring gaan altijd naar buiten geven. Met schrik spelen leek het soms en als hij zo'n shot of dat mid-range shotje pakte, hij deed dat niet om te scoren. Hij zocht alleen maar naar een fout. Ik zag hem niet spelen om te scoren. Een, om te scoren? Ik zag hem vooral niet spelen om de kans te grijpen die zich voordeden. Hij moet niet spelen om te scoren, hè? Maar als je mogelijkheden krijgt, en er is een lijn naar de ring, moet je die wel pakken. Maar Harden is toch iemand waarvan je verwacht dat hij zijn punten maakt. Ja, maar, 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 maar uh. ik wil zeggen, absoluut. Maar moet niet de, de, de na, daar moet niet de nadruk per se meer op liggen voor hem. Hij is niet de gast die er 40 moet scoren of die puur moet kijken om alleen te scoren. Maar als de kansen zich voordoen, moet je die wel pakken. En ik vond hoe hij speelde, ik vond het, ik vond het een beetje schaamtelijk, eerlijk gezegd. En daarbij komt, het is weer al. Alweer. Ja, ja. En wat is dat eigenlijk met hem? Waar ligt dat, denk je? Want dat is toch een... een, een niet gemaakt dus voor een... dat moment? Ja, maar dat, ik, vind, ik vind dat straf dat je dat niet... Zeker tegenwoordig is er dan geen sportpsychologie of wat is dat? Een hey. ja, maar... like, like, beat heb ik je dat ook wel. Als je een beetje. Want, ik bedoel, sorry. Want, ik bedoel, dat is eigenlijk niet zo'n hele sympathieke gast altijd. Hey, Joël, dat is een grappige gast. Die heeft goede humor, maar die kan wat volk afzuiken. Hey. Die heeft er een paar collega's al doorgesleurd tot en met. Hey, ik bedoel... Uh, allez, hoe dat hij soms uit de hoogte kan doen over bepaalde andere spelers, dan denk ik, ja, maar hoe komt dat, hoe, hoe kun je nou op zo dominant zijn? Want als hij goed is en beet, is hij nou, MVP, hè? Mm -hmm. ja. ik, ik begin dat heel raar. Mm -hmm. Dat is ook raar. En dat daar niks aan gedaan wordt, want dat is toch pure sportpsychologie? Maar kijk, er was het in game 6, dus ze hebben de kans om het af te maken in een serie. En ze zijn staan voor, het vierde kwart. En in de laatste, hoeveel minuten was het? Ik heb het hier opgeschreven ergens. 3 minuten 56 seconden van een match in eigen huis, huh? waar je kan doorgaan naar de volgende ronde. De laatste 3 minuten 56 seconden heeft hij de bal niet aangeraakt. Yeah. Niet gescoord? Oké. Okay. Letterlijk niet aangeraakt. En dan kan je het steken op, de, op hoe je wil spelen, manier van spelen, op wat de tactiek is. Maar als je de MVP bent, is... Give me the fucking ball. Give me... Dat is toch het minste wat je moet opeisen? is ze een huddle met je spelers en zeggen: Man, ik ben een MVP, geef mij die een bal. En dat heeft hij niet gedaan. Dat komt. Hè? Dat kan. Ik kan niet maar in zijn hij hoofd maar is niet van zijn rug. He. Hij had geen last nee. van zijn rug. Ik, maar je kan niet in zijn hoofd kruipen. maar zelfs al heeft hij last van zijn rug, eist hij een bal op. Al is het om even die verdediging bezig te houden. Niet en vooral. Gewoon, gewoon met, met zijn fysiek. Mm -hmm. Als je gewoon al, als je, zelfs als je niet, niet echt super goed doet, is dat, creëert hij niet. want het is nog iets verschil. Ik denk dat dat voelt ook fucking in ja Als je mist, dat is jammer. Man niet spelen. Simmons had dat ook een tijd, hè? Dat vind ik er vies om. Niet durven. durven ja. Dat vind ik straf. Ja. Want het is toch niet, je is toch niet op het niveau waar die gasten zitten dat jij in je leven nooit gedurfd hebt. Ja, maar die mannen, laat ook even duidelijk zijn, die mannen kunnen basketten. Hè? Ja, maar hey. dat weet je. Ja, maar al kan door basketten. Ja. Maar ik bedoel, je voelt er wel... Dat, dat is iets pure psychologisch. Ik zou het ook denken. Wat, wat anders? Wat, welke verklaring? Wat kun, wat, hoe kun je, je kunt fysiek niet veel beter zijn dan Joel Embiid. Ja. Joel Embiid is gemaakt om te domineren. Ja. En toch... Dat choken. Om, want met Harden kunnen we nog zeggen, ik het zeg, maar dat is te shotten en als je er niet in zit, of weet ik veel wat. Maar als je zo. Domineren onder de ring, dat is, toch, is dat niet makkelijker dan dat uh, dan je drie punten dus, moet gaan schieten? Mm, anders. Maar, ja, ik snap wat je wil zeggen, maar ik vond, ik vond Harden ook. Ik bedoel, als hij lost, als hij zijn ja. shot lost, ja, dan is het weg. Ik bedoel, je zit nog als je onder de, hey, onder ja, de ring maar, bezig. maar Harden is geen shooter alleen. Hij is veel meer dan dat. Hè. dat is veel meer. Ik ja. vond, Harden heeft zijn ploeg ook niet beter gemaakt. Hè. Hij ja. zegt zelf altijd, mensen verwachten nog altijd dat ik Houston James Harden ben, maar ik ben, daarin, ik ben geëvalueerd, die ben ik niet meer. Ja, de Harden van nu wil niemand, hè. Die dat we nu gezien hebben, in game 6 en game 7, dat die zijn er die niemand wil. Of in game 2 en 3 tegen Boston, die, die wil gewoon die wilt niemand hebben. En hoe is zijn zei, dat mentaliteit tegenwoordig? Is dat oké? Okay? Want dat is precies beter dan met... Uh, van Harden? Ja. ja blijkbaar zou hij terug naar Houston willen. Ja, dan maak ik me al een beetje zorgen, eerlijk gezegd. Als je terug wil gaan naar, uh, naar Houston, waarom zou je dat willen? Ik weet niet of die mens effectief die winnaarsmentaliteit heeft. Of die dat liever wil dan wat dan ook. Waar een LeBron bijvoorbeeld altijd heeft gehad, die gast wil winnen. Ja. Wat Jason Tatum, ja, dus altijd, altijd wat Jason shape, Tatum ook heeft. Jason Tatum. Jimmy Butler. Die man Jan Ook al was het een, heeft hij gefaald dit jaar. Die wil winnen. Dat is die, die mentaliteit daarin. Ik weet niet of Harden dat heeft. Ik weet niet of die zo over lijken wil gaan om, om te winnen. En het probleem is dat we nu gewoon een voorbeeld hebben van jaren. Want hij heeft natuurlijk ook playoff-matchen gehad waarin hij cijfers heeft. Maar als je kijkt naar de matchen op de belangrijke momenten. Is ze maar niet. Nee, die cijfers waren al wel gezet. Of die werden in, in, in garbage time gezet als het, al, als het voorbij was. Of in matchen die ze wel wonnen, maar niet op de matchen die, hij nog, die te belangrijk waren voor de serie. En we hebben nu effectief al wel een paar jaar dat dit gebeurt. Wat gaat, gaat hij naartoe, naartoe denken? Houston blijkbaar. Nu, Doc Rivers, want Doc Rivers was een van de redenen dat Harden naar Philly wilde komen. En Daryl Morey natuurlijk. En dan was de vraag nu, was jouw relatie met Doc Rivers? Het um, was oké. Okay. Ja. Hij mm. is, is ook niet de loyaalste, ook niet. Hè? Dat hebben we al lang gezien, inderdaad. Ja. Dus ik denk wel, het ontslag van Rivers, Daryl Morey... Zoals uh, Frederik de Bakker altijd zegt, wel een lul. <laughs> <laughs> maar Daryl Morey heeft dat volgens mij wel gedaan om Harden ook... Tevreden te houden. Ja. Ik vind in ieder geval. Ik, 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 ik gevoel, Westbrook keert daar ook een beetje mee. De, de, de gouden tijd of de dagen dat dat echt A-spelers zijn die alles kunnen eisen. Ik vind dat Harden het wel nog lang onttrekken is. Hè? Want er was toch nog weer even zo wat hoop bij Philadelphia. Maar mm -hmm. Gaan we er nu niet mee stoppen? Met Harden, met ons, uh, ja, met ons bekocht te voelen door James Harden? Ik bedoel, verkocht te Verkocht. bedoel ging toch altijd nog bij Harden. Hey, eerst was het, het was al een tijd niet goed. Maar dan bij, bij, bij Brooklyn dachten, ja, maar ja, hey, als ze het daar in orde krijgen, Irving, um, mm -hmm. Durant, Harden. Ja, Het is niet gelukt. Dan nog Philadelphia mee. Maar waarschijnlijk, een beat zal het wel kunnen fixen. Ik bedoel, hoe vaak kunnen we nog hopen? Nee, Dat is waar. Maar. De vraag is: wat ga, je er, wat, ga je, wat ga je ermee doen? Want hij heeft een spelersoptie. Ja, ik weet het. Dus je kan je gaat er ook niks voor terugkrijgen op dit moment. Dus als hij weggaat, weg dan ben je hem gewoon kwijt. Ja, dat is hem te, duur, te ja. waardevol. Hè? En als je kijkt, track records, als je erover loopt. Ik heb, ik heb een paar matches individueel opgeschreven, ook van doorheen de jaren die ik me kon herinneren. En dan denk ik aan In the Bubble. Game 7, in de eerste ronde, ze, ze winnen die tegen... Oké, maar, Harden komt niet opdagen. De ronde. daarna verliezen ze tegen de Lakers. Harden die zijn ploeg opnieuw er niet over krijgt. Um, 2019, um, tegen, tegen, de, tegen de Warriors was het denk ik dat, die, dat ze er dan uitgaan. Tegen de Warriors zonder Kevin Durant gaan ze uit. Die al geblesseerd is uh, in de eerste ronde. Harden ook weer zo'n... Wat had hij toen? Ze um, konden... toen 22 punten, maar... 3 op 20 voor zijn shots bijvoorbeeld. En 14 punten van op de vrijwoordplein. Maar niet de impact die hij moet hebben. En daar heb je zo'n paar jaar. Uh, denk aan 2015. Ik zei het net, die match tegen, tegen, de, tegen de Clippers. Zijn ploeg wint, maar hij zit op de bank. Hij heeft daar geen impact in. Er zijn te veel matchen geweest waarin Harden daar niet stond. 2018. Ze hadden de Warriors. Ik vind wel met dat een je... rug tegen, met hun rug tegen de muur. 3-2 voor. En dan. Missen ze 27-23 op rij, maar Harden doet ook niet wat nodig is voor zijn ploeg om die daarover te krijgen. Ik, dus... vind wel dat je, ik vind wel dat je iets een special moet maken. Het is wel een negatieve special. me zo op te lijsten van alle spelers die er eigenlijk toch wel meer hebben uitgehaald dan als ze er hebben ingestoken. <laughs> maar ik, weet, ik, denk, ik denk niet dat Harden niet hard werkt. Nee, maar het, het gaat over. Het, het loon dat ze krijgen. Ah, ja, zo. Ook, ja, ja. dat is een cover geweest van, van uh, Playstation-spelletjes. Die gast, ja, Fear de Beard, dat is een meme. Hè, maar, dat, is, dat is een cultureel fenomeen. Dus dus, ja. hè, ook MVP zeker? Nee, niet MVP. Ja, wel, wel 2018 MVP. 2018 is, MVP. Hm. Ik bedoel... 2018 MVP, ja. ja 2018. En ook de lonen dat die... Nee, en zo. De, de, Tuurlijk. Dat zijn wel zo van die, die borderline supersterren, die als dan de geschiedenis erop gaat terugkijken, is daar toch veel om over te, te maar, memmen. Maar die gaan... Maar, die gaan de geschiedenis Histenis gaan niet lief zijn voor James Harden. Dat weet ik dus niet. Want als ze vaak wordt nuance vergeten doorheen de jaren. Hè, kijk naar Carl Malone. Als je puur naar de cijfers kijkt, is Carl Malone de beste power forward aller tijden. Is het dat belangen niet? Nee, maar die heeft wel een aantal iconische momenten gehad. Ja, hè, welke? Met, ja, met Stockton en zo. Ja, was dat niet... maar welke momenten? Ja, ik weet niet. Ja. Dream, team, uh, ja. dream Team. Conference Finals verloren 92, 94, 96. Finals verloren 97, 98 en Finals verloren door. Gemiste vrijwerp game 197, wanneer het erop aankwam. Op aan kwam. Of wie, wie pak Jordan de Steel, game 6? Ja. En dat ja, zijn klopt. maar een paar momenten, hè? Maar, maar zo zijn er heeft, meer. Heeft geluk gehad dat dat in een era was. dat een NBA en, en hoe dat de wereld en technologie. die gasten hebben allemaal wat geluk gehad dat dat helden zijn geworden. Hè? Mm. Maar, daarvoor heb je, maar daarvoor ook George Gervin is, ook zo een. Ja, maar dat is echt al lang geleden. Ja, ik weet het, maar oké, okay, maar... 90% van YouTube zit na te zeggen, oh god. Maar George en, Gervin en, en... Er is eigenlijk een zot gegoogeld. Maar George die Gervin Ik kan dat gewoon James niet doen, Harden. dan zie je Er zitten veel gelijkenissen <laughs> gelijkenis tussen. Tussen Gervin en James Harden. Geweldige scorers, geweldige spelers, laten we duidelijk zijn. Harden, topbasketter, hè? Maar als het erop aankomt, tree, dan valt hij he? altijd door de mand. En oh. dat is nu weer gebeurd. Gaat um, Embiid zich nog kunnen herpakken? Ah, well, en Embiid is ook jonger. Hè? Dat is het, het, het voordeel aan Embiid is, het track record is iets minder lang dan dat van, uh, van Harden. Maar, die moet, maar dat moet toch nog altijd een franchise Philadelphia tuurlijk, spelen worden? Tuurlijk. Dat is nu voorlopig is hij de enige MVP die nooit de conference finals heeft, ge, heeft bereikt. Dat vond ik een heel opvallende statistiek. Dat is geen um, leuke statistiek. Zeker met Jokic. Ja. Jokic helpt dan ook niet. Hè? Nee, maar... Voor mensen die, want heel veel mensen hebben zoals spijt van, ah, het geen MVP moet zijn, want uit de heeft laten zien, regulier seizoen. MVP trofee gaat over het regular season ja, ja. alleen. Maar daar antwoorden we weer dezelfde vraag waar we twee uur geleden al over begonnen. Dat regulier seizoen zullen ze toch iets mee moeten doen, want nobody cares. Oké, okay, maar die trofee, het heeft geen nut om daarop te beginnen kakken als een speler niet presteert in de playoffs, want dat gaat niet over de playoffs. Die een trofee is enkel en alleen gemaakt voor wat iemand heeft laten zien in het afgelopen reguliere Ik seizoen. Ik weet het, maar als je je voelt toch ook wel dat als uw bijnaam is uh, playoff puntje puntje hmm. puntje dan is meer waard dan dat je zegt schokt in de during the playoffs. Absoluut, uh, maar neemt dat daarvoor ja, de waarde van die mvp trofee weg? Nee. Technisch je het weer principeel waar je altijd goed in zit, in principe zitten we gelijk, <laughs> maar je voelt toch wat je voelt. De prijzen worden toch letterlijk aan de eindmeet Ja, maar dat, is het, maar dat maakt het net niet uit. Is m seizoen gelukt? Maar dat maakt net niet uit. Is m seizoen gelukt? Ik vind van niet. Nee, die nemen een MVP-trofee en jij zegt letterlijk, uw seizoen is niet gelukt. Maar die MVP-trofee blijft wel terecht. Net zoals David... Ja, maar je zet de ik ga voor, ik ga een voorbeeld. Ja, soms gaat het te AI-robot. Maar ik ga, je, je maar ik, ga een ja. ik ga een voorbeeld aanhalen. David Robinson wordt MVP in 1995. Na een geweldig seizoen. Um, beste, ploeg, beste ploeg van het regular season. De Spurs dat jaar. Hakim Olajuwon heeft, was MVP het jaar daarvoor. Titelverdediger met Houston. De, een titel. Die hebben een moeilijk jaar. Nummer 6 seed maar. Het reguliere seizoen. Dat is de trade voor Clyde Drexler. Echt moeizaam jaar. Hakim was goed, maar niet de impact die hij had in zijn MVP jaar. David Robinson was fenomenaal. Robinson wint de MVP trofee voor dat regular season. In de conference finals krijgen we Robinson tegen Olajuwon. Olajuwon maakt die af. Ja. Gaat Robinson zijn seizoen mislukt zijn als ze eruit liggen in de Conference Finals? Waarschijnlijk. Maar dat betekent toch niet dat hij geen terechte MVP is geweest. Nee, maar het is het eerste al een verschil of dat je er in de finale uitgaat of dat je in ronde Conference tweede... Finals. Ja, het is één ja, ronde is verschil. Een, ja, zwaar. Ja, het is, nee, het is inderdaad een verschil hè? Maar niet zo groot, het is niet zo gigantisch Nee, zwaar. Je hebt zeker gelijk. Hm. Ik, ik snap die redenering ook en ik vind het ook altijd jammer van Ire, de MVP. Ik vind ook dat hij het moet laten zien in de playoffs. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Dat hoort zo. Dat, je verwacht dat van de MVP. Ik denk gewoon, als je een Philadelphia uh, fan bent, dan is het toch een vreemd gevoel. Tuurlijk. En ook met dat harden gedoe en zo. Ik bedoel, er zijn zo van die, die ploegen, ja, er is geen een upset. Nee, maar ik ben het daarmee eens. Maar dat betekent niet dat die MVP-trofee onterecht was. Omdat dat nu helemaal gewoon over het reguliere seizoen gaat. En ik vind dat ook nog... Ook al is het minder tof dan, om het zo te zeggen. Voor mij heeft dat nog altijd zijn waarde. En verwacht je meer van een MVP in de playoffs? Absoluut, tuurlijk. Dat is een MVP. Ik, ik vind dat je gewoon veel verwacht van Joel Embiid. Omdat ik altijd vond, en daar ben ik dan fout in, dat voor mij... Wat ik leuk vind, is zo de, de echte oldschool centers... He, dat, he, de in Embiid. Want Giannis heeft wel een ring, hè? Ik, 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 heb, ik heb zo wat schrik dat Embiid, dat dat, dat, die zo moment, dat beginmomentum van zijn carrière, die ze zo wel, wel missen. Hij is toch nooit bij de laatste vier geweest? Ja, voilà. Je, terwijl ik intrinsiek, en dan zal ik daar misschien fout of niet fout in zijn, vind ik die niet zoveel verwijderd van een, van een Giannis. Het zijn ik... andere spelers, hè? maar in C-qua. Hoeveel, hoeveel punten geven ze in een, in een PlayStation-spel? Hoeveel, hoeveel procent hebben ze? En Beat is toch als jij goed is? Maar, ik... maar wie is, als jij kan kiezen, als je hem goed ja, samenstelt? Ja. Dat heeft er ook mee te maken, natuurlijk. Hè. Um, laatste ding over de MVP. Gedoe trouwens. Dat is sowieso geen garantie op succes als we de, de laatste jaren afgaan. De MVP's, die, of zij de titel hebben gewoon op de finals hebben bereikt. En Beat. Nu niet. Daarvoor twee keer Jokic. Nee, daarvoor twee keer Janis. Zelfs die de finals gehaald. James Harden eruit in de conference finals. Westbrook het jaar daarvoor eruit in, het, uh, in, het, uh, in de eerste ronde. Uh, wanneer, Steph, wanneer was uh, LeBron dan? Is dat zo lang geleden? Al? 2013, laatste keer MVP. Hij ah, heeft dat ook weinig gekregen. Vier keer. Uh, het is, als je het effectief seizoen per seizoen overloopt en je kijkt wat daar gebeurd is, is het terecht. Is, is het echt, is één jaar waarin hij het had moeten krijgen en niet gekregen heeft. Dat is 2011, toen uh, Derrick Rose heeft gewonnen. Ja toen hij het ook verdient. Maar als je kijkt naar de spelers die de finals hebben gehaald, of de titel hebben gewonnen als MVP. Stephen Curry in 15. Oh, titel gewonnen het. als MVP. LeBron in 13 en 12. Titel gewonnen als MVP. Tim Duncan in 2003. Shaq in 2000. En dan zitten we al aan Michael Jordan. Dus ik wil maar zeggen, ja, het is, het maar. Is er, de, de MVP winnen is geen garantie om ook de titel te pakken. En het is... Uitzonderlijker dat het wel gebeurt en dat het niet gebeurt. Dat is gewoon dat ik even wou, wou, wou duidelijk maken nog. Uh, beats zijn cijfers, want je zegt net, heel dominant. Zijn carrière alleen, als je die cijfers bekijkt, is om van achterover te vallen. Hè. 27 punten per match, 11 rebounds, 3,5 assists, 3 turnovers, 50% field goal percentage en 34% van achter de driepuntlijn. Dat zijn goede cijfers. In matchen waarin hij naar huis gestuurd kan worden, Elimination Games. 22 punten per match, 11 rebounds, 5 balverliezen. Twee assists, 39% field-go percentage. Dat is veel. Dat is het sterkste. Uh -huh. En 25% van achter de drie Dat dus is wel een gigantisch verschil hè. Ja, dus dan heb je gelijk, hè? Net niet. No, no, maar Bij Harden denk ik nu wel. Maar is zijn beat naar leider in zijn ploeg? Dat weet ik niet. Ik, kom, ik niet de leider die, die uh, misschien niet de leider die Jan is, is volgens mij. Wat vond jij van Philadelphia? Want ik, vind, ik heb Philadelphia wel leuk. Zo Max Tyrese, Max Sims, dat vind ik allemaal wel leuk. Ik, vind dat, ik, vind, ik zie dat wel altijd wel graag spelen of zo. Ja, ik ook. Maar dus, zitten ze wel niet in het vage vuur? Zo ja, wat daar, en dat is het Doc Rivers probleem ook. Het was te vaak een zootje ongeregeld ja. op het veld. Ik had te, vaak, of te weinig het gevoel dat daar een duidelijke lijn in zat. Wat ik bij Denver altijd wel heb. Ja, goed voorbeeld, wat dat ook heel hard was. Weer Harden, bij de Nets had dat toch ook. Weet je wat je dat ziet bij de Nets, vind ik? Van onbelangrijk... Onbelang, nee, dat ga ik terugpakken. Semi-belangrijke spelers. Bruce Brown. De Nets liep je ook af en toe rond. En die was ook nooit niet slecht. Dus die bij, zit hier bij Nuggets. En die is eigenlijk... Belangrijk. Belangrijk. Ja, ja. Goed. Uh, en je doet eigenlijk hetzelfde. Hè? Maar je valt nu harder op in een kleinere franchise dan, dan bij, de, bij, de, bij de Brooklyn. Nets, was dat zo, ja, Bruce Brown. Omdat hij nu meer gewaardeerd wordt en ja. vooral meer gebruikt wordt op zijn sterktes. Gestructureerd. Juiste coaching. Ja. Ja. Bruce Brown is een topvoorbeeld van wat er mis kan gaan als je zo in een ja, ge, ge, gezeikplook ja. zit. En Michael Malone, goede coach. En Nicola Jokic helpt ook natuurlijk als je die ernaast je wilt rondlopen. Hè? Want die mens doet alles. Ja, dat, dat is de point, ja, dus. ik wil zoiets, even zo nog Jokic, um, maar um, Embiid, ik, weet, ik denk, het voordeel aan Embiid is, ja, die heeft een paar jaar gefaald in de play-offs, dus onder de verwachtingen gebleven, of heeft die freak injuries gehad, mogen we niet vergeten, vorig jaar ja. ja. heeft hij zijn gezicht gebroken ja, in, in de play-offs, dus die heeft ook al veel zo'n dingen meegemaakt, maar bij Embiid denk ik nog altijd... Ik zie dat nog wel goed komen. Ik maar zie moet, het nog wel. Maar bij Harden het tegenovergestelde. Ja, hard, maar Harden is het ook verder. Hè. Maar moet bijvoorbeeld een beet een echte. Moet je eigenlijk de beestster worden in een ploeg? Oh nee. Denk, je, denk jij dat? Ik vraag het gewoon, gewoon voor, zijn, voor zijn mentaal. Hè. Ik bedoel, want Harden. Nu, als je Harden en Embiid samen hebt, dan is Embiid een A en dan is Harden de B plus XA. Zoiets zou ik kunnen zeggen. <laughs> maar ik, ik, etien, Embiid misschien niet nood aan een. Ja, het is niet Jokic. Dat is het is niet LeBron. Het nee, is je, geen natuurlijke leider. Maar je bedoelt dat hij dan de tweede optie wordt eigenlijk? In, nee, maar dat hij niet alleen de ploeg moet dragen. Maar ik denk dat iedereen dan nodig heeft: iemand die het mee kan dragen. Ja, dat maar, sowieso. Maar Jokic draagt het alleen. Ja, maar niet, niet in St. Murray is belangrijk, maar als het gaat over. Je moet altijd pakken, als je door de oorlog gaat, wie loopt net een beetje van voor, dan loopt Jokic van voor en die kan dat. Mm -hmm. Maar bij Embiid voelde. Er is toch altijd. Hè, zeg het zelf in een interview. Ja, maar ik geloof wel nog altijd. dat... Ja, dat, en dat, dat Ach, het feit dat je dat al zegt, dat ben ik het en het is eens. helemaal geknipt al wat je wilt, maar hij, hij toont zich kwetsbaar, hij toont zich. Ja, en hij gooit, zijn, hij gooit zijn ploegmaats eigenlijk onder de bus. Terwijl hij met elk liever bedoeld dan. Ja, exact, exact. Dan, dan, want hij, daar ging het niet over. En wie hem zelf ook in fout? Tuurlijk. Maar als je dat zegt, dan weet je ook dat je je dat ploegmaat wel een beetje onder de bus gooit, ook al is het niet zo bedoeld. De groten zeggen dat nooit. Nee, zeker niet. op, op die op manier. Man nee, ik denk het ook niet. Nee. Um, en wat hij ook dan zei, van, ja, het zijn allemaal leermomenten. Hè? De Jannis-quote de kwam er wel uit. Ja. Kijk, um, dat is waar, maar bijvoorbeeld iemand als James Harden. Ik heb het daar met Francisco over gehad, over dat falen. Dat was een goede podcast, Francisco. De, ja, Francisco. Heerlijke mens. Emma Echt, ook uh, trouwens. Ik heb nog niemand het gehoord, maar ook uh, okay. legend. Ik, is dat, dat was deze. Gij Gij zit gewoon in de, een Emma Meesman. De, de Emma Meeseman zetel. Ik voel me goed. <laughs> Zoek de Pedro Elias zetel. Ja, dat voelde minder goed. Ja, omdat ze dan weer mannen hebben. <laughs> <laughs> um, maar iemand zoals. Om het, het voorbeeld. We zijn toch over Philly bezig, het Harden voorbeeld erbij te halen. En dan terugdenken aan die quote van Janis Santé de Kompo. In sport kan je niet falen, zei hij. Ik heb mijn mening daartoe met, uh, met uh, Francisco duidelijk genoeg over gegeven. Het was een, Zij... een schoon interview. Het sloeg nergens op, maar het was schoon. Ik vond de manier waarop hij het zei vond ik fantastisch. Het was benauwd geregisseerd, maar volwassen. En ik, daar, daar had ik zoveel bewondering voor. Ja, voor en hoe ook hij dat zei. Je, hoe dat je dat. Het was bijna als ik nog een film ontzien was. <laughs> hoe dat dan dat met die journalist aan het spelen was. Wel, ja. Dat vond ik ook fantastisch ja. gedaan. De inhoud was ik het niet helemaal mee eens. Maar als je. Dus elke Nederlander is een leermoment. Daar geloof ik ook in. Ja, absoluut. Alles, niks. alles waar je in mislukt, dat kan je van leren, als je het effectief wilt. Maar als je nu kijkt naar James Harden, en je moet elk jaar blijven bijleren, maar uiteindelijk blijkt dat je niet bijgeleerd hebt. Wat is het dan? Hetgeen dat ik u net gezegd heb. Je dan, heb, je, maar heb zie, zie, bekijk jij nu de carrière van James Harden als een... Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ah, wel, wat ik u net gezegd heb, je moet je special maken. Een special van... Ja, ik wil weten wat jij ervan denkt. Hoe kijk jij naar de, als jij terugkijkt op de carrière van zo iemand als Harden? Ik denk dat je altijd... Er is van alles wat. Dat is in sport, dat is in media, dat is in film. Dat is allemaal dat een carrière heeft. Je hebt de, de one-percenters. Dat zijn de absolute supersterren. En dan heb je de roleplayers. Maar er is ook altijd net dat ding ertussen. Ja, die, die, ja wat doe je daarmee? Harden is wel een top-75-speler aller tijden, hè? Ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn. Dat hij daar wel bij hoort. Ik ja, hangt ervan af hoe je die criteria opstelt. Maar daar ben jij ja, beter in dan ik. Het gaat over hoe gaat de geschiedenis je herinneren. Wat is uw, zeg je toch, wat is uw afspraak met de geschiedenis? En zij, voorlopig, als hij nu morgen zou stoppen, gaat hij herinnerd worden als een gast die... Als is is West, Westbrook. Oh, Westbrook of Harden? Wie is hoger? Dat is een moeilijke, hè? Harden. De andere neemt wel... Uh... Even wat. Westbrook heeft toch ook de, de, de cijfers en, en, en de jaren gehad dat hem veel gewonnen heeft. Ja, maar Harden heeft individueel meer uit zijn ploeg gehaald dan, dan Westbrook. Maar is er ook gewoon altijd gefaald in de play-offs. Westbrook is niet verder gekomen in de play-offs op zijn eentje. Hè? Of met, met Paul George als, als, als ploegmaat. Of met James Harden toen, toen ze met twee waren in de bubbel. Hij is, uh, sinds, sinds Kevin Durant is vertrokken, is dat ook niet meer geworden. Hè? Nee. En ik vind dat Harden, en dan, daarom dat ik het reguliere seizoen nog wel belangrijk vind, hè. ik vind dat Harden daar alleen wel meer uitgehaald heeft. Uit, uit zijn teams. Okay. Vind ik. Maar los kijk, kijk, het, kijk, je, je, het zijn wel, als je, als je die special gaat maken, dan zijn het wel dat soort gasten dat je er gewoon in zet. Zeker. Zo van, het zijn Hall of Famers, eh, je, ze hebben fans, ze hebben nu. We gaan dat opnieuw doen. Ze hebben allemaal een eigen schoen. Dat is eigenlijk nog het beste. <laughs> ja? Degene maar. met een eigen schoen zonder een ring. Zion Williamson. Hmm. Een eigen schoen zonder... Is ook, die, is, die, is te, die heeft toch te weinig gespeeld? een goed ding. Maar heeft ne... te weinig gespeeld. Patrick ne... Ewing had zijn eigen schoen. Een eigen schoen zonder een ring. Charles Barkley. eigen schoen zonder een ring. Goeie schoen, dan Barkley. De, one onder de 180. Tracy McGrady. Ja, eigen eigen schoen. schoen. Nooit de eerste ronde overleefd. Met San Antonio, maar toen speelde hij niet meer. Dus dat telt niet. Dat wordt wel special. Eigen schoen, <laughs> geen ring. <laughs> Ja, want het is waar, hè? dat is wat die, die gasten zijn. Dat zijn ook James Harden, ook commercieel, hè? marketinggewijs, ongelooflijk spelen. En ze uh, ook geen eigen schoen, wel een ring was Dirk Nowitzki, nooit een eigen schoen gehad. Dat zou ook een lelijke schoen geweest zijn. Dat zou zo'n zo multifunctionele schoen geweest zijn. <laughs> zo'n dikke, zo hoog voor de enkel goed beschermen... Eigen, eigenlijk zou Adidas of, of Reebok zich niet, niet slecht gevoeld hebben. Dat is dan de enige top-Duitse dat er toen dat er voor zo lang in de NBA is geweest na Detlef Schrömpf en die speelde met Nike. Ja. Heb je dan geen fout gemaakt als Duits sportbedrijf? Of heb je dan niet als manager van Dirk Nowitzki misschien toch een paar telefoons niet gedaan? Of gewoon Nike wel gewoon meer geven. Hè? Kan ook nu, wel. Nike's, ik heb ook altijd liever in Nike's gespeeld dan in andere. Ik, vind dat ik heb veel wel, geprobeerd. Ik vind dat wel soms grappig als er zo duidelijk iemand ineens zo'n New Balance aan heeft. Of zo'n zo merk dat je denkt: tja, zitten die nou ook? Uh, of zo van die vage Chinese merken. Ja, van Clay Thompson. Hoe heet dat weer? Um, Caruso A, heeft dat ook gehad. Caruso heeft er ook zo. Heb je dat ooit dat filmpje gezien? Zo, Caruso heeft zo'n zo eigen schoen bij zo'n Chinees. Met At, Atta. Zo, Atta, ja. Maar Clay, Clay Thompson heeft daar ook. Anta. Anta. En, dan, en, dan, en dan is er zo'n filmpje, <laughs> zo'n locker room filmpje. Dat Anthony Davis zo en anti zit te zien. <laughs> maar, maar, maar dat is ook zo'n. Zo <laughs> Met weinig woorden afzeiken ze. Dat is terecht. Um, laatst maar de Sixers. Twee dingen. In game 7. staat 55-55 in het derde kwart. Tegen de Celtics, hè? Tegen de Celtics. Game 7. Ja. 55-55. En dan scoren ze zes minuten niet meer. En dan ineens is het 88-60. Dat is eigenlijk alles wat je moet weten over die Game 7. Uh, is nog... dat dan Doc Rivers een fout? Disco nee, Doc Rivers een fout. En Joel Embiid zijn fout. En James Harden zijn fout. De drie leiders van die ploeg. Oké, okay, en, want we zijn altijd maar bezig met iemand niet goed doet. Is op dat, is kun je kunt ook niet gewoon zeggen: nee, nee, dat is gewoon Brown en Tatum. Die gewoon, uh, ja, de stelt ik zeggen, gewoon een beter ploeg. Die gewoon even het gaspedaal induwen en, je zegt, en ze zijn weg. Zes minuten niet scoren, daar is geen excuus voor. In de NBA, ja, anno 2023. In dat moment. Van 55, 55 naar 88, 60 gaan, daar is geen excuus voor. Dat um, is hard tennis. Nee, maar dat is, toch gewoon, de, okay. dat is toch gewoon de logica. Het gaat over absolute topsport. Hè? Het gaat over game 7 van de conference semi-finals. In een serie waar je 3-2 voor stond en game 6 in eigen huis mocht spelen en daar eigenlijk die match nog had kunnen winnen. En je geeft het in het vierde kwart het handen in game 6. En in game 7 kom je gewoon ineens in het derde kwart niet opdagen. Ja, dan, dan, dan verdient het niet. Dan Nee. Is de proces voor jou gesnu eigenlijk gelukt of niet? En ik heb het over het tankje dat ze gedaan hebben onder, um, onder Sam Hinkie destijds om Ben Simmons te krijgen, ook um, af voor Marcial Fols en Joel Embiid. Ik, ik ga, heb dat gelezen. Ik heb dat, sorry. Ik doe die gaten. Ga, ik was ga, destijds zo overloop. maar als je nee nee nee. Ik heb het toen gelezen, maar jij moet het vertellen, want gij had het had waarschijnlijk openstaan. Maar dat is gruwelijk wat die nee tegen hebben. Is dat niet? Maar nee, Ze wilden gewoon zelf bouwen, hè? Ja, maar die hebben toch een aantal picks die zo zijn, zo niet gepakt. Alleen wat had kunnen geweest zijn, dat wordt er niet goed gezien van, hè? Uh, 2017, de NBA Draft, de Boston Celtics hadden een number one pick. En um, de consensus number one pick toen was Markel Fultz. Maar Danny Ainge wist, er is maar één dat ik wil hebben. Dat is Jason Tatum. Hem, ja. Dus we traden we, we down, we geven de Sixers de number one pick, wij gaan voor de number drie pick en we krijgen nog wat assets voor de toekomst. Ja. Ja. Um, maar de process... Dus vanaf dat ze zijn beginnen winnen. Ja. 2018, 52 en 30 eruit in de tweede ronde. 2019, 51 en 31 eruit in de tweede ronde. 2020, dus het uh, bubbeljaar, 43 en 30 eruit in de eerste ronde. 2021, 49 en 23 eruit in de tweede ronde. 2022, 51 en 31 opnieuw eruit in de tweede ronde. 2023, 54 en 28 en er opnieuw uit in de tweede ronde. Mijn vraag aan jou: is de proces nu geslaagd? Mislukt of ergens daartussenin? Ja, nu, het, de discussie is een discussie geworden. Omdat ze natuurlijk nu in het reguliere seizoen een beter gemiddelde hebben. Hè? Ja. Maar dat is alles. Nee, dus. Eén keer de conference finals bereiken had al een groot verschil gemaakt, denk ik. ik we niet, niet, dat kijken? is niet gelukt, hè? Ai, denk ik niet. Ai, wat is niet gelukt? Nee, het is niet gelukt. De, de, je moet altijd als de fan, als je fan bent, blijf je toch op je honger zitten. Dat Zeker dat omdat je met een MBT zit waar zoveel. Dat is toch een gamechanger die exact. je hebt. Ja. ja, en natuurlijk van die dingen, ik like ben Simmons, maar daar gaan we het nou niet over hebben. Uh, die is een tweet gezien trouwens, of die is een nee. story op Instagram. Nee. Dus, dat er mee een glas wijn aan het kijken was naar nou, dat de, de Sixers aan het verliezen waren van Boston. Ja, ik hou daar <laughs> niet van. Ik hou daar niet van. Nou, vil, ik vind ook dat villa-gedoe. Ik vind dat ook niet geplaatst. Nee, ik vind het wel heel grappig. Ja. Uh, maar je zei net wel iets heel belangrijks. Moeten we de, geen krediet geven aan Jason Tatum en, um, en, um, en Jalen wow. Brown? Uh, Jason Tatum is een van de meest indrukwekkende playoff-matchen die ik ooit heb gezien. Ja. Die scoort in game 4, 5 en 6 en niet in het eerste kwart. Game 6 was 1 op 14 dat hij had. Maar er komt een maar. En dan ineens is daar het vierde kwart. Gaspedal in. En Jason Tatum zegt: van, Ik ga gewoon blijven spelen. We hebben 14 punten op rij. En we gaan een game 7 krijgen in Boston. En dan komt hij een opdagen in. In Boston. Hoeveel was het? 5, 1, 51. 51 punten. Hè? Dus het record van Stephen Curry tegen Sacramento. De meeste punten in Game 7 ooit. Een paar is... weken later is het alweer weg. Ja. ja, ik heb het er niet mee. Ik heb het u gisteren gezegd. Ik weet niet wat dat komt, want ik kan niet zeggen waarom. Want hij is fantastisch, maar there is he, he rubs me the wrong way. Okay, maar wat, wat, je hebt altijd wel een paar kleine dingetjes waarvan je van zegt van, daarom heb ik er een probleem mee. Wat ja, is dat bij jou, bij Jason Tatum? Ik heb het al harder voor, voor Jalen Brown. Oké. Okay. Maar dat slaagt nergens op. Nee. <laughs> Uh, er zit zo. Ja. ja, dat is moeilijk. Ik zit er. ik, ik dat is een conceiver. Ik voel het. Ik heb geen argumenten. Ik weet het niet. Een gevoel ik, gewoon. Een gevoel. Okay. Terwijl bij Brown heb ik, ik Ik heb Brown liever. Terwijl hem, Ja, dat is precies altijd zo. Ja, ik vind dat een gunfactor laag, En ik weet ook niet om wat dat ligt. Want je doet ook niks verkeerd, je mens. Je speelt prachtig een basket. Dan kan jij ja. dan vergenieten als hij zoals in Game 7 51 punten scoort. Natuurlijk, ah, Dat wel. Op dat niveau. Ja, maar je hebt... De, de best of the best hoort moment en je knalt er dat in. Oké, okay, maar dan heb je er geen hekel aan. Dan is nee, het... nee, nee, nee. Nee, maar, Nee, nee, nee. Oh, nee. maar ik heb on, eigenlijk aan niemand... Een, ik heb zelfs aan Kyrie Irving geen een hekel. Nee, maar als... Nee, nee. Ik bedoel, sporthekel. Als in, je kijkt naar iemand... Ik had dat vroeger met Paul Pierce. Als die 45 uh, punten scoorde, kon ik daar niet van genieten. Ik vond dat no, vreselijk. Nee, dat ik weet ik niet, niet waarom, maar ik, daar, maar ik, ik vond zie, dat zo ik, lelijk. Ik zal zat zo zeggen, en ik kan ook fouten, maar aangezien ik toch al een onwaarschijnlijke statement wel heb doen uitkomen, kan ik me wel permitteren. Ja, ik zie, ik, ik zie je dat ook weer niet winnen, of zo. Oké. Okay. Uh, ik zie, uh, hey, ik, ik wou eigenlijk nog een paar weken geleden roepen: zo, het wordt uh, de bubbel opnieuw. Maar ja, na nou nacht moet <laughs> ik daar misschien toch van niet doen. Maar uh, het kan nog, hè? Miami-LA, het kan perfect. Hey, Miami staat je nog voor? Ja, maar LA, uh, sorry. Ja, ja maar, achter, okay, maar dat is maar één match, ja. Hey, ja. over Daarom, over de, over de conference finals... Morgen, morgen gaan we weer weten. Gaan we het nog niet hebben? Ja. Ja. Eerst een paar matches, dat heeft geen nut om daar nee, ik, ik, te veel voor uit te brengen. Ik weet het niet met de Celtics. Ik zie, ze, ik zie, het, ja, ik zie Miami het toch weer halen ofzo. E disso Vooral straf dat de, de, de Celtics in eigen huis ook niet goed zijn. Die hebben nu acht ja. matchen in eigen huis gespeeld. Zodat, zo zodat dat zo'n typisch eigen huis ja. is. Ja. Vier en vier zijn die in die acht matchen. Hoe komt dat? De Lakers hebben nog niet verloren in eigen ik huis. Die kunnen altijd zot van die vloer, trouwens. Ah, ik vind dat fantastisch. Ik, ja, wel. Ah, okay. Zot als in prachtig, die vloer. Dat is, ik vind het ook heel mooi dat ze dat gewoon altijd zo houden. Als, ge, motiefje. Als, als je een huis koopt en je hebt zo'n parket, dan denk je... Ah, het is geen visgraad. <laughs> maar daar is dat echt top, hè? Ik vind dat prachtig. Blokjes parket. De schoonste vloer van, uh, van heel de NBA. Ja, opvallend. De opvallende rest zou... Allez, de rest ziet er allemaal... Ik vond die van Golden State dit jaar super mottig. met dat zwart soms. Als ze in die zwarte shirt speelden, hadden is ook die... Uh, ah, ja. Vond ik echt een hele mottige. En een ja, paar rare... Meestal valt het me niet echt... Allez. En de Celtics die houden gewoon vast aan... Dat is old school. Echt old school. Ja. Uh, maar Tatum, en wat hij over zichzelf zei, humbly, I'm one of the best players in, uh, in the league, had dat in, in, na match zes gezegd. En dan nu heeft uh, Jimmy Butler naar vannacht gezegd van... Ik heb het gevoel dat ik beter ben. Dat vind ik ook cool. Vind ik ook Butler, cool. Butler, wat een held is ja. Butler. Uh, maar laatst van Tedem. Waar, waarom dat ik Tatum zo straf vind. en daar zoveel bewondering voor heb. die kan van die stinkmatchen hebben. Maar ik heb, heb het tegenovergestelde gevoel als bij James Harden. Als het echt moet. dan kan je er wel vanuit gaan dat Jason Tatum er gaat staan. En dat is niet altijd zo geweest. In de finals vorig jaar had hij, was hij ook um, volledig uitgeput, was het ook gedaan. Maar er is iets in Tatum dat mij altijd het vertrouwen geeft. En die game 7 tegen Philly ja. heeft dat eigenlijk weer bevestigd. Vorig jaar, game 6 tegen Milwaukee. Staan 3-2 achter, gaan naar Milwaukee. En daar doet Tedem het ook opnieuw. Scoort hij ook een 40 tegen tegen Janice. een Janis. veel betere clutch player dan, dan Harden. Zeker waar. In de playoffs? Ja, zeker wel. Maar ik, 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 ik laat het gewoon duidelijk zijn. Ik, ik zet hem niet op datzelfde hoogte. Ik vind Butler nog. Ik vind dat bij mij gaat dat altijd over crazy. <laughs> Hoe zot zijn die? So, hey, wie is de zotste in de room? En. Butler vind ik vaak de zotste. Zo, wat dat, uiteindelijk gaat dat op dat moment nog over mentaal. Hè. Zo, wie wil het nog harder regelen? Een... Je ziet Butler zie je met een gebroken been ja, spelen. Maar Butler zal al halve gebroken been. <laughs> <laughs> Butler is sowieso, al, uh, is, sowieso al, is sowieso al aan het kapot ontgaan. Uh, nee, nee, ja. Uh, de... Wat ik wel cool vind aan Tatum, en dat is wel waarom dat ik het ook wil vragen, wat is dat toch? Want puur qua bouw en qua atleet en de lengte dat hem heeft en de, en de wingspan en zo, dat is eigenlijk de perfecte basketbalspeler. Ja, dat is echt... Je en, kan niet meer dromen dan er zo is. Je kunt niet meer zien. dromen. Ik bedoel, dat is zo... Uh, en je merkt dat bijvoorbeeld daarom dat ik bijvoorbeeld een zak Levine altijd zo frustrerend vind. Want je neet dat eigenlijk ook een beetje, maar die... Ja, die zit daar dat niveau onder. En dat vind ik boeiend. Zach Levine wordt dan betant dat zijn ploegmaat meer shots pakt dan hij. Is dat dat enkel, denk je? Nee, nee. Maar dat is al een go goed argument. Ja. Ah ja, oké. Okay. Als je dat al hebt. Nee, maar op zich heet hij ook het ultieme frame om een topbasketter ja. te zijn. Hè? Dus hij is ja. nog altijd geen dertig, hè, Zach Levine. Nog niet. Die, die gaat al zo lang mee. Ja. Die is nog altijd geen dertig ja. jaar. Ja, ook een gast dat een eigen schoen in geen ring zal hebben, vrees ik. Daar ben ik... Tenzij dat hij de. Dat de trade hij, van zijn leven doet. Ja, of zo'n half seizoen ergens gaat spelen. Dan wordt hij ploeg kampioen en dan. Dan we en dan kreeg je zo'n bries. En dan zei je een lijn. <laughs> Zack, ja. niet aanpakken die riep. Ze bieden ge ze gepeperd ge mailtje <laughs> sturen, ze beats, Aan, uh, Adam Silver. Ik denk niet dat we dat gaan doen. Um, oké, okay, uh, we hebben zoveel te bespreken. Maar wij gewoon hier, hier wonen, denk ik. Ja, oké, okay, we gaan. Nou, we moeten nog naar Jane bellen ook ik nog. Kan, ik ga een, een paar dingen laten voor volgende week. De niks ga ik voor volgende week houden. Ja, niks. Ga ik zo uh, houden. Uh, voor Miami, twee dingen over de heat. Eén, hoe slagen die er elke keer in om talent te zien en te vinden. In mensen en spelers waarin niemand dat ziet. Die hebben zeven spelers in hun ploegen die niet gedraft zijn. En dan kijk je maar. De Heat, dat... hè, he, bedoelde? Heat, yeah. ja. En dan kijk, je, dan, kijk je, dan kijk je, spelers die daar belangrijk. Max Struus, belangrijk. Ja. Um, Gabe Vincent, Duncan Robinson, ja. alle drie niet. Duncan ge... Robinson is al lang, hè. Die is al langer bezig. Hè. Ja, maar die is ook uit de rotatie verdwenen. Ja. Nu is hij terug. Oké. Okay, als ze met dri weer... zijn drie beginnen, dan. Uh... Nu was hij weer nergens. Hij heeft ja. wel bijna de, de meest perfecte assist aan zichzelf gegeven afgelopen nacht. Hij ik, zit... heb, ik heb niet gezien, sorry. Dus hij doet een uh, shot fake en hij zit vast in defense en hij wil hem gaan voor een shot maar hij ziet dat hij eigenlijk vastzit um, en dan geeft hij de bal, gooit hij tegen de rug van Bam Adebayo om die ja. zelf terug te pakken en dan wel vrij te komen voor een shot. Dus een van de meest creatieve zelf-assists, hij heeft alleen zijn shot gemist. Ik ga even kijken, want ja, inderdaad, Martin, Vincent, Stroes allemaal 15 ja. punten. Adebayo 20. Martin, nog een. Kevin, Kevin Love, sorry dat hij daar ook nog altijd tussen kroost. Ah, Kevin Love is een ook contamineren, ja. denk ik. Niet gedraft ook, Martin. Nog een. Adebayo, 14e pick. Hero, 13e pick. En dan de headcoach heb je Eric Spolstra, die opgeleid is binnen de club zelf en nu al aan seizoen 15 bij, die, bij dat team zit. Ik, ik vind dat zo indrukwekkend dat die mannen altijd dingen zien die andere clubs gewoon blijkbaar niet kunnen vinden. En dat is altijd daar, hè? altijd bij Miami. Mag ik nog even iets zeggen? Iets dat me nu gewoon opfielks in de, de boxcores ontzien. Uh, heeft niet gespeeld bij de Miami Heat. Nikola Jovic blijft toch een beetje grappig. Dat is heel grappig. Ja, sorry. Uh, goeie basketter. Rookie, ik geloof daar wel in. Ja, maar Nikola Jovic, ja. dat is wel echt. Ja, dat is Michael B. Jordan. Hè. Dat, is echt, dat is echt. Maar alleen dan nog in dezelfde competitie waar ze allebei nog in spelen ook. Ja, ja te goed. Uh, maar Miami. Oké, okay, volgende week ga ik Miami houden om het daar uitgebreid over te hebben. Want er is iets gebeurd. De draft lottery? De draft lottery. Tof, hè? Allee, niet tof als je. Tof als je Portmansen. Bijvoorbeeld. Dat systeem vind ik ook gewoon cool. Want als je weet hoe dat effectief werkt. Ik heb de lottery ook gewoon helemaal bekeken, als in achter de schermen hoe het daar werkt. En dat is zo cool om te zien, uh, want er zijn... Uh, er worden... Dat is echt de lotto, hè? Dat is lotto dus Er zijn veertien ja. verschillende balkjes, nummers één tot en met veertien. En die gaan effectief in zo'n zo bak, waarin de balkjes rondvliegen, zoals bij de lotto. En dan worden er elke keer vier gekozen. Je bezoekt combinaties van vier cijfers. Als je dat doet, veertien cijfertjes, vier combinaties, zijn er blijkbaar duizend en één mogelijkheden. Eén mogelijkheid ervan één combinatie die zetten ze aan de kant die telt niet mee mm -hmm. omdat ze dan zo bij duizend komen en dan is het gemakkelijker om die percentages te verdienen de verdelen wil ik zeggen de slechtste ploegen dus dit jaar was dat Detroit San Antonio en Houston die hadden allemaal 140 combinaties gekregen van de duizend dan de vierde ploeg Charlotte had er uh, 125 gekregen en dan daaronder 105. En zo gaan we lager en lager ja. elke, en Dat is altijd. Dus 14 kans betekent 140 combinaties. En de, er wordt dan getrokken. En de eerste cijfercombinatie die getrokken wordt, dat is de number one pick. Dus echt pure chance nu. Eerste pick: San Antonio Spurs. De tweede combinatie die getrokken wordt, dat is de tweede pick. Dat was dan nu de Charlotte. Charlotte Hornets. Derde combinatie: Portland. Vierde combinatie: Houston. Houston. Dan stopt het. Oh, dus enkel de piste. eerste vier worden gekozen vanaf daarna. Daarom de slechtste ploeg in de NBA, de Detroit Pistons, die kunnen nooit lager vallen dan de vijfde pick. Want daarna wordt alles verdeeld naar maar de volgende. Maar die volkwarmen. hebben eigenlijk heel veel pech gehad. In ja. de, of geen geluk, ja. beter. Geen geluk. Daarna wordt alles verdeeld in de volgorde waarin je geëindigd bent in het reguliere seizoen. Pech, maar dat is ook ergens waarom ze de kans hebben verminderd. Vroeger was het 25% kans ja. voor de slechtste ploeg. Zo willen ze het eerlijk houden. En Detroit heeft twee jaar geleden Kate Cunningham gedraft. En ja, ja. De nummer één pick had twee jaar geleden. Ja, ja. Niet onbelangrijk. Nee, nee, maar gewoon als je een Detroit-staafse denkt, wel, ja, ja We hadden Wemby kunnen hebben. Als, als je Portlandse denkt, Hey! Mm -hmm. hey. absoluut, maar die zijn gestegen inderdaad. Uh, maar dus, dat was, ik vind dat wel fascinerend. Nog eens de. Um ja, ik, vond, ik heb het al ik een heb paar het keer gezien. Ik vond dat ja. heel fascinerend nog eens om te zien. hoeveel ja, chance kans moet hebben want ja, 14% kans je hebt 140, maar dat cijfercombinaties -Cijfer exact dat. Dat is Russische roulette hè. Ja. Ja, ik bedoel als je een blaffer moet zo, 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 zo <acht> vind plezant het niet. Maar wat ik heel grappig vond aan dat ding is dat dat eigenlijk ook zo'n old school um, ja, zo echt een loterijmechanisme is hè. zo die balkjes die dan zo rondblazen en dat dat zo naar boven gaat. Daar moest ik heel hard mee lachen want dat thema echt om mijn jeugd. Denk want, en dat je naar de lotto keek Het eerste balkje, dat ook nog het eerste balletje voordat je gekozen wordt gaan de ballen 20 seconden door het machine. En dan is er 10 seconden tussen alles. En dan de tweede pick is opnieuw 20 seconden alles uh, mixen. Dan de eerste bal, en dan 10 seconden voor de drie andere balken. Want dat de. is voor alle duidelijkheid: dat kunnen bij zijn. Hè, dat is voor het publiek toch? Of is dat enkel voor de. Enkel pers, denk ik. Denk pers daar net. We, we mag pers bij zijn. Want ik, ik las dat. Uh, hoe noemen ze allemaal? Uh, Brandon Miller en de andere Scoot Henderson. Alleen zo de andere. Uh, de, de top drieërs, ja. Dat die er wel waren. De spelers, de, de top prospects die mogen daar aanwezig zijn. Ja. Ja. Maar dat, uh, nou, de ja, Wemby natuurlijk. Die zat gewoon, een beetje verder, Die, die zat uh, in Parijs vast. Um, maar ik, ja, heel, heel leuk wel om te zien. Nu, nadat nou, de, de eerste pick gekozen was, heb ik het afgezet. Want, ay, afgezet. Ik wist toen al wie de draft lottery had gewonnen. Zo'n balken in zo'n machine zien. Als je zes jaar zit, is hij heel tof. Ja. Als je in de dertig zet, wordt, wordt, wordt dat iets minder tof. Maar dan zien we het resultaat. San Antonio, number one pick. Kan het meer man-to-be zijn dan dit? Ja, ik kan wel zeggen, ik moest wel heel hard lachen, zo, op Instagram, van die comments. Zo, zo, maar ik kan het niet goed... Ik ga het wat parafraseren. Zo'n comments die er eigenlijk op neerkomen staan voor San Antonio. zegt, jongen, we moeten die niet helemaal niet hebben, eigenlijk. De Victor van Mariana. En, en ik moest, dat was wel een paar keer heel funny, omdat die andere twee zijn ook niet oplos, Maar even voor het uh, verhaal. Ja, tuurlijk. De Franse connectie is veel groter, natuurlijk. Hè? Uh, met San Antonio. En ik denk ook eerlijk dat het... Is het ook niet gewoon de beste ploeg voor hem? Absoluut. Maar puur van alles, los van uh, Tony Parker en, en het feit dat, dat ze in Frankrijk ook de San Antonio's goed kennen? Sowieso. Je hebt daar Greg Popovich, dat is één, ja. maar je hebt daar ook die cultuur die daar gezet is. Hè? Popovich is coach geworden in het seizoen 96-97. Heeft hij zelf als general manager zijn coach ontslagen om het over te nemen. Zijn ze beginnen te tanken omdat uh, David Robinson geblesseerd was? Dat was het belangrijkste. Dominique Wilkins zat daar trouwens toen. Dat was eigenlijk toen de ja. ster op zijn late dag. Uh, late, op zijn oudere dag, Dominique Wilkins. Um, maar met hulp van David Robinson en daarna Tim Duncan hebben die daar wel een bepaalde cultuur neergezet. En ook al waren ze slecht dit jaar, als je San Antonio zag spelen, ze waren niet goed genoeg. Maar ze hebben wel respectvol getankt. Ze hebben nog echt ja. wel dingen op het ook, veld willen laten zien met een bepaalde standaard van basketbal. En, en het is al een aantal jaar minder, maar er is nog. Wie komt, is de Rosen komt daar toch ook nog van, zeker? Die heeft er gezeten, ja. ja, ja maar Rosen die, en Aldrich zaten daar samen. Hè? Ja, en wie nog? wie nog? Fox niet. Nee, Fox niet. Wie, wie kwam daar nog van? Wie? Jo, uh, DeJante Murray. DeJante Murray. Dat is degenen, Ik bedoel, dat was zelfs toen als ze niet meer zo goed waren, dat waren wel spelers waar ik verkeek. Ja, exact. Ja. Maar als je. Want vaak. Eh, al vaak gezegd. Het is heel belangrijk waar een talent, waar een prospect belandt. Wat de omkadering daar is, wat de cultuur van die club is, hoe die begeleid gaat worden. En Charlotte had ik niet zoveel hoop in. Houston, niet ideaal voor hem. Portland. Portland en Bigman, dan denk ik aan de historie. Greg Oden, Sam ja. Bowie, Bill Walton. Mm. Ja, de, terwijl daar hebben ze met de admiral David Robinson natuurlijk wel... Ja, de, ze hebben, dit is de derde nummer één draft pick in de geschiedenis Tim van Duncan, de Spurs. Ja. 87 David Robinson, Tim Duncan. 97 Tim Duncan. Nu 2023, dat wordt Victor bij Mayama. De vorige twee waren het half Even dus een actie van de mensen die... Ik vond vanuit dat iedereen dat hier wel allemaal snapt en zo, maar dat is wel... Want ik heb ook uw, artikel op sports, uw interview op Sporza erover gelezen. Dus ik kon kijk kon, ik kon, ik kon daar een hoop dingen over vragen. Want ik, ook, ik volg hem dan denk ik een half jaar of zo... Bimaniana, of een allee pakt dat ik er zo op let. Ja. Waar ga je die op voorhand? Ey, is dat iemand dat als je echt balsdiep erin zit, ho hoe lang geleden zijn ze die beginnen volgen? Pff, lang. Ja, is dat echt al heel lang? Of, op zijn 13, 14 zijn ze die wel beginnen volgen al. En zo in jij, pers. En... Ik heb die ik heb die leren kennen dankzij 2K. Drie, vier jaar geleden was ik NBA 2K zo aan het spelen en dan zo in um, wanneer was het? Ik denk... Begin van de lockdown, of net voor de lockdown. Uh, en dan was ik franchise aan het spelen. En dan, ja, dan ga je seizoen na seizoen. Je speelt die ja. simulate aan het reguliere seizoen. En dan ploegen bouwen. Maar dan, die draftclass zat daar al in. Ah. Van de toekomst. En er waren mensen die 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 gemaakt hadden. En toen, Victor bij zat daarin. En dan ben ik die beginnen opzoeken. Maar wist opzoek, je hè? dat zelf al, dat hem daar dan ging inzitten? Maar dat zijn, dat zijn mensen die dat maken. Hè? Dat zijn mensen thuis ja, die... Maar hij, was hij toen op zijn dertiende er al mee bezig? Dat weet ik niet. Maar ik denk, van wel als je, als je, hoort, als je de, de artikels leest en de reportages ziet die er gemaakt zijn over hem, en als je dan op de podcast daarover luistert, alles, en dan, dan hoor je en dan lees je en zie je dat ze al van z'n veertiende bezig zijn met, zijn met zijn voeten op te trainen zodat die sterk genoeg zijn. Want wat is het probleem van heel veel grote mannen? Die krijgen blessures aan hun voeten. Dus zo bij Greg Oden waren het zijn voeten en zijn knieën. En bij Bill Walton waren het zijn voeten. Uh, bij Sam Bowie waar het zijn knieën en zijn voeten. Rick Smits, heel zijn carrière last gehad van, 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 zijn, van zijn voeten. Maar ze zijn er al van veertien in mee bezig om daar elke dag oefeningen mee te doen. Die is die een filmpje ja, zo die ja? op, zo'n opwarming in de Maar dus, dan, in mijn ogen, als je dat op die leeftijd al doet... Dan is dat wel ja. met een bepaald doel voor ogen. Maar, is hij, maar komt hij van een, uh, van een uh, familie? Zijn moeder, zijn moeder was een, heeft zelf gebasketbald. En zijn vader was een, uh, uh, deed aan atletiek. Hij ja. ja, was een goede atleet. Ja, dus ja, goede dus. genen. Ja, ik heb er een aantal, een aantal vragen over. Ja, ik, bedoel, ik heb het ook allemaal gelezen en je hem wel. En ik, heb hem ook, ik heb wel wat matchen van hem gezien, maar dan in de Franse competitie. Maar voor mij is dat moeilijk, want ik kan dat eigenlijk niet inschatten. Ja, als ik die dat bezig zie, ja, dan is dat ook wel een klein beetje het equivalent van uh, ik heb die dan nog eens uh, in de kleuterschool uh, op zo'n wc gekost zitten, want het is wel echt belachelijk hoeveel groter dat hem is. Als je die een bal ziet van ja. precies, ja, maar zoals ik, wij vroeger met van die. Maar ik, ik, heb het nog, ik heb het nog niet gevoeld. Als ik zelfs die topmatches in de Franse competitie, of die exhibitiematch dat ze daar in de States hebben gedaan, dan ja. was het al iets. He, dat was tegen die college zeker? Tegen die G-League ploegen? Tegen die G-League ploegen. Ja. Toen, toen, dat vond ik eigenlijk waardevoller. Maar ik kon direct naar de essentie: mega goede mega basketter. Volgend seizoen San Antonio tegen me vernoemd, Memphis Grizzlies. Die is tot er onder, uh, onder de ring en Steven Adams, boxing out. Ligt hij in de tribune of nee, kan je dat tegen? Maar die gaat daar niet op verdedigen. Dat gaat volgens mij, gaat, ze gaan die niet zo okay. gebruiken. Ik denk dat we meer de vergelijking met Kevin Durant de... moeten maken. Ah, ik, of... ah, dus dat dat geen vijf wordt, dat dat nee. geen center wordt. Misschien in defense, misschien wel. Maar wordt dat meer een Anthony Davis dan dat dan... Want uh, zo... Thomas ik ook wel een beetje omdenken. Ja, zo, maar ik soort... snap het, wat je door zijn lichaamsbouw bedoel je. Ja, en ook Davis is beiden, maar dat is ook een gast, een goede shot en ay, maar, Davis, maar Davis is geen 2,25 meter. Hè? Die ja, gast gas is toch te groot voor geen center te zijn? Maar dit is, we hebben dit nog nooit gezien. Hè? Dat, is, dat is het hele... Dat maakt dit zo interessant. Fascinerend. Dat maakt dit zo fascinerend en intrigerend. Wat is dit? Maar hoeveel weegt die? Ken, ken je dat van Els Amper dat filmpje? Ja. Wat is dit? Ah, wel. Eigenlijk zouden ze dat altijd wow. moeten zitten. <laughs> wow. Wat is dit? Dan moeten ze eigenlijk zeker met wat buiten, met wat wind in dat gezicht. <laughs> Het zou wel grappig zijn als, als Ampe daar nu magt over, of dat iemand dat zo wat fotoshopt. Gewoon elke keer als we uh, Miami volgend jaar wordt uh, voorgesteld voor de San Antonio Spurs, eerste harde die een jumbotron. Wat is, is dit? dit? <laughs> en dan, dan, dan komt hier een fotje. Ah, dat is wel interessant dat je dat zegt. Zo had ik het niet gezien, ik eigenlijk. Weet, maar wat, ik, ik, ik zie het enige wat ik nog die gast zie, ik zie die bezig, hij kan shotten, driepunters. Ik... ik. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik wil niet een hater zijn of zo. Maar ja, je mag? Ik, maar ik, ik heb wel zoiets. Ik vind dat een beetje te groot. Ik vind dat een beetje een freak of nature. Het is niet Boban. Uh, dat voelt ook wel dat hem, dat hem iets beter. Het is geen bird effect. Hè, dat voelt ook wel. Maar ik zit wel aan de gasten te zien. Als je de deur niet dicht doet, dan vliegt hem buiten. Alleen zo. Het <laughs> is zo een, een tocht. Uh, die, hij in, komt maar niet stabiel sterk over. Offensief gaat dat geen probleem zijn. ben ik van overtuigd. Kevin Durant, weet je wat de kritiek voor Kevin Durant was in de, voor de draft van 2007? Er heeft niemand zo weinig ooit gebenched in de draft combine als KD. Ooit. En dan was het, als hij dan maar kan benchen, wat gaat die doen in de NBA? En dan begon hij te spelen. En dan, ah, die gaat dat doen in de NBA. Oeh, die kan dat. Ben Miyama is 2,25 meter. 25. 26. Of 26, 27, whatever. 7'5. Die is in de release. Met zijn armen, heeft een gigantische wingspan heeft een wingspan van, wat is het, 2,40 meter? En dat gezien, dat omdat hij dat shot mist en tegelijk er terug in duwt, ja. dat was belachelijk. Dus, dus mensen kunnen nu al niks tegen Kevin Durant zijn shot doen. Dus hij uit de tweede lijn langs achteraf blokken. Ja, dat is altijd raar. E, dat gebeurt niet veel. Wat ga je tegen Ben Mayama doen? Geen idee. Niks. En die kan zijn eigen shot creëren. En die kan dat doen van achter de driepuntlijn. En van twee meter achter de driepuntlijn. En op één been. En die heeft hij een drive. En die heeft een skyhook. En die heeft een babyhook. En die heeft een midrange. Hoe zijn die zijn hm? blokshots? Daarom, daarom dat ik ah. zeg in aanval. En die heeft een bankshot. In aanval heeft hij alles. Ik ben er heilig van overtuigd dat die... Die gaat daarin evolueren. Maar ik denk als je die juist gebruikt... Daarom is Popovich de beste optie daarvoor. Omdat hij perfect gaat aanvoelen. Daar ga ik hem gebruiken. Zo ga ik hem gebruiken. Ik zie heel veel Kevin Durant gelijkenissen qua lichaam in aanval. Hij kan veel meer, want die mens is 2 meter in de 20 oh dat, ja, dat is belachelijk. En die kan al die dingen. In defense, geweldige timing voor zijn shotblok. heeft een wingspan van 2 meter 35, 36. Dus sta daar ook maar eens. Goede timing, is bewegelijk, gaat snel omhoog en gaat, kan, heeft snel die, die second jump op power. Dat is misschien nog iets anders, want je zegt Steven Adams, maar ik denk dan meer aan Joel Embiid. Je zei, ja, dus straks hadden we het over domineren. Ja, ik bedoelde gewoon... Een, een, ja, ja. Een, een maar zo'n mannen, een, ja, ja. die ook nog die maar skills denk, hebben. Maar ik denk bijvoorbeeld ook, oké, okay, ik kon niet tekenen, ik denk bijvoorbeeld ook aan, noem eens een harde speler. Uh, Draymond Green. Hij hey, zal misschien niet... Hey, gewoon, gewoon, gewoon lichaam tegen lichaam. Hey, ik bedoel, je ziet hem... Gaat hij niet heel veel... Gaat hij niet heel veel uh, gaan ze er niet hard tegen spelen? Ik denk, denk dat ze in Frankrijk niet doen. En dat is het voordeel. dat die, Ja, maar in Frankrijk lopen er niet zo'n monsters rond. Hè? Fysiek lopen er ook wel beesten rond. En ja. zeker mannen die het ook hard willen spelen. En hij heeft vorig jaar Euroleague gespeeld, dit jaar niet. Maar dat is het voordeel. Dat was ook een van de voordelen van Luca Doncic. Hè? Die kwam in de NBA, maar had al tegen volwassen mannen gespeeld. Ja. Veel van die andere gasten niet. Van de ja. andere top. Van de andere toptalenten in de G-League. Ja, dat is de G-League, maar dat is nog altijd veel minder dan de competitie die je in de Euroleague tegenkomt. Of in mijn ogen zelfs die je tegenkomt in de, in de Franse competitie. Ik schat de Franse competitie hoger in dan de G-League. Echt. Ja, daar geloof ik u volledig in. Eigenlijk. Absoluut. Ik, heb niet, ik weet het niet, maar ik geloof u erin. Als je dat zegt, dan is dat zo. Ik denk dat zijn lichaam geen probleem gaat zijn, waar ik me wel... Het enige waar ik me zorgen over maak, maar dat is bij al die mannen, hoe gaan die, die 82 matchen verteren? Ja, dus en dat, dat is toch de... iets anders? Want dat is een andere soort belasting en op by de lichaam. way, hè? is die volgroeid? Dat weet ik niet. Want die is niet oud, hè? Nee, die, natuurlijk, die is 19. Wanneer stopte hij met groeien? Op 21 ste Kom, is het voor ja, Janis, Janis is nog. Je, eigenlijk dat hij nog een scheut moet kijken. Zo is of zo 2,61 meter. En Janis is <laughs> nog 8 centimeter of 7 centimeter gegroeid in zijn eerste twee jaar. Ja, maar Janis de is wel een ander atleet. Ja, maar hè? Qua lengte ook. Ja. Hij, hij is nog 7 centimeter bijgekomen. Ja, ik vind hem gewoon zo. Er is, ja, er is, ik, ik, wat ik wel ongelooflijk vind, is. Uh, en ik kan het misschien slecht uitdrukken, dus ik hoop dat je me niet gaat uitlachen. Wat ik heel cool vind als je die bezig ziet, ik vind dat hij in het spel vertraagt. Nu al. Ja, in de zin van, dus de, omdat hij zo groot is. Want als ik, als ik die zie shotten en doen. Natuurlijk, hij speelt in een oh. andere competitie. Ik ben dus ben al benieuwd hoe hij naar in Amerika zou kunnen doen. Maar die net die bal. Ik vind dat hij weinig snelle shots zo neemt. Ik bedoel, die is niet, niet ja, ja. traag. Maar die, die bepaalt wanneer dat die release is. Maar hij gaat net meer tijd en ruimte krijgen in de NBA, hè? zeker in het reguliere seizoen. Het is gemakkelijker scoren in de NBA dan in Europa. Maar jij wilt zeggen, gaat er dan veel screens op moeten gaat er veel screens moeten. Uh, uh, gaat die veel in positie gezet moeten worden. Of denk jij dat hij dat niet nodig heeft? Ik denk dat hij dat niet nodig heeft. Ja. Maar da daarom dat ik het zo interessant vind, dat die, dat, daarom dat ik zo blij ben dat hij naar San Antonio gaat. Omdat we alle opties gaan zien. Popovich gaat er wel voor zorgen. Met zijn coachingstaf. En, en de omkadering die daar is, die gaan ze hem wel in de juiste positie zetten. En het gaat heel interessant worden om die eerste. 40, 50 match op te zien wat ze gaan proberen daarmee. Want ze gaan dingen experimenteren. De Spurs moeten volgend jaar nog niet winnen. Hè? Kan die verliezen? Eet die eigenlijk al verloren? Ver, ja, maar dat is, ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ja, Eet in een tegenslag al gehad? Is je ooit al in een kamer geweest met iemand dat hij een. Want dat toen die match tegen de G-Leaguers of zo, toen hebben ze niet gewonnen, hmm. dacht ik. Maar hij heeft, was wel. Hij heeft de finale van het WK U18 verloren. Tegen? Tegen de USA. Oh, ja. Maar hij was wel. Het lag niet aan hem. lag ja. niet aan hem. Nee, nee. Dus ja, hij heeft dat wel verloren in dat tegenslag? Nee, dat is anders. En, het, uh, uh, en wat denk je van een. En uh, hoe strak is die mentaal? Want ik bedoel, het is wel. wel van Lebron geleerd dat de gast mag eigenlijk niet falen. Er nee, staat een geweldige kop op. Er staat echt een geweldige kop op. Heel goed begeleid. Verstandige kerel. Slimme kerel. Ja. Um, dat merk je aan, aan alles wat hij, wat hij zegt. Ik heb er veel te veel van gelezen en van gezien. Er staat echt een goede kop op. Heel goed. goed Weten wat hij wel wil en wat niet. En vooral niet zo'n gast die zichzelf overschat en die begint te zweven. Hij weet, ik wil winnen, ik wil impact hebben. Maar niet iemand die daar te hard mee te koop loopt. En je hebt hem gezien in Tichtal? Nou, ik, ben gaan, ik, ik was gaan kijken. Hij was er niet bij. Wat had hem te doen? Nou, weet ik veel, hij was er niet bij. Dus wij reden maar Hij speelt in. Uh... Nu speelt hij bij, metro, bij uh, Metropolitan, vlak ja. bij Parijs. Maar toen speelde hij bij Asvel, bij Lyon. Ja. En ik was gaan kijken in, uh, in Gravelin, Dunkerchen. Ja. Ja, hij was er niet bij. Fucker. Ja, want je kunt blijven al niet meer gaan zien. Of hij, hij trekt alles. Hij, 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 ja, maar die tickets voor die club die kon je ook maar je kon maar per twee weken kopen. Je kon ja. niet meer op voorhand die tickets kopen. Ja, dat is direct weg. En wat is die, zo Trouwens, je verdient? verdient? nog niet veel. Dat weet ik niet. Dat want, weet ik echt niet wat hij daar verdient. Want normaal is dat niet zo een rookie contract is eigenlijk of krijg je die gasten nooit de Ja, nummer, nummer, Nee, nummer één pik krijgt ook het meeste. Hè? Ja, die krijgt het meeste. Nummer ja. één pik krijgt het meeste. Nummer twee pik ietsje minder, maar die dus per plaats waar je gedraft wordt daar hangt financieel ook wel iets aan vast. Dus de number one draft pick, die heeft direct wel een... Een, een onaardige, Geen onaardige oh. uh, rekening. Maar oh. wat ik gewoon met die gast heb, en dat is elke keer als ik die zie spelen, dan mijn mond valt echt elke keer ja, ja. aan verbazing. Dat is toch de ideale als je 2K speelt. En je wil de manneke maken voor My Player. En je zegt, kom, ik ga er nu eens maken die... Alles en iedereen gaat domineren. Ik zou hem nog iets steviger maken. Misschien gemaakt, iets, maar ja. niet veel. Ik, ik, ja. En, en, uh, maar dat is ook ook deze die je maakt. Ja, ja. maar ik, ik, wel, ik, het is niet de lengte, maar inderdaad wat je zegt, de wingspan. Hè. Dat is eigenlijk het akeligste. Hè. Want hoe is je als een rebound? Ik vind dat hij daar nog dominanter in mag zijn. Ja. Vind ik. Want je moet in principe alles kunnen pakken. Ja, maar natuurlijk moet ook niet vergeten, hij speelt ook op de perimeter vaak. Hè. Ja. Het is... Daar is het... Daar is, is er in zijn ploeg nog een andere vijf? Of is hij de vijf? Er is wel een andere vijf, nog, maar ik oh, wie weet je, gast. Oh. Ja, op zich ik dat niet uit wie dat is, maar ze spelen daar wel mee. Uh. Hij is niet de enige, maar die ploeg is ook... Hij is er daar gegaan, Vincent Collet is daar de coach. Dat is de, head coach, de bondscoach van Frankrijk ook. Ja. En hij is er daar gegaan om echt alles in functie te zetten van naar de NBA gaan. Hè. Dat is alles... Dat is niet in... Ze willen succes hebben in Frankrijk, maar dat is niet het... Het einddoel. Het einddoel. Het doel is. We gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk te doen. Uh, werken aan zijn, aan zijn weg naar de NBA. Ook, hij is weggegaan van een ploeg die Euroleague speelde. Met Lyon. Om naar een ploeg te gaan die niet Europees speelde. Zijn lichaam is ook veel minder belast. Maar hij stelt, stelt hem niet in de ploeg van Tony Parker? Nee, dat was, dat was Lyon vorig jaar. Ah ja, oké. Okay. En hij is dan nu overgestapt naar Metropolitan. En dat is dan de ploeg. Vlak bij Parijs. En dat is de ploeg waar hij, uh, waar hij nu speelt. Daar hebben ze alles in, in functie gezet van, van, van hem. Ja. In de NBA krijgen, en hem zoveel mogelijk daar krijgen. Zeg, en, uh, of zo goed mogelijk daar krijgen. En zeggen. die andere twee, Henderson en Miller. Ja, die, maar die, die, die Scoot Henderson, die moet nog ook wel fantastisch zijn. Die is zijn lichaam al eens gezien. Als je zegt over niet breed genoeg, dat is een linebacker. Hè? Ja, ik heb, gewoon, ik heb hem nog niet bewegend gezien. Goed? Dat is een, dat is een monster. Maar hij zegt, ja uh, atletischer dan. Dat is een point die atletischer is dan Russell Westbrook. Oei dan weet hij eigenlijk genoeg. want die, die gaat ook een schoon carrière hebben, als het meeziet. Als het meeziet, maar ja, dat is ook vanaf naar welke ploeg die gaat gaan. Hè? Want voorlopig lijkt het dat Miller de tweede pick gaat worden. Ja, en Henderson drie. En Henderson aan drie. Dus dan is dat Charlotte Maar Portland. Portland heeft al gezegd dat ze hem willen traden de derde pick, om een superset te krijgen voor bij Damien Lillard te zetten. En als dat niet zo is, dan zou Portland Damian Lillard blijkbaar traden om met Scoot te rebuilden. Ja. Dus Damien Lillard gaat volgend seizoen sowieso naast een andere ster spelen. Of weg. Ja, nee. Bij een ja, ja, ja. ploeg. Ja. Maar, ja, ja, ja. Hij gaat sowieso naast ja. een andere ster spelen. Of in Portland of ergens anders, maar die, blijkbaar. Maar, maar dat kun je niet nog een seizoen doen, hè, wat hij nu dit seizoen gedaan heeft. Die nee. begon ook te zeuren. Ja, te, te snappen. Wacht, ik Wacht, even kijken. Ik weet je het kan zien, maar uh, Skoor Henderson. Als je kijkt, die is een... Uh, oh. Die is een armen alleen al. Het is een absoluut monster. Ook goede statistieken. Hè, ja, er, dan... zit veel, er zit veel Westbrook in, er zit wat Jamorant in. Um, ik wil zien hoe het zich gaat vertalen op het grootste, hoogste niveau. En ook waar hij beland wordt. Komt hij naast lamello terecht bij Charlotte? Dan wil ik het nog wel eens zien. Bij Portland. En gaan ze daar goed rond hem bouwen? Dan vind ik het veel interessanter weer. En Miller? Ja, die is een off-court-situatie. Is een probleem. Want dat is een toptalent. Beste speler in college, eigenlijk dit jaar, of van de, van de, van de jonge talenten. Maar um, die is uh, ja, veel wat controverse rond geweest. omdat die, wat, Er is een, een maat van hem, of vroegmaat van hem. Nee, nou, wacht, hoe was het weer? Een maat van hem zou, heeft iemand doodgeschoten. En hij heeft dat wapen aan die mens bezorgd, of zoiets. Ik moet daar nog eens beter mee in verdiepen. Maar hij heeft, uh, hij heeft iets gedaan dat niet oké okay is met wapens. En niet zomaar mee op Instagram Lives te zwieren ja Dennis. die had een wie had de quote ah Dangelo Russell denk ik die had de quote zeker, zo so, uh, Dangelo Russell uh, wat zei hij dan nou weer, ja yeah, if you can't change the people around you, bla bla bla, change the people okay. around you zo so, iets was, te, want Dangelo Russell leed ook wat uitgangen vroeger. Ja, blijkbaar had uh, heeft Miller um, had blijkbaar het, het geweer gekocht dat een ploegpaal van hem gebruikt heeft om een vrouw te, om een vrouw te vermoorden. Ja. Nu dat is, onderzoek is ook nog altijd uh, aan de gang. En, maar dat is wel iets dat hem natuurlijk gaat achtervolgen. Dat is niet goed, hè? Dat is inderdaad niet goed. Um, maar. Ja. We'll see. De, de nummer één-pick is het belangrijkste. Gewoon, ik vind dat zo. Hoe man-to-be kan het zijn? Echt, ik vind dat zo straf. Frankrijk is was altijd al een groter basketland dan, dan België bijvoorbeeld. Maar ja, Tony Parker heeft dat nog meer ver, 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 vergroot natuurlijk. En wie zat dan ook bij Boris... Uh, Boris de... Diaw, Nando De Colo ja. heeft daar even ja. gezeten. Ja, andere Fransman in de NBA. Je hebt Nicolas Batum natuurlijk ja. had uh, Fournier daarvoor, weet hem. Tariq Abdul-Wahad, daarvoor Olivier Saint-Jean. Ja. Dat was bij Sacramento. Ik denk dat hij een van de eerste Fransmannen was die echt zo in de, in de NBA bekend is geworden. Maar dit is voor ja. bij Mayama de echte ideale bestemming. En wat ook niet helpt denk ik... Oké, okay, sociale media, alles komt in het nieuws, maar het is, is en blijft San Antonio. Hij komt niet in New York terecht of in Californië. Of in LA of in. Ja, ik vond het wel. Zelfs in Houston. En hij was zelf ook vooral heel blij. Heb je een reactie gezien ja. toen bleek dat Houston de nummer vier-pick had? Ja. Zo. Echt opgelucht. Ja, want je kunt dat toch niet weigeren? Hij ging dat sowieso niet doen. Mocht mag, hij mag dat weigeren? Je mag alles zeggen, ik blijf nog een jaar in Europa. Maar je kunt niet zeggen, ik ga naar San Antonio. Je kunt niet. Je kunt het je, je eigen, hè? Ja. Wie is de laatste dat gedaan heeft? Steve Francis. Ja. Draft 1999. Uh, Als tweede gedraft door Vancouver. Had gezegd: Ik wil niet naar de Grizzlies. Werd dan gedraft met zijn zat op de grond. En uiteindelijk is hij naar Houston getrade. Omdat hij het duidelijk maakte: Ik ga niet naar Canada verhuizen. Ik je mij draften. Ik kom niet. Dan, dan zit ik wel gewoon een jaar uit. Ik kan me niet schelen. Ja. Ja, dat was nu niet het geval. Hè. Er, stonden veel, er stonden veel comments onder dat het bijna geschript leek. Het was zo schoon dat het bijna geschript leek. Maar dat wordt ook soms gezegd dat zo'n de Amerikaanse sporten geschript zijn. Er wordt zo weer gelachen. De NFL, ja. als in scène gezet, NBA. Ja, dit scenario, San Antonio Number One Pick, opnieuw een big man. Het kan niet meer geschript lijken dan dat. Dat is gewoon. Ik ben wel schoon. Uh, ik kijk er wel naar uit. Ik bedoel, uh, vooral ook de, de, zijn fysiek, hè? hoe groot dat hem is. Maar ik wil hem, ook eens, ik wil hem gewoon eens graag zien, niet meer in de Frans, maar hoe dat hem zal zich verhouden in een echte match. En als je dan kijkt ook naar wat daar rondloopt, ze hebben veel capspace, natuurlijk. Naar San Antonio gaan, is geen, niet, niet iedereen gaat dat willen. Maar misschien wel als hij er zit. Nog niet het eerste jaar, denk ik. Maar dat kan snel wel. Dat he. kan in februari al een ander verhaal zijn. Dat kan, dat kan zeker. Weet je wie de grootverdiener daar is? Uh, nu... Van... San Antonio. Nee, geen idee. Doc McDermott. Oei. 13,7 miljoen. 13. Is goed, hè? Dat is Dat is het meeste wat daar... <laughs> heeft, daar maar niet. hebben die niet 12 first round picks of zo? Die hebben veel, zo. Ik weet niet of die in picks precies zijn. Die, die had die, zo de volgende jaar hebben die er echt belachelijk veel. Eens kijken. Future first-round picks denk je dat die hebben? Um, wacht, hè. dus dit jaar hebben ze de, hun eigen pick. En dan een paar tweede-ronde picks. zijn van Toronto van zichzelf. Volgend jaar hebben ze. Ho, ho, ho. Die hebben volgend jaar. veel hè? Hun eigen pick. Die van de Hornets. Die van Toronto. Ja, ja ik, heb dat, ik heb dat gelezen. Op het Let's... jaar daarna, 2025, hun eigen pick. Die van Atlanta. En die van Chicago. Ja, die komen echt aan twaalf op de volgende vier jaar of zo. 2026, eigen pick. En die van Atlanta. 2027, eigen pick, die van Atlanta. Die, uh, de, ja. de toekomst. Ze gaan inderdaad met hun picks gaan ze moves kunnen doen. Ze hebben cap space. Ze gaan wel iets kunnen binnenhalen waar ze mee kunnen traden. En ze hebben in mijn ogen drie goede mensen daar rond zitten, die, nu wel, die ze nu al moeten bijhouden: Keldon Johnson, ja. uh, Jeremy Sohan en Devin Vassell. Drie ja. Vassell, ja. vleugels. Drie forwards waar ze echt wel iets mee kunnen doen. Ja, dus die bijweer in Miami als de jonge kern? En kan, bouw daar nog iets rond? En missen ze ervaring? En ze hebben Greg Popovich op de ja, bank zitten. Hè? Zwaar. Die gaan... Meer ervaring kan je eigenlijk niet hebben. Nee, nee zwaar. En ik denk wel dat ze... Even... Daarom, bij heel van die jonge ploegen waar zo geen ervaren speler zit, maak je je wat zorgen. Bij San Antonio heb ik dan nooit dat gevoel. Want ze hebben Popovich. Dus ja... Kijk. Goed, ga, jam Rand. Ga volgende week gaan we opnemen met... De ja, met die mannen, de Filip die die en de Sam, die gaan ja. dat heerlijk vinden om daarover te bouwen. Volgende week inderdaad, nieuwe keer. 4 voor de keer. Uh, want het is wel wat moeilijker om de andere twee om, om jokken en, 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 en Tijler ook te samen te krijgen. Dus uh, Niels komt af, um, samen met uh, Sam Kerkhoffs en Filip uh, en, uh, en en Joos. Dat is niet slecht, hè? Dat is niet slecht. Dat gaat tof worden. Dat is veel voetbal. Maar alles is voetbal. Zeg jij misschien om te eindigen? Ja. Um, misschien kun je, al eens, uh, kun je misschien al eens even checken. Wanneer is uh, ja, de, de game 7 in de finals? Want ja, de ja. dag ik, die moeten we reserveren. Hè? Ik heb hier de Jane openstaan. Um, Wacht. Hè. Et, trouwens, weet je dat? Ik kan niet zeggen wie. Maar weet je dat wij voor vier moeten reserveren? Ja, ik, ik heb het gehoord. Is dat iets dat hier mag gezegd worden? Nee, hè? Ik weet het niet. Ik heb gewoon gehoord voor vier. We gaan, niet, we gaan geen namen noemen. Maar er komen... Laten we het zo zeggen, dan mogen wij wel spoilen. <laughs> er is in andere sporten precies ook wat uh, bold statement-gewijs gewet. <laughs> heb ik de indruk, niet? Eindelijk, hè? Eindelijk beginnen ze mee te doen. Uh, game 7 is, als die gespeeld moet worden, ja. 18 juni. 18 juni. Wel, maar dan gaan we... Ik heb hier vrijdag 23 juni. Of oh, is dat vol dan? Wacht, hè? Kun je eens zien? Ik zien. Kunnen je daar zelfs nog maar zomaar. Ik heb hier donderdag 22 juni. Het kan allebei voor mij. Zullen we donderdag 28. Wat uur pakken we? Twee, donderdag 22. Komt u gewoon zitten? Ja. Half acht? Ja, dat kunnen we niet kiezen, denk ik. Ah nou ja, ik weet niet, wat, is, wat zijn de mogelijkheden? Half zeven. Ja, ça va, we gaan er lang genoeg zitten, hè? <laughs> Eh, uh, ik zal een keer dat die schrappen. Maar zeker ik moet hier keiveel, Kun jij even zo vol babbelen? Want ik moet hier alles... Uh, gaan, ja, ik ga je gewoon laten reserveren, want ik denk... Ja, maar het moet wel echt automatisch hier gebeuren. Hè? Ja, voilà. Maar ik vooral... Volgende week gaan we het nog over, uitgebreider over Wemayama hebben. Gaat ga sowieso aan bod komen met Rand. Wat die weer gedaan heeft, daar gaan we het over hebben. De niks wil ik het nog over hebben. De Denver Nuggets, wat Nikola Jokic, wat die weer allemaal doet. Oh, ik ben fan van die mens. Janis, die zich uitgesproken heeft dat hem een beu is dat hij uh, uh, zo weinig respect krijgt. Damian Lillard en zijn uh, toekomst. En dan de conference finals, wat er gaat, uh, nog allemaal. Gaat gebeuren. De toekomst van de Warriors, eventueel nog. Ik denk dat er volgende week ook veel behandeld gaat worden. Uh, maar hier, 2,5 uur, denk dat we genoeg dat we over genoeg gezeverd hebben vandaag. En dan vooral heel blij dat de, de condities van onze weddenschap nu duidelijk zijn. Dat wacht, we nu. Wacht, weten wacht de wacht op. Donderdag 22 juni half zeven. Vier personen, en dat is nog een goeieke trouwens, hè, want we weten wat dat is. Ik ga volgende week wel lachen zijn. Als uh, mensen die luisteren, volgende, week, en volgende keer zeker luisteren, want dat zijn ook twee sukkelaars die hun eigen... <laughs> of er is sowieso één iemand die zichzelf uh, ook uh, gratis vol volvreten in de Jane. Amai, dat gaat pijnlijk zijn. Ai, ai, Hoppa! Ik, ik ben vrij de dag erna. Ik moet hier al direct mijn, uh, mijn, uh, mijn kredietkaart erbij zetten. Maar dat zullen we doen. Ik zal eerst afscheid nemen van de mensen. Dat zullen we doen, maar het ligt vast. Dat is belangrijk. Bevestig reservering. Ja. Oké, okay, goed. Het is in orde. Oké, okay, Andries. Uh, dikke merci om naar hier te komen. Graag gedaan. Het was heel fijn. Het was weer veel langer dan ik had gedacht en verwacht. Maar dat zijn de meest positieve dingen eigenlijk. En uh, ja, sowieso wie dat er ook wint. Het zal sowieso een topavond worden in de gym. Daar ben ik zeker van. Uh, nog een oproep uh, voor Andries ook. Uh, hij heeft een boek uitgebracht samen met, uh, met Alex over alles wat ze hebben gedaan de laatste vijf jaar van Welcome to the EE. Uh, dus te vinden in de betere boekhandel of online. Allebei. En wat is online het adres als ze naartoe moeten gaan? Uh, online is het adres uh, www. Ah, kijk, w Maxime. Wtta.be. De afkorting van de podcast. En er zijn ook gesigneerde versies te verkrijgen. En vooral de legend Dennis Sayed zit er ook in. Hè? Er zijn veel grotere legends in dan ik, gelukkig. Hey, gelukkig. Hey, hey, ho, ho, ho. Gelukkig. Podcastpionier podcast, uh, Dennis Sayed zat er <laughs> Wat ook in. Een boek, heel tof. Ja, ja. Uh, ik vond, was uh, ik, Sander de Rijken, zijn kan ook wel goed. Wat hij weer gezegd Ah ja, uh, ik heb altijd willen denken als ik in de auto naar een podcast zat, <laughs> zit te luisteren, dat ik dat ook heel graag in boekvorm zou willen lezen. <laughs> hey, you only roast the ones you love. <laughs> dat is waar. Goed, Andries, dikke merci om af te komen. Wanneer ze volgen op zijn bakkes? Um, hij zal er zijn wanneer hij zal zijn, want dat is altijd een heel. Uh, dat is, uh, uh, het, de agenda's samenkrijgen is moeilijker dan de Jane uh, reserveren, dat kan ik ook al vertellen. Maar het zal sowieso ergens 6, 5, 6, 7 juni zijn, want we moeten voor de volgende pay-per-view. Oké. Okay. Uh, er was deze week ook weer een kick-and-rush natuurlijk. Um, er was een mid-mid met Karel Hoefkes. 90 minutes. De Aster is hier nog altijd, nog even in deze zetel. Ze um, gaan het seizoen sowieso nog afmaken. Heb ik nog iets, ben ik iets vergeten? Nee? Nee, vals plat is voor na de Giro zeker, hè, dat die terugkomen. Um, en um, voilà, dat is het. Volgende week zijn we er dus terug. Dan gaan we op vrijdag opnemen. Dan gaan we vrijdag namiddag opnemen met Sam, met Filip en uh, met Niels En hopelijk de week daarna uh, de traditionele Georic 4 als preview van de finals. Dat zou toch de bedoeling zijn. Um, en dan uh, ja, kijk, dan zien we wel verder hoe het verloopt. Merci voor het kijken, voor het luisteren. Tot de volgende keer. Salut.